The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier aan je voor de zorg. Als het ergens over moet gaan. Zindeliste! Not the face! Rivers of Kum! Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval. Welcome to the AA. Het is een onbestemd uur van de dag. Het staat hier vol bier. Dat komt hier helemaal in orde. Vandaag hebben Andries en ik het heden en de toekomst van de Belgische pop op bezoek. Hit na hit, stampvolle festivalweides in Vlaanderen en Nederland en MIA Awards, zover het oog reikt. Sinds ze hun neoclassieker Goud uitbrachten, ging het pijlsnel voor deze boys. Na een tijdje stilte was er ineens de single Anders meteen uitgeroepen tot Stu Bruce Catch of the Day en het nieuwe album Onderweg verscheen gisteren via Pias. Er gaat uiteraard ook live opgetreden worden en op vrijdag 19 november staat de band in de Antwerpse Lotto Arena. Zanger Krokstar is hier al te gast geweest. En vandaag verwelkomen we met plezier de twee andere frontmannen van de band. Zanger-gitarist Simon Nuiten en zanger Synth Wizard en producer Oliver Simons. De band is uiteraard Bazaar. Welkom, mannen. Alles goed? Dank je wel. Zeer goed, dank je. Kijk eens aan, maar dat klonk al direct heel diep. Ja, sorry. Gij zit degene dat de lage vocals altijd... Eigenlijk niet. Meepakt. Eigenlijk niet. Nee? Eigenlijk nee? De allerhoogste, denk ik. Is dat echt? Zijn jij de hoogste? Ja. Oké, okay, want ik zag hier staan dat jij graag in falset zingt, stond er hier ineens op ons scherm. Ik doe dat mogelijk nog liever. Ja, ja, nog liever. Ja. Okay. Het is al direct aan Bras in de ploeg zo. Nee, ik doe dat liever. Hij doet eigenlijk de hoge borst. Stemmen. Ja, zeker op de nieuwe plaat. Mee. Ja, maar we zingen echt al twee het wel. Kelen echt. Hè, zo kelen, ja, heel onaangenaam. Ja. waar komt die liefde eigenlijk vandaan? Want jullie zingen vaak in harmonieën en zo. Mm-hmm. Net zo heel, waar komt dat van? Is dat naar de muziek waar je luistert? Is dat gewoon iets dat je graag hoort? Ik hoor dat wel heel graag. Zo Beach Boys, Bee Gees, achtige dingen. Ik hoor dat wel heel graag. Ja, harmonieën, hoge stemmen. Mm-hmm. Ja, ik kan ook gewoon niet zo laag zingen, dus... Ja. Dat is... Ik vind dat ook veel gemakkelijker om in falsetto te zingen. Dat is veel minder vermoeiend, of zo. Ja. Mm-hmm. Ja, ik vind dat zot, want ik vind dat heel vermoeiend. Ja, is voor dat... Mij is dat... Ik hoor dat van mensen, die zeggen dat ook, dat veel vermoeiender is, maar... Je moet veel minder duwen, of zo. Het is veel minder lucht nodig, het veel minder... Misschien heb ik altijd een hele slechte techniek daar. Dat heeft er misschien wel mee te maken, hè. Denk als iemand u misschien eens goed uitlegt hoe dat je dat moet doen, dat dat beter gaat. Mm-hmm. Maar denk maar niet aan morgen eerder. Jullie hebben onlangs mega cool nieuws gehad daarover, hè? Over die single. Yes, gisteren. Ja. We hebben eerst een gouden plaat gekregen en dan 5 minuten later het platinum plaat. Ik heb het gezien, er ging ook zo technisch van alles mis. Dat was wel kei grappig dat er zo wat muziek van jullie bleef doorspelen. Zo. Hoe voelde dat? Want dat is toch wel reden. Want wat is dat, 15.000 platina zeker? 20. Oh, 20. Ja, ik denk niet, goud is 10 en platina is dubbelen, hè? Dus dat is 20.000 streams. Dat is allemaal zo wat samen, ik weet niet hoe. Ja, ik denk dat het tegenwoordig iets is van zoveel streams is gelijk ene, aan ene zo aankoop. Of zo, denk ik, dat zo wordt berekend. Okay. Dus, normaal is 20.000 verkochte singles, maar daar zitten ook van die streams bij. Okay. En zo, en, dan zijn wij om 12 verkochte cd's, Andries. Bangelijk! Het is altijd wel zoiets dat ik me altijd afvraag, als je daar zo zit en je krijgt dat... Weet je dat dan? Ergens dat gekomen? Of is dat... Want dat is zo'n iconisch moment dat je dat alle succesvolle groepen hebben. Is zo het... En ineens kreeg je ook dat. Je had het al dikwijls meegemaakt, maar is er... Je wist dat wel. Wij wisten dat wel al dat we platinum hadden behaald. Ja? Met Denk maar niet aan morgen. Maar we wisten niet dat we die award daar gingen krijgen. Hè, in de vorm van een echt... Maar je houdt dat wel af en toe in doog. En dan zo op de ultratop zat er zo een goud dingetje, dan heb je goud. En als er dan zo zilver staat, dan heb je platinum. Dus we wisten het wel al. Ja. Dat is wel graaf, want dat zou bijna mijn eerste reactie al geweest zijn als ze zo die goudplaat bovenal. Ik zie, het is wel platina, hè. Ik was dat ook al denk. en ik was heel blij achteraf dat ik dat niet had gezegd. Ja, want dan komt dat volgende heel awkward. Ja, want dan komt er echt over als een mega lul, hè. Maar dat zou de eerste zin dat ik zou gezegd hebben. Je hebt een gouden plaat. Nee, dat is wel platina. Ja. Zo, voilà, heel de lol eraf, alles weg. Nou, dat is niet het allereerste dat jullie goud hebben gehaald, hè? Of nee, toch? Nee. We hebben met goud
Dat is ook wel platinum goed. Platinum gaat en met chaos denk ik ook. Chaos, ja. Chaos ook platinum. Ja. Maanlicht denk ik ook. Ja. En dan onze twee albums ook. Ja, want ja. Is dat niet als je zo... Deze is luxe probleem nummer 1, hè. Maar als je al keis bijna alles wat je uitbrengt, goud of platina is, ja, is dat niet op omgekeerd zo dat dat andere verwachtingen wekt? Zo, als het dan niet is dat je zo denkt, tja, what did we do wrong of zo? Dat nu niet, maar het is wel niet zo vanzelfsprekend of zo dan het dat lijkt, vind ik. Dus wel, wij waren wel echt verschoten dat die single zo goed had gedaan, omdat je ook niet kunt inschatten door corona, je zit thuis, je speelt niet. Dus dat gaat puur over wat mensen thuis luisteren, zonder dat wij dat weten. Ja. En we verschoten wel dat hij in één keer zo... Dat heeft ook heel lang geduurd, maar denk maar niet aan morgen. De eerste 2 maanden heeft dat eigenlijk heel weinig gedaan. Ja. En is dat een beetje gelijk bij Goud ook is gebeurd. Is dat heel traag gegroeid. Maar onze eerste single van de plaat, Alles of Niets bijvoorbeeld, heeft dat niet gehaald. Dat was een single die niets minder aandacht heeft gekregen. Dus we waren wel super blij dat denk maar niet aan morgen in één keer zo aansloeg. Ja. Want dat is wel toch de boodschap dat je hebt, zoals jullie, wel een track record hebt, dat keiveel, het is wel echt niet makkelijk. Het is niet omdat, what have you done for me lately, is wel zo. Hè. Als je, het is niet omdat je vorige succes is dat... Ja, het is echt niet omdat wij iets uitbrengen en dat dat een succes is per se. Nee, zeker. Dat gevoel heb ik niet. Dat hadden we wel veel harder ook na album 2. Dat gevoel dat we wel... toch moeten werken of zo aan nummers om dat te doen laten werken of zo. Ja, ja, ik denk niet dat dat zoiets vanzelfsprekend is of zo. Nee. Maar het is wel superleuk als je platinum, dat doet wel heel veel deugd. Uh-huh. Zeker na die eerste single, Alles of Niets, dat was dan een beetje meer niets dan alles of zo. En denk maar niet, dat morgen heeft het echt zot goed gedaan. En dat is heel goed geweest voor onze plaat die dan is uitgekomen. Denk ik. Ja, want die is nu uit, hè. Anders, ja. Sinds gisteren eigenlijk. Ze zeggen wel eens dikwijls de belangrijke derde plaat. Hè. Daar doen ze altijd zo wat over. Ik vind dat raar, want dat zei ze over die tweede ook. Ja. Ik snap dat. En dus dan bij de vierde gaan ze dat waarschijnlijk weer zeggen. Ook zeg, ja, de moeilijke vierde. Ja. En dan de zware vijfde en de nutteloze zesde. En de gestoorde zevende. Je moet ook zo 1 plaat hebben waar je zo muzikaal iets doet dat iedereen zegt, what the fuck zijn die hier aan het doen? They went Kanye. Ja. What were they thinking? Zo, ja. Deze nummer gaat alleen over Maria Magdalena, zo. Heel de plaat is een conceptplaat. Zo, dat soort. En dan ook allemaal instrumenten gebruiken dat je nog nooit ervoor gedaan hebt. En niemand zingt die in falset. Kijk ik al naar uit. En je zingt ook allemaal niet meer in toon samen ook. Dat vind ik heel belangrijk. In andere toon. Ik vind dat je heel ver moet gaan dan. Zo. Dat soort gestoord ding. Dat ook niemand snapt als dat uitkomt. Maar waar de critici het dan 50 jaar later over eens zijn dat dat beste is dat ooit heeft gedaan. Ongelooflijk album. En dat heeft allemaal bands beïnvloed die ook niet tof zijn voor Noord te lusteren. Ja. Dat is een hele stroming. Maar was het... want ja, een derde plaat en zo. Je als band evolueerde altijd ook wel. Je vindt wel je sound. Mm-hmm. En dat was bij jullie, hè, wat vaak met bands is die ook succesvol zijn, is dat jullie iets uniek gevonden hebben dat jullie al hadden vanaf uw eerste plaat. Mm-hmm. Maar hoe heb je het aangepakt? Heb je het meeste tijdens de lockdown geschreven? Waren jullie er al mee bezig? We zijn eigenlijk vlak na het tweede begonnen, hè. Beginnen met schrijven eigenlijk van nummers. Dat is dik 2 jaar geleden, 2,5 jaar geleden, zoiets. Ja. Veel mensen zeggen dat de tweede zogezegd dan de moeilijker was, maar dat was... voor ons niet per se in het eindresultaat, omdat we daar wel echt content van zijn, maar dat was meer qua proces dat wel zeker de moeilijkste. Ja. Omdat ik was ook met mijn soloplaat bezig. En het was wel wat druk na die eerste plaat. We hadden onszelf ook een deadline opgelegd en een sportpaleis aangekondigd om dat voor te stellen. Ja. Dus we konden niet terug. Moest af. Dat is een goeie sportpaleis. Ja. Als je die aankondigt, dan moet de druk wel gewoon staan. En dan hebben wij een heel groot deel van die tweede plaat in Engeland opgenomen. En hebben zij ook met 2, Simon en Mathieu, met 2 al veel geschreven. En ik was er dan niet altijd bij. En dan... ook met andere mensen geëxperimenteerd. Andere songwriters, andere producers, nummers proberen schrijven. En dat wouden we eigenlijk op het einde van toen de plaat af was, hebben we direct gezegd van dat doen we niet meer met de derde. Want dat was op de duur ook niet meer tof werken. Dat was zo'n druk en zo stress. En
ja, dat was niet plezant. Dus we hebben eigenlijk de derde nu volledig anders gedaan. Een beetje meer gelijk de eerste. Ja. We hebben alles met drie gedaan. Dus direct na de tweede zijn we beginnen schrijven. En we hadden eigenlijk al snel redelijk wat nummers. Mm-hmm. We dachten eigenlijk dat die plaat eigenlijk anderhalf jaar geleden al af was. Ja. Maar dan zo van, ja, misschien kan het ook beter. En de helft weer weggesmeten. Ja. Ik denk dat we zo'n 40-tal nummers hebben geschreven of zo. Ja, dat vind ik altijd straf. Hè. Zo bands die dat doen, zo. Je hoort dat vaak. Hè. Zo, ja, we hebben 40 nummers en daar hebben we er dan 10 van overgehouden. We hadden er 10 en we hadden er 10. Ja. En die 10e, dat was ook nog in de laatste week, want we hadden er maar 9. Zo ben je... Maar wat dus zet, ik vind, ja, vind dat wel graaf dat je dat wel hebt, zo, dat die enorme productiviteit. Wat zijn dan die wel dat we zoveel tijd hadden met die corona, dat we eigenlijk niks anders konden doen of moesten doen, dat we gewoon het enige dat we moesten doen is nummers schrijven. En, ja. Maar wat zijn dan die andere 30? Maar dat zijn ideeën, hè? Dat zijn niet echt uitgewerkte structuren. Sommige uitgewerkte, zijn wel nummers. Hè? Sommige zijn al iets meer uitgewerkt. Het is ook niet dat we die op het einde, alle 40 hadden, zo zeiden van, oh ja, nu die 10, die gaan op de plaat. Dat is meer... Tijdens een proces, evolutie. En dan zo, die 2 schieten er nu wel echt bovenuit. Ja. Nu eigenlijk moeten we de rest ook op dat niveau krijgen. Hup, de helft weg, terug beginnen schrijven. En zo in één, hij valt er elke keer af en komen erbij. Ja. Ja. Tot op het einde hadden we er 9, 2 maanden geleden, die echt, waar we zeker van waren. En dan was er nog 1 die we moesten afkrijgen. En die is pas 2 maanden geleden afgewerkt. Ja. En, want dat was dat een beetje een... misschien wel. Hè. Was dat een beetje een voordeel, die lockdown? Dat je echt op dat moment zegt, we hebben wat tijd kunnen steken in die nummers dat we anders niet hadden gedaan. Tuurlijk, wij konden nu gewoon alle 3 100% volle focus voor dat album gaan. Mm-hmm. En dat is het enige dat we konden doen. Want we konden gewoon letterlijk niks anders doen. We konden niet optreden, we moesten niet repeteren. Dus we hebben gewoon geschreven. En ik denk dat we dat nooit meer gaan meemaken. Dat was wel het plan van zo'n periode. We zijn dus voor de lockdown begonnen. Dat was wel altijd het plan al dat we met 3 gingen blijven werken tot als het klaar was. Want we hadden geen deadline. Ah, oké. Okay. Ja. Maar er komt toch altijd iets tussen. Hè. Moest de lockdown er niet geweest zijn, dan de die moet naar daar. De die moet, moet toch daar eens gaan spelen. En dat was nu niet. Dus dat was wel... een groot voordeel dat we echt van maandag tot zaterdag, van 's ochtends tot 's avonds konden werken. Ja. Dat hebben we wel opgelegd, ook zo elke dag van 9 uur beginnen tot 6 uur minstens, elke dag. Echt kantoor. Anderhalf jaar lang. Dat is wel cool dat je dat gedaan hebt. Ja. We hebben ook zo'n periode gehad met onze laatste plaat, dat wij ook zo'n paar dagen hadden, dat we altijd zeiden van dan tot dan. Ja. Ja, ja, ja. Zo, en dat deed wel iets, hè, omdat je toch... Oh, je raakt in een ritme ook. Ja. Ja, dat is een routine en dat helpt wel ook voor inspiratie. Als je de hele tijd blijft werken, blijft dezelfde routine behouden, dat... Dat is wel heel productief, denk ik. Door de lockdown kon ook zo niemand eens uitgaan, want dan hadden we de volgende dag met een halve. Nu was iedereen eigenlijk altijd fris, want er was niks te doen. Ook gek. Tenzij dat je die avond allemaal beslist van dan toch maar in bier te vliegen en dan de volgende dag... Dat is wel eens gebeurd, maar... Meestal, ja. Om 3:30 beginnen we toch zo wel aan ons eerste pintje. Dat helpt ook altijd wel. Laat eens na, 3:30. Maar wel, het begint, hè. Ja, 11:50 is wel de nieuwe 3:30, denk ik. Het begint er wat in te gaan. Dus, ik snap het wel. Wat ik een van de zieligste gevoelens vond, was als je zo'n soort Zoom, weet je dat nog? De Zoom-avonden, dat je zo met elkaar wat praat en dan wat begint te drinken. En dat je eigenlijk, je zegt gewoon alleen thuis zat aan het worden. Hè. En dat is een beetje... Dat is het zielige erom, want je zet je computer af als je Zoom gedaan is en je denkt, ik ben gewoon scheitenpatrol in mijn eigen huis. Ook wel tof dat je dan gewoon in je bed kunt kruipen. Dat wel. Maar het is niet zo tof als je de deur open doet en dan je dochter en je vrouw nog op de gang moet tegenkomen. Zo, papa, het is een beetje moeilijk. Dat wordt papa. Ja, dan wordt dat toch zo wat raar. Zo, dat, ook een goed van ons Zoom, zeker van die zuip-Zoom-avonden. Op café, dat ook. Hè. Dan is er dus altijd iemand die zat is, of die het laatste half uur, dat valt nu op café, dat je niks meer gezegd heeft. Maar in dat faxjesperspectief zag je dan ook altijd zo de rechter beneden ook, dat iemand eigenlijk al 10 minuten zo... Volgens mij is hij dood, dat je zo wat tikt op dat ding. Ja, dat is echt... Ja, of die ene die een irritante zat, waar dat je niet van afgerokt dan ook niet. Want en die blijft dan heel in dat scherm staan. En die hele tijd hetzelfde verhaal vertelt, 10 keer opnieuw. Of die het ineens vindt dat hem dingen in zijn kamer moet laten zien. Aldo, als je aan het lusteren bent. Yeah. Dat is fantastisch. Dat hij zegt, deze heb ik ook nog. En die begon zo heel zijn verzameling van shit te laten zien. En wij zaten er allemaal zo...
Ja, nou wil ik eigenlijk gewoon gaan slapen. Oké, okay, slap wel. Je kunt wel zeggen, oh, poef, mijn wifi van het. Ja, dat is wel het voordeel, dat kun je op café niet. Zo ook wel vriezen. Ja, dat is goed. Ja, gewoon oef, even blijven zitten. Hoe slecht was het internet trouwens in de lockdown? Mogen we dat even zeggen? Of waren wij de enige? Ja, ik vond echt dat internet het... Je hebt wel de indruk dat dat internet niet voorzien is, dat als iedereen op het internet... Op het internet zit, ja, dat kan wel. Ja. Nou, ik denk dat je daar het probleem net hebt uitgelegd eigenlijk. Hè. Wij zaten allemaal alleen zatten worden op onze Zooms. Ik heb dat eigenlijk niet echt gedaan, zo Zoomzuipen. In begin? Ik heb dat in begin wel gedaan, de eerste lockdown. Ja. Maar zo twee of drie... Twee sessies. Op den duur heb je dat ook wel gehad. Dat is wel een schoon woord, wel, hè? Zoomzuipen. Ja. Zoomzuipen. Ik had het nog nooit gehoord. Ik vind het mooi. Titel van de nieuwe plaat, Zoomzuipen. Dat u hoort het hier eerst. Zoomgezopen. Zoomgezopen. Ja, dat is eigenlijk goed. Ja, ik heb maar zo wat zoomgezopen. En iedereen weet direct wat dat je bedoelt. Ja. Dat is wel kei tof. Hoe hebben jullie de lockdown eigenlijk beleefd? Allee, je hebt veel gewerkt uiteraard, maar zo persoonlijk ging dat wel? Was dat moeilijk dat je door hebt van, shit, we zitten op al dat nieuw materiaal en we kunnen niet spelen en heel dag gegeven? Ik vond dat wel demotiverend of zo, om te werken aan een plaat dat je totaal geen vooruitzichten hebt over live optredens of dingen. En ik vond het ook heel moeilijk om zo geen contact te hebben met je publiek. Je released singles, je weet totaal niet wat het publiek daarvan vindt. Hij heeft wel keiveel streams, maar je weet niet hoe dat live zich gaat vertalen. Gaan ze dat hier allemaal meekelen? Je hebt totaal geen controle of geen... Dat vond ik wel echt heel moeilijk. Dat je zo dingen bent aan het schrijven zonder te weten. Van wat zijn we nu aan het doen? Wat vindt het volk er nu eigenlijk van? Mm-hmm. Ja, dat heb je eigenlijk nog nooit gehad. Hè. Normaal gezien, release een single en minstens binnen de maand of twee maanden speelt dat toch iets voor het publiek. Ja. En nu is dat gewoon een jaar niet. Ja, wij zijn ook wel een live band, denk ik. Waarbij dan ook een single groter kan worden. Goud is bijvoorbeeld een hit geworden door de AB. Doordat iedereen er helemaal zot werd en dat filmpje is rondgegaan. Er is een filmpje van. Dat is ook gegroeid. Dat was zo'n vibe door die live shows dat echt gegroeid is. En dat is er nu niet. Voor de rest persoonlijk, in het begin vond ik dat wel heel aangenaam eigenlijk. Dat je zo niet een dineke daar hebt en dat je zo gewoon eigenlijk thuis kon Die sociale blijven. Verplichting viel wel weg en dat was wel zo'n beetje Maar rust. Na een half jaar hadden we dat ook wel gehad, vond ik. Ja. Zeker, ja. Want je hoort ook mensen die er nu over aan het stressen zijn, hè? Over het feit dat zo... Dat nu is het omgekeerd. En dat die agenda ineens helemaal terug volgerokt en dat je dat ritme ook helemaal niet meer gewoon bent. Ja. Want dat is wel iets dat ik ook wel merkte, zo, hoe gestoord veel dat wij altijd iets aan het doen waren. En dat je dan ineens zo door het... Ja, ik heb een jaar lang elk weekend en alles vrij gehad. En nu is dat ook zo binnen de kortste keren ook weer totaal niet meer zo. En dat is toch wel een switch dat je moet gaan maken. Nu echt, maar ik vind het nu ook wel cool. Hè. Dat was ook even, maar nu voelde wel zo... Je wilt toch terug op café gaan. Ja, en ook... Hoe je voelt dat er op een bepaalde manier ook een soort positief ding is of zo? Ja, let's enjoy that while it lasts. Ja, dat gaat heel lang duren, maar... Ja, ik ken dat ook wel. Ik word er ook, nu dat je terug buiten loopt en die terrasjes zitten vol, ik moet daar zelfs niet gaan zitten, maar ik word daar wel gelukkig van. Ja, tuurlijk. Om te zien dat er volk buiten is. En, ik denk ook wel dat is ook wel de zon, echt natuurlijk. Een coole zomer gaat zijn. Ja, ik denk het ook wel. Ja. Ik denk dat de shows dat je gaat spelen, dat ook wel crazy zijn. Dat is gisteren gezegd, hè, vanaf 12 augustus 75.000 man op Pukkelpop. Kun je het u voorstellen? Dat gaat niet normaal. Dat gaat gewoon doorgaan. Dat is... En dan met die plaat, want de timing, ik zei ook wel tof is ook wel, in reviews, we zijn altijd, als het slecht is, dan staan we erboven, maar als ze goed zijn, dan is het... Maar dan hebben ze ook altijd gelijk, hè? Dan snappen ze het ook eens voor een keer, dat het goed is. Maar wel goede reviews al binnen. Ja, we zijn wel heel blij mee eigenlijk, die goede reviews. Alles wat we lezen is eigenlijk positief en dat is toch een verschil tegen de vorige plaat bijvoorbeeld. We zijn wel super blij mee. Hoor. Ja, het is zo... Het doet wel deugd. Ja, snap ik. Zo recensies over live optredens. Recensies? We zijn nog niet begonnen, hè, man. Subiet bier. We gaan niet zien hoe dat gaat. Nee, maar dat is wel waar eigenlijk. Als ze zo slecht is, dan van... Wij konden er wel echt slecht van zijn. Hè, ja, maar dat is toch normaal? Ja, je zit dus wat boven en nu is dat toch wel van... toch gelijk, hè. Ja, als je zo volledig afgezekerd wordt en je hebt zo keilang al niet gewerkt, dan denk je toch echt wel van... Hey, dude, seriously? Ja, wie ben jij? Maar is dat wel... Want we vinden het altijd super interessant en dan zitten eigenlijk echt met mensen die het meegemaakt hebben. Hè, die eerste plaat geschiedenis. Hè, alles kan, dan doe je die tweede. Maar volgens mij, statistisch gezien, zijn er belachelijk veel
artiesten waarvan dat de tweede plaat het moeilijk heeft. Los van de kwaliteit van de plaat. Gewoon, ja, dat hangt ook wel veel af van je debuutplaat, denk ik. Wat dat heeft gedaan. Maar wat is de objectiviteit? Kun je dat eerlijk zeggen? Dat, of denk je, stel dat die plaat... Stel dat het omgekeerd was. Dat is hypothetisch. Ik weet dat niet kan. Maar stel dat deze plaat de tweede was. En denk je dat je soortgelijke evolutie hebt? Of denk je van, ja, nee, deze plaat is gewoon beter dan die tweede? Dan... Voor mij wel. Voor mij ook. Ik denk ook gewoon dat dat een logische evolutie is geweest. Die eerste, die tweede en die derde. En moest die tweede er niet zijn, zou die derde ook niet zijn hoe dat is. Mm. Ja. En ik denk ook dat je nooit... wat uw gevoel is bij de plaat die je maakt, kan ook helemaal haak staan op het succes en het publiek. Hè. Ja, ja. Die kunnen nu zo verliefd geworden zijn op u met die ene plaat. Mm-hmm. Terwijl dat jij wat jij nu mocht veel beter vindt. Ja. Maar dat is dan voor hun dan weer iets anders of voor bepaalde mensen. Dat is onze grootste angst wel, hè? Dat we platen maken in de toekomst die wij keigoed vinden, maar die totaal niet goed onthaald worden in het publiek. Maar ja, nee, vooral die... Maar ja, dat kun je dus nooit weten. Ja, je weet dat niet. Die slecht zijn... die ik nu slecht zou vinden. Ja, op die manier. Dus, nu zijn van die bands van vroeger die nu nog platen maken en die niks doen. Dat echt slechte platen maken. Ja, dat is wel echt slecht. Maar vroeger hebben die platen gemaakt die waanzinnig goed waren. Hoe komt dat? Denk je dan een kop, dan een creatief brein dat zoveel leeft en als het eruit is, is top? Ja, dat is een beetje de vraag dus. Hè. Dat is een beetje de kwestie waar dat... Ik denk dat dat met leeftijd te maken heeft. Maar er zijn ook wel artiesten die dat wel kunnen. Hè. Mm-hmm. Dus dat is ook een beetje... Ja. Want die zullen dat zelf keigoed vinden, maar dat is... Gewoon bar slecht. Heb je voorbeelden van mensen dat je zo, waar je dat van vindt? Dat je zegt, dat slechte vroeger, dingen, fantastisch. Maar dat is moeilijk. Het is moeilijk, maar ze zijn zo. Maar bijvoorbeeld zo David Bowie of zo. Ik vond altijd, die is een sterfplaat. Vind dat ik is prachtig. Prachtig. Ja. Maar is dat dan, een David? Plaat. Is een David zijn kwaliteit dan? David. Is dat dan zijn kwaliteit? Hij belt niet meer. Hij belt niet meer. Ik vind het vervelend. Internet en mannen, je moet daar dus een mail sturen. Ik bedoel, was hij gewoon heel muzikaal of was dat gewoon... Dat was een vent die tot een uur voor zijn dood gewoon een vinger aan de pols had en ik kon met een die werken. Dat eigenlijk meer een kenner was van ik werk met die mensen dan dat effectief... Beide dingen, dat is ook een beetje... Zijn genie ook, dat hij heeft zo'n eigenheid en inderdaad ook vinger aan de pols. Hij blijft dingen maken die relevant zijn. Maar ja, hij is ook gewoon... Wat gaat zelfs nog verder hij is ook bij hem, denk ik. Geboren en gestorven voor de muziek, dat is echt... Die is een laatste plaat, want dat vond ik ook een enorm straf verhaal over die Black Star. Mm-hmm. Dus dat hem die vinyl, dat wist die zijn zoon zelfs ook niet. Die lag op een bepaald moment lag die buiten en als de zon erop schijnt, dan zie je een sterrenhemel. Echt? Op die plaat. Ja, dat is heel zot. En, die zei, en dan had hij dat gepost, die zijn zoon, en die had echt gezegd, Dad, surprising me even when he's gone. Zo, want zot. Die zei eigenlijk, daar zin ik na. Ja. Zo, dat is super zot, hè. Crazy. Die plaat is, dat is echt... Dat is een maffe plaat. Als je echt moet eindigen, dan is dat wel zo de stempel van... Dat is buigen in het gordijn dicht, hè. En zeggen, dat was het. De laatste van Cohen is ook wel super. Ja, ja, ook heel graaf. Maar die kondigt ook zijn dood. You want it darker, ja. Ook een grave plaat. Ja, dus ik was net zo... Luguber eigenlijk, hè. Ja. Zou je al dat doen? Dus ze zijn natuurlijk nog langer niet daar. Maar dat is met de volgende platen. Nee, maar dat idee. Dat idee. Zouden wij dat doen? Nee, als je weet. Ik vind dat wel een interessant idee, maar ja, bon. Ik vind dat wel een heel romantisch idee, maar. Ik weet het niet, ja. Als je nu echt slecht aan het gaan zijn om ziekenbed, dan weet ik niet of ik nog een gitaar of muziek zou J. Dilla willen maken. Jay Dilla heeft dat ook gedaan, zeker. Op zijn sterrenbed in het ziekenhuis, denk ik. Dat Jay Dilla. Ja. Ook zo'n dus zotse plaat gemaakt in zijn ziekenhuisbed. Ik weet dat niet, ja. Daar moeten we wel kracht voor hebben. En goesting. Ik weet het ik niet. Ik denk wel, misschien wat ik nu... maar ik weet niet of dat waar is, hè. Maar sommige artiesten die ouder worden en die dan ook een rust vinden in gezinssituaties, die meer gaan settelen en die dan op een andere manier naar hun muziek kijken ook, denk ik. Ik denk dat dat er misschien ook mee te maken kan hebben dat je minder interessante muziek maakt of zo. Dat je minder uitdaagt of dat je minder... Ik weet het niet. Ik denk soms dat gelukkig zijn niet helpt. Niet altijd, nee. In het schrijven van songs. Ik denk songs. Dat Bowie bijvoorbeeld, denk niet dat hij een rustig leven had. Nee. Ja, dat viel dat mee. Ja? Want was hij zeker in de latere jaren dat hij echt gekozen had, hè, zeker na de jaren 70 en jaren 80, de coke-jaren en zo, dat hij zei van genoeg ermee. En dat hij ook zo met die imam waar dat hij keihard lang mee samen was, en dat hij echt een stabiele vriend en zo... Maar die heeft ook zo'n paar platen gemaakt die dat hem zelf ook haat. Hè, waar dat hem zelf van zegt, ach, dat vond ik echt
verschrikkelijk. Maar dan in de 90s was hij dan weer zo die een tour met 9 inch nails gehad. En dan was hij weer ineens. Dus dat is altijd zo'n gast die je wel iets met zichzelf kon doen. Maar wat ik zo heel straf vond aan die laatste ook, was dat hij dan ook zelfs in die videoclips weer zo'n beeld van zijn eigen creëert, dat eigenlijk even iconisch is als Ziggy Stardust of als de Thin White Duke. Ja. En met die band, met die knoppen op, zo dat heel weird, vies, raar. En dat want dat is ook wel een vraag voor jullie. Zo, die is wat Bowie ook had. Het is niet alleen de muziek, het is ook alles er rond. Ook dat eclectische. Mm-hmm. Hè, want ik heb, de plaat stond eigenlijk nog gisteravond redelijk laat online dat ik ze had. Dat was ook een grappig verhaal. Ja, dat moet ik zeker vertellen. Maar ik ben er één keer rap doorgegaan of zo. Dat zit zo vol met invloeden. Hey, ik denk dat de muzikale tracks alleen al. Ik denk dat het serieus wat sporen zijn of zo, denk ik. Je ziet dat we veel tijd hebben gehad. Maar wat zit erin? Is dat, hoe denk je al, bijvoorbeeld, je bent bezig aan een plaat. Schrijf je al echt klassieke. Ik bedoel dat goed. Kampvuurakkoorden en dan beginnen te leren? Of is dat echt geluisterd naar van alles, naar Arabische shit en whatever? Je denkt, oh, dat is een tof geluid. En is dat gewoon een soort doos waar je al alles insmet? Nee. Ja, dus vaak beginnen we wel gewoon door gewoon muziek te maken. Dus niet per se. Ja, dat is ook wel gebeurd met deze plaat. Ik zie nu al een piano-move doen. Zo, dan. Ja, als ik begin te schrijven, dan doe ik deze. Dat is wel goed. Ja, we meestal beginnen aan een computer en dan muziek te maken. Met synths, met... ik weet niet, je maakt iets, een soort beat-achtig ding waar je op begint te zingen. Waar dat een soort nummer uit begint te vloeien. Maar wat we met deze plaat wel veel hebben gedaan, is dan... Meer terug naar de essentie terug gegaan. Naar achter piano, dat nummer spelen, achter gitaar, dat nummer spelen om die song echt puur uit te puren. Ja, de song moet echt blijven rechtstaan als je hem op piano of gitaar alleen speelt. Daar zijn we echt wel van uitgegaan. En altijd terug naar die essentie gegaan. Ja, en dan nemen we hem terug in de productie. Terug in de computer. En dan proberen we dat zo goed mogelijk te versterken in het arrangement. Mm-hmm. Maar de invloed van waar dat de song vandaan komt, komt wel vaak uit de inspiratie van muziek die dat gaat maken. Zeg, gewoon. Dus klanken die dat je met je synth maakt of een beat die dat je maakt, waardoor dat je getriggerd wordt om een bepaalde zanglijn te zingen. Die dat je volgens mij niet zomaar zou zingen als je zonder gitaar pakt. Ja, ja. Dat is een soort sfeer dat je creëert, waardoor dat je iets bepaald zingt. Ja. En daar vertrekt de nummer vaak uit. En dan dat nummer afwerken, dat is nog iets anders. Dat duurt soms heel lang. Dat is dan terug naar je gitaar. Het moeilijkste is eigenlijk, denk ik, bij onze nummers, is dat Nederlands. Wij schrijven altijd onze zanglijnen eerst in een soort van Engels gebrabbel. Hè. Mm-hmm. En dan moet je dat vernederlands. En in het Engels kan dat zot goed werken. En denkt van, maar echt, zot goede refrein. Maar dan komen die Nederlandse klanken eruit en denkt... Ja, nee. Dat gaat niet. En dan valt die song ook ineens helemaal uit elkaar. Ja. Dus dat is echt het... En heb je dan nooit de neiging om dan... Ja, dat is... Hè, om dat dan gewoon dan in het Engels te doen? Of ik denk dat onze core business is, dat Nederlands. En dat is ook wat ons groot heeft gemaakt, denk ik. Mm-hmm. Omdat we iets doen in het Nederlands. En als we nu in het Engels zouden doen, dan... valt bazaar in elkaar, denk ik. Ja, dat er in het Engels ook al meer dingen zijn die dan... Hey, waar we tegen moeten zijn, die er ook al zijn. Ja, dat is het enige kenmerk dat ons onderscheidt gewoon van alle andere bands, denk ik. Goh, dat denk ik dat je wel wat... Als we nu in het Engels zouden zingen, dan is dat toch minder onderscheidend. Ja, dat is natuurlijk wel speciaal, dat, in ieder geval. Omdat toen, ik zeg het, ik heb jullie leren kennen, had ik er straks al gezegd, beneden met Chaos. En toen ik dat hoorde, dacht ik wel van, wauw. Deze is zo Nederlandstalige muziek, dat zo van deze tijd klinkt. Mm-hmm, dat niet zo... Dat, misschien is dat... dat is wat oneerlijk. We hadden het er straks er wat over. Tuurlijk zijn er keiveel coole dingen in het Nederlands ook gemaakt, maar dat kampt dan ook mee een beetje zo dat oudbollig imago altijd wel. En dat hebben jullie wel helemaal... Of heel klassiek, hè. Zoals Clouseau is ook niks mis mee. Die maken gewoon popsongs, maar dat is enorm klassiek. Ja, ja. Maar jullie hadden wel iets... Ja, er was duidelijk wel zo'n luwte of zo daarin. Ja. Het is ook omdat wij niet per se geïnteresseerd waren in Nederlandstalige muziek. Totaal het is niet zelf, dat wij zelf veel luisterden naar Nederlandstalige muziek. Dat is gewoon toevallig. Ja. Dat je zong vaak in het Nederlands, ook van ons verleden toen... heeft hij veel in het Nederlands gezongen en dat ligt hem ook het beste. En wij vonden daar wel een interessante evenwichtsoefening om daar iets mee te maken dat wij goed vonden. Dat heeft ook wel lang geduurd eigenlijk, tot deze sound aan te komen. Ofzo. Ik denk dat wij al 12 jaar bezig zijn met muziek maken. Ik ben met Mathieu eerst begonnen nog zonder Olly om met Nederlandstalige muziek te maken. En wij zijn er wel altijd blijven in geloven in dat Nederlandse.
Maar dat heeft wel zeker 6 of 7 jaar geduurd eer dat we zo'n sound hebben gevonden dat dan bazaar was. Is dat toen hij erbij kwam? Ik denk 3 jaar nadat jij erbij werd. Toen ik erbij kwam, dan zijn we voor de eerste keer, denk ik, naar de Ardennen geweest. Ja. Dat was de eerste keer dat ik bij een band was. En dan hebben we een week daar nummertjes opgenomen. Ik had toen ook al mijn laptop en zo'n interface en dan beginnen opnemen en zo. En dan, toen we daaruit kwamen, dan begonnen er zo een paar nummers. Ik weet dat Echo er toen al bij zat. Mm-hmm. Breinterrein Goud, waar dat goud is geworden, zat er toen ook al bij. Ja. En daar hoorden we voor het eerst van wat dat bazaar kon zijn. Ja. En dan heeft dat nog 2 jaar geduurd of zo. Tegen dat goud en zo uitkwam. Eerst is Tunnels uitgekomen. Ja. Mm-hmm. En hoe klonken jullie eigenlijk ervoor? Wat was hetgeen dat je... Wat maakt... Allee, ik zal het zo zeggen. Wat maakt bazaar bazaar? Wanneer was het moment dat je voelde deze is iets dat ons speciaal maakt? En wat deed je eigenlijk voor dat je dat moment had? Ja, eerst maakten wij folkmuziek meer. Echt akoestische gitaren en... Godzijdank. Ja, dat was veel... Allee, volk. Dat was veel singer-songwriter, akoestisch. Ja, meer zo dat. Is dat een Volt fan? Is er een, is, hey, ongetwijfeld, maar is dat niet dat je zegt dat is ooit in het publiek, of is dat gewoon nee, dat was onze... Ik denk dat er wel is uitgekomen ook. Er is een EP'tje van, hè. Ja. Meer dan ooit heet die een EP, maar ik denk niet dat die op Spotify of en dat is echt de basis. Die hebben we er echt af laten halen. Ja. Dat was zonder Oli nog, ja. Want dat was aan zich niet super slecht of zo, denk ik, maar gewoon niet helemaal goed anders. Genoeg. We hebben dan eigenlijk, wat er veranderd is, is dat we de arrangementen in een veel interessanter hebben proberen in te vullen. Zodat ook een speciale kant aan te maken. Terwijl daarvoor, dat waren al wel dat soort songs, denk ik, maar die waren heel klassiek gebracht. Ja. Een drum, een akoestische gitaar. Dat was ook meer, En dan daarna, in Dardenne, was dat meer rockmuziek. Echt met gitaren en zo. Dat, Er zat dan als een beetje synth in, maar dat was inderdaad meer met gitaar. Ja. Echo is zo'n nummer dat eigenlijk zo op de rand tussen rock en dan zo'n beetje... Ja, dat is een beetje een overgangsnummer, denk ik. Maar dan zijn jullie toch lang bezig geweest eigenlijk, want dat je dat vertelt, dat hij toch wel een hele aanloop gaat. Hè? Want dat is absoluut. Zo, voor de wereld zijn jullie er precies niet eens. Ja, en denk je, ach, zie, die zijn wat een sound. En dat zal, hoe hebben die dat zal, die kwamen samen en pff, dat was er. Maar dat is eigenlijk nooit waar. Hè? Nee, ik denk zeker 7 jaar hebben wij eerst gesleuteld totdat de eerste single Tunnels... is gevormd. Volgens mij zijn jullie beginnen samenspelen 2008, denk ik, want dat was toen dat ik 12 jaar Eurosong deed. Ja. En dan, dan ben ik erbij gekomen, een jaar of 3-4 daarna, zeg. Heb jij toen Mathieu leren kennen bij Eurosong? Ja, of? Ja dat is allemaal 4 jaar. Ah, hij zat niet in mijn jaar, hij zat 2 jaar voor mij, denk ik, of zo. Maar ik heb Mathieu ook leren kennen op zijn Eurosong finale. Ah, oké. Okay, dan is de cirkel rond. Dat heb jij gewonnen, hè? Was dat niet? Ja. Shut Up? Ja, dat is wel funny. Want dan... Ja, daar hebben wij elkaar allemaal leren kennen. Max van Oscar en de Wolf. Ah, ja, die kende ik dan zo'n beetje doordat ik meedeed aan Eurosong. En jij werd mee met Max daar op mijn finale. En Mathieu was daar ook, omdat hij ook ex-kandidaat was. Dat was ook heel gek. Die een dag had ik Max ook voor het eerst ontmoet. Ik weet dat ik zo'n MySpace had. En Max Colombi, toen nog heel onbekend. Niet zo onbekend, want die had ook al Eurosong gedaan. Maar die stuurde mij een bericht op MySpace van, zeg, wilde jij niet met een band komen spelen? En dan hebben wij afgesproken op de Groenplaats, en hebben wij daar iets gedronken en gebabbeld. En dan zijn wij direct gegaan naar zijn finale, en daar heb ik Mathieu leren kennen. Ja. Maar stel je voor dat jij zegt, kom af. Dan ziet de wereld er anders uit. Ja, voilà. Mm-hmm. Dat is gek, hè, hoe dat soms en kan ook, lopen. Hè? En wat ik nou altijd het gekste vind, want ondertussen is het geweten, maar dat is wel zot, de statistisch, dat... Twee van de succesvolste dingen hier ooit uit dat land, dat het dan dezelfde boad komt. Dat is... En het Eurosong ook. Er zijn eigenlijk redelijk wat van de dingen uit de Eurosong komen. Ik kan nu niet direct op iets komen, maar ik weet, er zijn nog wel dingen. Hè. Maar als je zo Milo bijvoorbeeld hier had, die hebben wij hier een tijdje terug hebben gehad, want ik denk dat we het ook zelfs met hem erover hebben gehad. En dan ging het ook over jullie en over Max Colombi en Oscar and the Wolf. En dan denk je, vroeger was het klassiek gewonde rockrally en dan ging het hier wel gebeuren. Hè? Ja. Wat jij dan trouwens wel gedaan hebt met Warhola, dus dat is ook al wel weer funny. Maar bij jullie kwam dat echt van een heel andere kant. Hè? Dat je denkt, de kant waar dat je van zou zeggen, wanneer wij jong waren, was dat mega oncool allemaal geweest.
Mm-hmm. Maar dat is ook, dat is, je merkt dat ook met Eurosong nu, zelfs in, als een, in alles wat dat is, dat heeft wel een andere waarde gekregen. Je voelt wel heel hard dat niet meer... Maar bij wat kinderen, hè, ja, dat was gewoon onze kinderdroom. Ik keek toen, dat ik, hoe oud was ik? Ik was toen 14, denk ik, maar dat was eigenlijk al van toen dat ik 9 à 10 jaar was. Dat was dan Xing de eerste keer. En Niels heeft ook mijn drummer bij Warhola, heeft speelde bij Xing. Dus die is er ook uitgekomen. Ja. En ik keek daarna en dat was mijn kinderdroom om daar te mogen meedoen, want die gingen naar Disneyland en zo en die mochten op het podium staan. Disneyland. Dus ik heb me daar twee keer voor ingeschreven en een tweede keer was ik dan geselecteerd. Dus ja, je wilt daar, ja. Ik was al lang met muziek bezig en je wilt op een podium staan en dat bij Max en Mathieu hetzelfde was. Ja. Mat, zo vind ik. Mat, ja. Ja. Ik moet zeggen, het zijn ook heel wat mensen die dan nadien zo acteren of vloggers zijn geworden of zo. Het is niet alleen dat... Er is wel wat bekend volk uitgekomen, maar veel niet-muzikanten ook. Ofzo. Ja, inderdaad. Ja, Emma Lea Roux bijvoorbeeld. Emma Lea Roux. Die Nicolas Kaars. Ah, dat is je vlogger, hè? Ja, dat is er ook in, ja. Dat was Simon MC. Antonia. Antonia. Ja. Simon MC. Amai, die ziet er helemaal anders uit. Die kom ik vaak tegen op mijn gasten plein. Ja? Die Simon MC. Allee, vaak. Dat is wel een cool nummer. Dat was een topnummer. Ja. Dat was catchy as... Fuck! Zeg het maar, dat is hier niet allemaal eerlijk. No censorship over here. Ja. Maar die Max en foto's zijn toch ook altijd. Dat is wel een verschijning ook, hè, die een dude. Ja. Die heeft wel een charismatische figuur. Jullie ook wel eens, hè? Want dat vond ik ook meteen als ik jullie op een podium zag. Met die foto hier voor de muur. Ja, ik. Ik moet wel zeggen, want jullie hadden het er straks over recensies of over kritiek en commentaar, wat je natuurlijk altijd krijgt als je je kop boven het maaiveld uitsteekt. Mm-hmm. Hè. Een van de eerste dingen dat ik ooit heb gelezen over jullie was ook 1, brasgaathaar. Dat vond ik al een topper. Ja. En de andere was, ik had het hier opgeschreven, het was zo'n voos woord dat ik dacht, deze moet ik ook even zeggen. Pastelmuziek. Oh. What the fuck was dat? Dat heb ik zelfs nog nooit gehoord. Ja, dat vind ik echt degoutant. Ja, want dat vind ik ook een vrij niet... Daar ben ik het ook volledig niet mee eens. Ja, omdat ik zo denk van, deze is echt... Oh, dat brasgaathaar, dat daar maar al toe nog. Ik snap ook niet van waar dat ze dat nu echt hebben gehaald, dat brasgaathaar. Maar ja, dat was toen met die eerste plaat, werd dan zo groot. En dan natuurlijk, alle media schrijft er dan over, ook de boekjes en zo. Ja. En ze wisten dat wij in Brasgaat repeteren. Dat is van Brasgaat en we hadden allemaal lang haar. En dan, dat is interessant om er stonden te echt artikels van deze... Dat was echt een ding ineens. Ja, ja, ja. Het lijkt een onverzorgd kapsel, maar je moet uren in de badkamer staan om dit kapsel te krijgen. Zo'n artikels zijn er verschillen. Heb je gewoon nu echt niks beter om over te schrijven? Was dat dan slecht gezien? Of heb je zoiets... Nee, ik dacht van, waar zit die gewoon mee bezig eigenlijk? Allee, dat is gewoon allemaal normaal. Maar ik vond dat goed, zolang dat ze schrijven over ons. Ja, maar het is wel... Bad publicity is ook... Ja, en terwijl we alle grote artiesten... Die moeten door, hè. Ja, blij maar. Zijn je blij dat je... Allee, dat is ons aanvoelen. Dat je dat gepasseerd bent. Dat gaat niet meer... Ik ben wel blij dat ze ons nu precies wat meer serieus nemen. Of zo, dat ze... Vroeger draaiden het zo meer dan... Ooit zo niet om de muziek en nu mag het zo wel eens gaan draaien en echt over de muziek gaan. Dat dat zo groot wordt en inderdaad alle media dat willen meepakken, dat ook inderdaad, ja, die zijn niet allemaal geïnteresseerd in die muziek. Dus dat wordt iets dat niet meer alleen over muziek gaat. Mm-hmm, en dat is inderdaad nu wel gepasseerd, denk ik. Ja. Ja, maar jullie waren gewoon ook 3 gasten die er goed uitzagen. Je kiest ook van bepaalde kleren te dragen. Mm-hmm. Er was ook een soort eenheid in heel dat gegeven dat je jullie zag. En dan kreeg je natuurlijk ook heel dat een beetje dat boyband sekssymbool ding waar je niet mee wilt leven soms, hè, omdat dat ook niet... Hè, dat was totaal onze bedoeling. Dat niet, denk maar. Ik, dat tenzij ja, dat je echt een boyband bent. Ja, een deel ook wel van... Waarom dat je een sportpaleis voelt, is niet enkel omdat ze naar je plaat luisteren. Hè. Dat heeft er allemaal wel mee te maken, denk ik. Mm-hmm. Dat mensen daar naar willen komen zien, dus je moet dat ook niet... Proberen hem al weg te steken. Of Ik heb mijn uiterlijk ook altijd gebruikt voor dat vol te krijgen. Voilà. Nee, maar je moet nou weer niet dingen doen. Je gaat ook een look, hè?
Ja, ja, voilà. Iedereen, ja, en uw look wordt soms ook een karikatuur waar je niet mee wilt. Je moet eigenlijk alle grote sterren kunnen eigenlijk met 3 pintrekken kunnen die tekenen. Ja. En dat deed het is een bril, een baard en een kuif, hè. Ja, damn, man. Nee, maar ja, bij ons is dat is nu eigenlijk... Maar als je zo... Hè, want nu, hoe is dat met 3... Allee, ik kan me dat voorstellen dat je zo met 3 zegt, je doet alles 3 samen. Is dat soms ook wel wij tegen de wereld op een... omdat je hebt niet veel volk, hè. Waar, je hebt natuurlijk al een manager en alles, maar dat moet op een bepaalde manier moet dat wel iets bijzonders zijn. Ja, dat is ook wel een beetje... Ik had dat nu met die plaat wel van... Fuck, we gaan dat gewoon doen met 3 en... Allee. Niemand gaat er iets over kunnen zeggen of zo. We gaan gewoon dat maken hoe dat wij het willen. En op zo'n niveau proberen te krijgen dat niemand er iets over kan zeggen. Dat was dat zo wel een beetje zo, die sfeer zat er wel een beetje in, vond ik. Ja. In het proces. En ja, dat is ja. We hebben inderdaad, ja, we zijn heel veel met 3. En dat is speciaal. Ja. En we zijn ook beste vrienden, dus. Dat we zijn, ook... ja. Ja, broers zijn we eigenlijk. Hè. Ja, dat zeggen ze, ja. Dat is altijd tof, hè. dat was al zo. Dat was al hier in de ploeg dat zei, ja, zo ver zou ik nou niet gaan. Ja, ik vind dat wel schoon, want ik vind dat altijd leuk als je voelt dat ongeacht wat voor soort muziek of wie dat je zegt, als je zo mensen bij elkaar hebt waar je van voelt, ja, dat zou niet kloppen als één van die mensen er niet meer bij is. Ja, dat is... Nu ook wel, vind ik. Zeker met die derde plaat. Dat je merkt dat Bazaar gewoon wij met 3 is. En dat echt gewoon de kern is van zo'n Bazaar. Er is niemand vervangbaar of zo, denk ik ook. Nee, 3 frontmannen. Hè? We moeten het hiermee doen. Nog niemand er moet kunnen bijpakken. De autobiografie van Bazaar. We moeten het hiermee doen. Ja, goeie titel. Ik vind dat een topper. wat ik mij altijd afvroeg bij... Omdat je... jullie hebben allemaal een traject afgelegd vooraleer dat Bazaar begonnen is. Hoe is het eigenlijk begonnen voor jullie? Want ik heb het aan Mathieu gevraagd, maar ik vind het ook leuk om het eens van de anderen te weten te horen. Ik bedoel, Bazaar, hoe dat voor jullie... Bazaar, ja. Laten we nog verder gaan. Muziek in het algemeen, hoe zijn de gollen begonnen? De kennismaking met muziek bedoelde. Ja, en wanneer dat je het zelf speelt? Ik werd door mijn vader wel verplicht naar de muziekschool gestuurd. Ik heb dan AMV gedaan, is dat, muziekleer. En dan nog AMC. En ik heb dan vroeger trompet gespeeld. Oké. En dan vond ik dat verschrikkelijk. Ik haatte dat muziek. Ik haatte theorielessen van muziek. De classic, dan pakte ineens de gitaar van... papa, en dan begin de gitaarmuziek te maken en begin daar songs op te schrijven. En dan heb ik een aantal bandjes gehad vroeger. Ik zat op dezelfde school als Simon in Berschaat. Mm-hmm. En Sio was toen ik ben een jaar jonger, dus ik kwam naar het eerste middelbaar en hij zat dan al in het eerste middelbaar en hij had een groep Caution, was dat zeker? Ja. Dat was wel de band van school zo. Ah, ja. En dan daarna is dat Felix Palace, of dat was Breed the Sound eerst. Met zijn broer. En dat was ook de band van school. Dus hij heeft altijd wel zo van... Dat was cool, ook zo, band elk van schoolfeest school. Altijd dezelfde band die op de camion moest gaan spelen. Ja, maar Golle wordt wel die een band. Ja, daar waren wij stiekem allemaal jaloers op. En hij was 12 jaar, hè. Dus dat is zo groot. De baard in de keel was er ook nog niet. Nee. Dus dat was, Heeft uw vader u ooit een I told you so gegeven van die muzieklessen? Of? Nee, eigenlijk niet. Nee. Ah, okay. Nee, jammer. Dat ik als vader vol een bak wel gedaan. Zie je nou wel? Zie je nou wel? Zie je nou wel, gezegd? Dat ik moest gaan. Ja, toch gezegd? Sportpaleis, allemaal dankzij mij. Zo ook direct op eisen, zo. Fantastisch. En jij? Ja, wel, ik ben ook muziekschool geweest. Ik heb piano gedaan vanaf, wanneer is dat? Tweede leerjaar of zo, zeker? Acht jaar, zoiets. Ja. En dan, maar mijn papa die zong ook altijd in Nederlandstalige groepjes. Dus ik ging dan ook wel. Just... Ja. En als ik klein was, ik heb foto's dat ik zo 2-3 jaar was, dat ik met sambabal zo mee met mijn papa was aan het spelen. dus ik wou dat eigenlijk ook altijd wel zo zingen. Dus ik heb piano dan gedaan, maar ik ben direct dan niet alleen zo dat oefenen voor de pianoles, dat was zo wat lastiger bij mij meer. Maar ik schreef direct al wel toen ik 10 jaar was of zo nummers. Mm-hmm. En dan, die Eurosong, dat was zoiets waar ik naar opkeek en wat ik dan ook heb kunnen doen.
En dat heeft echt een stroomversnelling van mij gegeven. Ik mocht toen ook met Jeroen Swinne mijn nummer opnemen. Ja. Dus je zei direct, ik was 14 en ik was al in zo'n professionele omgeving. Maar dat heeft wel zo mij, denk ik, wat stappen doen overslaan of zo. Ja. En ik wist toen ook al echt, dus ik zat in het derde of vierde middelbaar, van ik had echt geen goesting meer om die school uit te doen. Ik wou echt voor muziek gaan. Ja, ervoor gaan. Ja. Ja. Maar dat vind ik wel... waar wij van komen, was de fuck dat de Amerikaanse bands, dat die keigoed waren. Veel beter dan de Europese bands. De scenes waar wij uitkwamen en dan toerden wij ermee en zo. En dan viel dat altijd op, dat die ook al veel langer bezig waren. Mm. En ik merk dat bij jullie ook. Want ik vind eigenlijk, jullie zijn paspoortgewijs, jullie piepjong. Ja, maar... Ça va wel. Wacht. Oké, god even mee. Piepjong. Maar eigenlijk zijn jullie ook op een bepaalde manier oude zielen, omdat je al zo'n enorm traject hebt gehad. En ik voel ook wel dat de toekomst is voor veel mensen hier. Je moet er echt gewoon vroeg aan beginnen. Wilde op je 20ste. Nee, want wij, veel van de rock-toestanden en de metal-toestanden, was eigenlijk je deed je middelbaar en dan begon dat wat serieus te worden. En dan had je eigenlijk je leergeld deden tussen je 18 en je 24. Maar eigenlijk is dat zijn dat de leeftijden dat je moet pieken. Dat is ook omdat je brein is nog niet zo ontwikkeld als kind. En dan kun je veel gemakkelijker dingen aanleren. Het is veel moeilijker om op 40-jarige leeftijd nog gitaar of piano te leren dan als je 3 jaar bent. En dat is bij de Sint-Elisabeth-wedstrijd, zie je dat ook. Die worden gewoon als kind al gewoon gedrild om... piano te spelen, En er is zo'n 13-jarige Chinees die daar Rachmaninov speelt en dat je denkt, ah ja, tuurlijk. In Amerika is dat ook wel meer een cultuur, zo in middelbaar dan zo schoolbands. Daar zit zo'n cultuur achter en mensen worden gemotiveerd om samen te spelen. Dat in België eigenlijk bijna niet. Of je moet zo'n leerkracht hebben die u zo toevallig is motiveert, maar dat is zo niet echt een cultuur in België. Nee, maar ik vind dat wel, dat is omdat het groepjesgegeven dat overstijgt genres. Hè. Maar ik heb dat altijd zo met dat bazaar en dat verhaal en zo, dat ze van dat gaat iedereen wel moeten doen. Je kunt niet zeggen op 2 jaar staan ik er. Of dat een Eurosong is of niet, maakt niet uit, maar je moet je leergeld betaald hebben voordat je. Maar is dat niet altijd zo? Is dat in de comedy scene ook niet zo? Ja, of... comedy heeft iets laagdrempeliger op sommige vlakken, omdat veel mensen denken dat gemakkelijker is om dat te kunnen. En daarmee bedoel ik, je moet geen instrument kunnen spelen, je moet geen song kunnen schrijven, je kunt op podium gaan staan, je hebt een micro en je kunt beginnen. En er zijn ook redelijk veel mensen die... denken dat ze een gevoel voor humor hebben. Dat is... niet iedereen denkt van zichzelf dat hem kan zingen of dat hem een song kan schrijven. Ja. Maar veel mensen denken wel, ik ben met mijn vrienden keifer. Ja, dat is wel waar. Ja. En als je dan op het podium gaat staan, uiteraard, als je daar goed in wilt zijn, is dat een deel, begrip wat dat met jullie ook is, hetzelfde. Dat is talent en tegelijkertijd ook werk, hè. Dat is ook métier. Hoe meer dat je talent dat doet, bagage is, hoe beter dat je wordt en hoe meer bagage dat je hebt, hoe meer dat je met alle situaties kunt omgaan. Dat is een beetje dat is wel vergelijkbaar. Alleen heeft dat iets laagdrempeliger om aan te beginnen. Is hem er? Oké, ga goed. Wacht, ik ga even... maar jij doet altijd zo van die rare... Het is wel 4 uur. Ja. Ik vind 4 uur ook. Ik vind dat Gullen al moet zorgen dat wij allemaal... ik ga voor... Gordijn open. Hopla, gordijn open. Er was zo iets mee whisky infused. Dat gewoon en jij moet ook nog... die liggen in de zijdeur, liggen de flaterens. De flaterens zal ik ook gaan halen. Ja. Voilà. Ik zal even ineens mijn eigen nuttig maken in deze podcast. Dus voilà, ik ben direct terug. Jij moet continue. Ik wil een dier. Schenk jij die liever zelf in? Nee. Ik zit er kei slecht in. Doe jij dat maar. Voilà. Alright. Yep. I'll be right back. Oeh, ideaal. Fantastisch, hè? Ja, de laatste tijd ontaart alles hier culinair. Een drankfestijn. Bacchanaal. dat is echt... ik weet niet meer wie dat begonnen is, maar dat is met iemand begonnen. En, ja, dat is doordat dat in de namiddag wordt opgenomen en dan begin je al rapper... Was dat niet met Mathieu begonnen de vorige keer? Ja, de Thibaut was ook verschrikkelijk. Thibaut Christiaans. De Thibaut is hier ook... die was hier om 11 uur en die was hier ook om 11 uur weg. Maar dan... De andere dat meen je niet. Ja. Hey, er komen nog Westfleteren aan, dus... misschien... Die met die beginnen, de Westfleteren. Beginnen met de Westfleteren. Of met de Westmalle. Ja, doe maar.
Beginnen met Westleteren. Ja, doe wat je wilt. Hè. Je zit hier thuis. Voilà, we zullen even wachten op... De Westleteren. Hoe was het eigenlijk? Dat gaat met een eerste Westleteren ooit zijn, trouwens. Dat is niet erg om te drinken. Al is het maar gewoon omdat je kunt zeggen, maar het is lekker. Ja. Zeg, hoe was gisteren eigenlijk? Release party, want ik heb je socials gezien. Het was wel van jut naar jaar, precies. Hè? Het was echt een heftige dag, eigenlijk. Het was heel emotioneel, eigenlijk ook. Zwaar. Ik weet niet, ik was om 3 uur 's nachts wakker geworden. En ik zie ineens... Ik dacht, ik ga eens naar Spotify kijken. Ons album staat daarop, ik wil dat eens zien. En dat stond daar niet op om 3 uur 's nachts. Ook niet op Apple Music. Dat album was nergens. En normaal moest dat gereleased zijn om 12 uur 's nachts. Het was 3 uur 's nachts en het stond er nog niet op. Dus ik stuurde al direct een berichtje naar de manager en naar, naar de gasten. Van, zeg, dat staat gewoon niet op Spotify. Wat moeten we nu doen? Dan werd jij wakker om 5 uur, omdat wij moesten opstaan om naar de radio te gaan. En dan waren we een beetje licht aan het panikeren. Van, We hebben de eerste manager proberen wakker te bellen, maar die nam niet op. En dan hebben we Pieter van A&R. Pias wakker gebeld. Shout-out naar de Pieter Verheijden. Nog volk. Hallo, de Mathieu, zeg. Dus dan hebben we die ook wakker gebeld. En die was ook niet zo... En die snapte er ook niks van. Right. School, hè? Yes. Here we are. Ja. God damn it. Werken noemen ze dat. Hilarisch. Cheers. Gefeliciteerd met de nieuwe plaat, hè, mannetjes. Laten we dat. Het is release party. Laten we het zo doen. Ik heb een keer wat goudplaat bij ons geweest. Die smoltige uit is dat, ja. Voilà. En er zijn ook hapjes en eten aanwezig van uw vriendin, hè, die dat doet. Ja, dat klopt. Voilà. Dat is eigenlijk ook... Plug dat gewoon even, man. Dat is mega cool. Dan weten mensen dat. Ja. Voilà. Ja, ik ben al aan het zeggen dat ze moeten pluggen. Dus het pluggen moet erop staan. Ja, toch ook wel een fun... Ben ik hier dan ineens bij dan? Of hoe zit dat? Er is hier magisch iemand verschenen aan de tafel, dames en heren, met de meest sexy manier van een hemd open te dragen dat ik sinds de Bee Gees gezien heb. Dat is niet normaal. Gollen ze alle drie wel echt keihard. Jullie hebben ook zo'n manier van een hemd dragen dat weinig mensen... Dat was echt wel toeval. Nee, dat was keihard cool. Ik zag jullie dat nu helemaal lopen. Ja, dat was wel redelijk open, ja. Maar ik heb een bumpy ride naar hier gehad. Ik had dus ook biertjes meegenomen, maar dat is nu mijn kofferbak van mijn brommer is een bassin geworden. En dat dempt is ook opengevlogen. En dat dempt is echt in aller heil, ja. Nou, ik heb in ieder geval 5 rietjes, dus wij gaan straks gewoon naar mijn kofferbak leegzagen. Oh. Als wij beneden zijn. Goh, kijk, gezellig zijn. Maar de beeldspraak is hier weer kofferbak leegzagen. En zo werd het toch terug een beetje de Romeo's. Is dat niet toch? Jullie waren aan het vertellen over het feit dat, dat de plaat wel later online stond, of... Waar zaten we nu? Waar zaten we? Wij gingen bellen naar Pieter van Pias. Ja, Pieter Verheijden van Pias. Om 5 uur 's morgens belden we, denk ik. Of 6 uur 's morgens. 6 uur, denk ik. 6 uur, ja. Ze zeggen van, zeg Pieter, we hebben een probleem. De plaat staat nergens online. En we zijn onderweg naar de promo. Naar de promo van de plaat, maar niemand kan hem luisteren. Een beetje paniekerige ochtend. Een beetje ochtend. Vergeten. Ja. Wij waren echt slecht gezind 's ochtends. Wij waren heel slecht gezind, eigenlijk. Het was echt zo, dat ging een feest worden die een dag. En dat begon dan zo. Ja, en plus ook, dat kost u ook streams, hè. Ja. Dat waren wij ook aan het denken, ja. Je mist een beetje dat momentum, of zo. Niemand wist wat er was misgegaan. En dan zijn ze beginnen rondbellen en doen. En dan uiteindelijk, na een uur, stond hem toch op Apple Music al. Dan op iTunes. Dan 2 uur later op Deezer. Dan op, dus er is van alles misgelopen. Maar tegen de middag kon iedereen luisteren. Dus, Ja, het was hectische wel, ja, het was echt emoties. Wel een rollercoaster gisteren. Dat was echt zo... En dan ineens die platen. Wel met, ja, de Q-music was dan super tof en dan, ja. Ja, we hebben een fantastisch goed moment gemist straks. Zo, dat geloof ik. Zo van, dat goud platina, maar dat je stiekem wel wist dat platina was. En dat de Lolly zo zei dat hem blij was dat hij zijn eigen toch wat dat 10 gaat. Ah ja, voor het niet te zeggen. Ja. Hey. Eigenlijk is het wel platinum, hè. Dat is toch zalig. Moment gedaan. Dat is toch het beste gevoel ooit dat uw verhalen zijn van die dag. Ja, ja sowieso. Achteraf want, is dat plezant. S'avonds op Studio Brussel zeiden ze zelfs van... Allee jong, wij dachten dat het een stunt was. En wij dan zo... Ja. Sowieso. Zo was het. Ja. Ah, goed gedaan. Nou, ik kon even over die totaal anders beginnen voor een seconde, maar dat is mega lekker deze. Ja, zalig. Wat zijn we aan het eten? Ja. Bunch, dat is van mijn vriendin.
Is toch ook het fundament geweest in, onze, plaat, in onze plaat. Constant een paar fundamenten, daar was er toch veel wel één van. Gegeten, ja. Mm-hmm. Amai. Mm-hmm. Ja. Hebben jullie, zijn jullie terug, ik zal het zo zeggen, na de, jullie moeten terug gaan live optreden binnenkort. Hè? Er staan, nu gaat er terug van alles gebeuren. Ja, de een shape gehad van de COVID, waar je van zei, hier moet ik even terug vanaf als we live moeten gaan optreden, of viel het mee? Ik heb eigenlijk meer gesport dan ooit in corona. De COVID. Ik ook. Ik niet. Maar jij wordt ook niet dik. Jij hebt echt geen aanleg voor niks van dik worden. Jij eet dan gewoon een week niet. En dan is dat weer over. Dat kan je zo... Dan bestellen wij iets en dan is het 's middags en dan zijn we echt zo hongerig vanaf 12 uur of zo, zie je en ik. En dan zien we die pokeball of whatever, dan want eten of bunch of whatever. En dan zo echt twee happen en dan stopt je mee eten. Maar ja, heb je dan ook genoeg? Dus de week daarvoor heb ik dan zo te veel gegeten en dan ben je daar ook dat is dan vijf happen of zo. En dan heb je wel echt zo, en dat de restaurants terug open ging, had ik toch de indruk dat ik zo een paar keer op restaurant en dan zo... frieten na elkaar en dan was ik daar een week slecht van. Ja. En dan is het er weer af. Dus eigenlijk, om op uw vraag te antwoorden, niet echt, want we zijn sportiever geweest dan ooit. En ik denk dat we dat zo wel aan het doortrekken zijn voor hoe in shape te blijven. Ik ben nu wel al even gestopt eigenlijk. Ah. Ja, jij sprak gisteren over een bovenbuik, hè? Zie. Ik voelde ineens hier een zwelling opkomen, maar boven de maag. Dus ik wist niet goed wat dat juist was. In een te leveren. Bovenbuik. Een bovenbuik. Ja, de bierbuik is zo echt van onder. Hè? Hier, maar hier langsboven, wat is dat? Juist onder ribben. Middenrif? Bij mij is dat gewoon een deel van die bierbuik eigenlijk. I don't know what you're talking about. Bovenbuik. Ja, voilà, die staat van gezwollen bij de Seasons kort. Ja. Wel, dat is het. Wat is dat? Wat is dat? Dat wordt hier een educatieve podcast. Wat is dat eigenlijk? Ja, sowieso kanker als je zo van die dingen opzoekt. Oh, God, ja, waarschijnlijk wel. Dokter Internet, zo doe het nooit. Echt. Ja, we gaan niet googlen, want dan is de sfeer weg. Ja, ik heb een zwarte nagel. Wat zou dat zijn? Heb ik in mijn eigen idee? Kanker. Ja, tuurlijk, uiteraard, altijd. Ja, dus, ik doe dat niet meer. Maar dit gezegd zijnde, alles gezond dan toch, jongens. Ja, nog, best wel. En wat hebben jullie gedaan van sport eigenlijk? Is dat dan fitnessen of lopen? Personal trainer hebben wij. Ja, dat mocht eigenlijk niet. Hè. Ik weet eigenlijk niet of dat mocht nu, ja of niet. Mm-hmm. Want hij was eigenlijk wel buiten en alleen, hè, met hem. Hè. Mm-hmm. Mag wel, hè. Ja, dat was zo, hè. Ja, voilà. Ja, voor het eerst met gewicht te zitten zeulen eigenlijk. Hè. Vroeger deden wij dat zo niet. Nee. We gingen wel shotten vroeger, zo op maandag. Hadden we zo op in Garincha in Hoboken gingen wij... Bij de Angel van Kurk Droog. Bij de Angel van Kurk Droog, absoluut. Ja, die was de gerant, daar shotten wij. Ja. Maar was daar gerant? Is die daar geen gerant? Ja, die zit, dat is dan een collega van mij. Tuurlijk, die werkt nu fulltime. TV-man. Top, goed. Maar wel, nee, hij doet dan altijd de Garincha. Hij gaat nog altijd zo... een paar avonden. Dat was wel inderdaad zo, als je naar de Garincha ging, dan zag je dan geld erachter, die hoogte er alles regelen en al. Nee, was ook zo een soort, dat hem dat vertelde, ook een beetje een microcosmos maatschappij ding. Ja, je ziet er van alles, inderdaad. Ja. Want je spreekt daar ook nog, je zegt dat was het coolste job ooit of zo. Ja? Ja, omdat dat was altijd iets, hè. Ja. Ja, er gebeurt wel wat, hè. Je zou een reeks over kunnen maken, denk ik. Maar en, mogen we nu al terug gaan voetballen eigenlijk? Dat weet ik niet. Ik denk dat er wel veel dingen terug mogen zo, want de zoeken. Ik doe ook boksen in die boksclub trainen buiten wel. Nu. Ja. Dus het is wel nog niet binnen, maar je mag dat wel in groep trainen als je buiten bent, zo dat soort dingen. Dus ik denk dat er wel veel dingen nu al meer en meer kunnen. De fitnessen gaan open vanaf 9 juni. Dus dan denk ik dat het. En dan binnenkort spelen wij gewoon terug voor het publiek. Jij ook, Werchter en zo. Dan mogen we er niet te schandalig uitzien. Dan moet het ook zo een beetje... Dat je denkt, als comedian kun je daar nog een beetje af. Want je kunt er nog wel wat uitzien als een loser. Maar ça va. Gewoon een beer, ça va. Het is beter nu. Want ik heb ook wel een tijdje... Ik heb wel zo'n een periode gehad in de lockdown dat ik dacht... Zo gevoel ineens van je zei echt niet veel meer aan toen. Zo dat, maar... Van de zetel naar de koelkast, van de koelkast naar de... Ja, we zijn ook wel wat padellen. We zijn wel zo wat mee in de padelhype, zijn wij ook wel... Kom, leg het nou eens uit. Ik bedoel, hype, we weten allemaal wat het is. Je weet zeker wat het is, wat een hype is. Maar is het nou leuk of niet, padel? Superleuk. Ik vind dat zalig. Dat is wel ook, dat zalig, echt leuk. Dat is toch zo squash meets tennis, hè? Het is een beetje dat, hè? Ja. Dat is zo eigenlijk een sport dat iedereen kan. Ja, super toegankelijk. Dat is heel toegankelijk en je kunt dat ook zo
Dat is ook een koppelsport. Je kunt dat heel gemakkelijk met je liefjes spelen tegen een ander koppel. Dat is heel... Oh, nee. 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 Hier stopt het. Ik wil nog een huwelijk in, maar dat komt nooit niet goed. Dat die neffen niet aan een bal slaagt, dan is dat... Godverdomme. En dat kikker neffen slaag is teurschuld. Ja. Dat is sowieso. Classic. Ja. Maar is dat... Want dat is redelijk snel, hè? Nee? Is dat niet een... Of... Dat een beetje... Dat valt... Ja, als je dat goed speelt wel, hè. Hangt ervan af hoe goed je dat kunt, natuurlijk. Ja. Maar je kunt dat ook... Bij tennis, je kunt niet beginnen tennissen zonder dat je zo wat techniek moet leren. En, wat je, en bij padel kun je gewoon... Als je een beetje een balgevoel hebt, dan slaat op die een bal en dan zit je aan het spelen. Ja, dat, ik ken veel mensen dat doen ook. Dus dat is toch wel zo... Ja, dat is ineens ook wel... Dat is mega hype. Ja. Ja, maar het is blijkbaar ook al wel zo terug een beetje gaan liggen blijven, want je hebt weken... Allee, of je hebt tijden gehad dat je gewoon maanden op voorhand een veldje moest doen. Heel, ja. En nu heb ik zelfs gehoord dat de hype zodanig zou over zijn of zou overgaan, dat zelfs mensen die nu een nieuw padelveld willen maken, het is een, ik weet niet hoeveel nieuwe padelvelden... Dat ze geen lening krijgen. En dat ze geen lening meer krijgen van de bank. Okay. Ja, ik heb dat ook gehoord, maar ik heb... Hey, mijn papa bijvoorbeeld doet dat heel veel en die heeft wel totaal niet dat gevoel dat hij aan het verbinden is. Nee? Nee. Dat is toch fantastisch om Google, hè? Dacht, wat zou dat nou kosten, zo'n padelbaan? 60.000 euro. Kijk eens aan. Ja, dat is zoek genoeg. Kom op, man, dat is een videoclip of een padelbaan. Wat wordt het? Zo'n dure videoclip maken wij niet. Nee. Maar pak Master Anders. Als iemand zo'n budget zou willen geven voor een videoclip, be our guest. Ja, maar doe dan eens gewoon een Gert Verhulst, hè, man. Laat dat zitten en dan is dat tax reasons, een videoclip. En een studio, en dan is dat zo, alles is ineens in dat padelveld. Dat is wel maf hoe dat die gast dat aanpakt. Die negen teurs, man, die kerel. Je weet het ook, een villa of zoiets in Saint-Tropez? Ja, en dan zijn ze nu de nieuwe Verrosjes aan het opnemen. Hè? Ja. Crazy. Wat kostte dat per week? Was dat zo 30.000 of hoeveel was dat? Ik heb zoiets gelezen. Mm. Ja. Je moet toch zalig zijn dat je zo echt on top of the world bent. Mm-hmm. Ja. Ja. dan kun je ook, die is een fantastische I don't give a shit about anything houding hebben. Hè. Allee, ja, dat is zelfs geen houding bij die. Ja, maar dat is eigenlijk wel zo. We hadden straks ook wel een super cool gesprek of zo, maar inderdaad, een I don't give a shit houding. En je zei top of the game succes. Whatever, hoe succes, maar top 3 minstens, misschien top 2, top 1 maakt van België. En toch kun je als muzikant niet I don't give a shit attitude hebben. Hè? Ja, dat is omdat we... Ja, ik bedoel, één, omdat dat al niet echt mega in ons zit. We zijn per se, gewoon echt lieve gasten. Barf. Maar dat is ook wel echt een Belgisch iets of zo, denk ik. Ik bedoel, als je kijkt naar artiesten in Nederland of zo, die zijn meer... Ja. Fuck off, of meer Amerikaans van Engst altijd. En België heeft altijd een soort van, een bescheiden ding. En het mag ook niet te groot zijn en zo. Dus ik denk dat iets is. Of volgende jawel. Maar ja, over wat? Don't give a shit, ja. Denk er wel vanaf, als het over muziek gaat, dan... Maar ik vind dat shit bij jullie niet. Ik vond dat altijd zo, toen je die foto's zag of zo, je wist dat je er, je look, je weet dat was on-Belgisch, hè. Dat was via de grote deur, het larger than life. Allee, ik bedoel... Ik zit nog altijd te wachten totdat jullie met 3 stijgen live gaan beginnen zingen. Nou, dat is te goed hoe dat jullie er alle drie uitzien. Dat is fantastisch. Ja, dat is toch... Ja, echt cool. Doet dat hem terug open? Hij stond voor de deur met een lange frak, dat hem open, dat haar zo. En die stond zo voor de deur en ik had echt zoiets... Jesus Christ, dat is zo'n rockstar om de deur en ik kom er zo in mijn loserige short zo, hey, kom erin. Zo, dat was echt zo, wat dan? Ik vind dat jij er ook wel rockstar uit. Maar ik heb dat vooral heel hard verborgen onder een hoop tattoos. Dat is vooral de reden waarom dat gedaan heb. Dat was mijn truc. Nee, maar het is wel waar wat je zegt. En ik vind, en tegelijkertijd, ik kan soms, want ik vind wel dat jullie iets heel groots hebben. Hè. Wat ook niet raar was, dat jullie met die tweede plaat... Je zou zeggen, dat is een gedurfde zet van in het Sportpaleis te gaan staan. Mm. Hè, en jullie doen, want hè, vaak zeggen ze, oh, dan moet je toch al een hele weg vooraf gelegd hebben vooraleer dat je daar staat. En bij jullie was dat bij die tweede plaat. We presenteren die en we staan daar. En dat was totaal niet raar, want je ziet jullie alle drie staan en je denkt, ja, dat zijn rocksterren, hè, die horen daar thuis. Maar dat was ook wel... Ey, dat is niet zo van, we maken die tweede plaat en we gaan die voorstellen in het Sportpaleis, omdat dat was wel zo met de eerste zo gegroeid... We hadden eerst AB Club, AB, dan hadden we twee keer Lotto herinneren. Ja. Ja. En dan hebben we ook met de eerste plaat afgesloten in het Sportpaleis. Ja. Dus dat was zo logisch toen van,
Oké, okay, de volgende presenteren we het jaar daarna ook in het Sportpaleis. Dus ja. dat leek zo organisch, terwijl dat, ja, als je dat bekijkt, dat niet echt nu in normaal is. Een beetje bekeken is dat zowel van, oké, wow, misschien hadden we iets rustig. Allee, nee, dat is niet waar. Dat is niet waar. Nee, want ik denk zelfs iemand. Ik vind het altijd van degene die u niet goed gezind is of zo, die zal 100 dingen gevonden hebben waarom dat hem u niet leuk vindt, maar die zal nooit gezegd hebben, wat pijzen die wel. Dat is nooit, dat heb ik nooit gehad met Bazaar. Dat was, ik vind dat wel, je hoort ook wel echt in de larger-than-life-achtige arenas. Ja, ja. Dat is ook omdat dat inderdaad, hoe dat Oli het beschrijft, is gewoon heel snel naar zo'n standaard gegaan. En toen ligt dat normaal. Ja. Maar nu, als ik denk dat nu kunnen we daar beter op terugkijken, dat alles wat dat toen gebeurde, dat niet zo normaal was. Maar dat is ook goed dat jullie... Dat kan veel later. Dat bedoelde ik eigenlijk eerder, van misschien moesten we... We wilden dat nog altijd, maar nu besefte dat veel beter. Dat gaat ook nooit meer terugkomen, zodat dat toen was. Hè. Allee, dat is de eerste keer, dat is nieuw, dat gebeurt allemaal. Dat is gepasseerd en nu is iets helemaal anders. Mm. Is dat soms gesprekken dat je hebt, of zo? Dat je zo met drie ergens zit en dat je zo... Wij spreken al niet zo heel veel met woorden. Meer dingen die wij gesprekken zijn... Kotsbeu. Nee, maar zo... Wij hebben, dat is zo een keer op een zatte avond of zo, dat zo wel een keer boven komt. Maar het is niet dat wij heel veel babbelen in de studio over... Van alles eigenlijk. Soms kom ik thuis en kan mijn vriendin vragen van... En zo. What the fuck zeggen jullie eigenlijk tegen elkaar? Dat zegt dat ook altijd. Dat zij dat dan weet van... Olly daar. En ik zo, ik weet van niks. En dan hebben we een hele dag met elkaar in de studio gezeten. Ja. Dus op zich... maar we hebben dat er wel al zo'n keer... Dat komt zo af en toe wel eens boven. Dat we of dingen die wij vinden van... Oh shit, dat is wel jammer of dat... Dat komt uiteraard wel een keer boven, maar... Dus echt meer... Als we dan een avond blijven hangen en pinten drinken, maar tijdens dat we aan het werken zijn, dan moet er gewerkt worden. Hè? Dan is het meer van, zouden we daar toch niet in... Ja, want hoe hard werkt je dan eigenlijk per week? Als je zo'n plaat schrijft, is echt maandag tot vrijdag? Van 9 tot 6, elke dag in de week. Dat was echt Dolly Parton-style geweest, 9 to 5. Ja, tijd, working 9 to 6. Was dat dat nummer? Dat was een grote hit. Fuck. Maar ik denk dat ook al rust geeft of zo. Dat je weet. Ah, maar ja, die routine dat en inspiratie ook. Als je daar ben ik dag... het niet altijd 100% mee eens. Ik kan geloven bij jullie dan wel. Maar ik moet nu zeggen dat zo voor mij, voor teksten schrijven, was wel voor soms. Voor teksten is dat iets anders. Zat ik soms van achter in die studio en zo. En dat ik dacht van, eigenlijk zou ik moeten gaan wandelen buiten en dingen. Maar voor hun werkte dat keigoed. En dat was voor het eindresultaat. Nu, ik geloof zo niet in de. Zeg je dat de aha-erlevenis of zo, dat het ineens komt? De goddelijke bliksemschicht. En daar is het. Ik denk dat dat bij sommige mensen wel is, maar bij ons zeker niet. Ik denk dat er zowel uitzonderingen zijn die zo van die natuurtalenten, waar dat in ene keer zo heb, komt en dat die dat gewoon doen en dat is supergoed. Maar dat is bij ons absoluut niet. Ik denk dat dat ook niet komt, tenzij dat je al bezig bent. Ja, ja. Ik bedoel, je kunt al zo'n moment hebben dat je dat hebt, dat je voelt, wow, het is er. Ja. Maar dat is alleen maar dat je aan het werken bent. Ja, dat trigger. En dan komt dat. Blijven op te werken en dan komt dat ineens. Maar, ja. Ja, man. Ja, vooral, ik vind dat... Ja. Bij jou is dat echt zo werken en herdenken en nog een keer en beter en toch een ander akkoordenschema. Ja, en... Een productie afwerken in elke dingen, of dat je nu, in elk genre, dat is gewoon veel werk. Een productie goed krijgen en goed opnemen en alles in de mix goed krijgen, dat is gewoon superveel werk. Dus dat het enige dat je daarin kunt doen, puur productioneel, dat gaat dan niet over de song, over de tekst. Dat is gewoon er heel lang aan werken. En het zo puur technisch, want veel mensen vinden dat ook altijd interessant. Hey, jullie hebben een repetitieruimte, niet zo ver hier vandaan. Wat is eigenlijk... wordt die plaat eigenlijk van 99% los van het masteringproces, wordt dat eigenlijk hier achter de hoek gemaakt? Ja. Het is niet dat nog eens door een of andere preamp of het meeste is daar opgenomen, maar we hebben ook wel een studio geboekt om live drums en bas op te nemen. 70-80%. Ja. Dus er zijn denk 5-6 nummers waar daar live drums op staan en live bas. En dat hebben we op één dag in een andere studio gedaan. Ja. Bij mij te klein is en dat ik niet... Groot deel is ook opgenomen in de Nice Recordings hier in Antwerpen. Even wel een shout-out naar Damien, want die heeft echt wel... heel veel voor ons gedaan. Ja, als onze micro kapot was, dan mochten we daar even verder werken. Dus daar hebben we wel wat dingen gedaan. En af en toe ook voor afwisseling, als we zo al 2 maanden in dat kot zaten, van kom, we gaan eens even een dag
ginder werken. En dan was ook wel goed het gemoed soms. Ja, zeker. Een keer uit, dus even weg. Uit onze... En dan de mixing. Ja, nu door corona konden we dat niet... Ik heb niet zelf gemixt, het grootste deel. Het grootste deel is door Staffer Beek gemixt. Ja, de staf. Toverstaf. Een toverstaf. Toverstaf. Ja, we hebben de laatste plaat heeft hij gedaan met ons. Ja, ja. Okay, ja. Dat is fantastische kerel. Top kerel. Lieve, ja. Lieve man. Niet normaal. Zeg, en 100% chocolade, zo. Die zwarte chocolade dat hij neemt, doet hij dat nog? Dat is dus het probleem. Door corona konden we er niet bij gaan zitten. Ik heb alles gemixt of afgewerkt tot zover dat wij dachten van, ja, dit is echt heel cool. Dan al die sporen gebounced, naar de staf gestuurd. En is hij daar nog eens mee aan de slag gegaan. Maar dat was heel veel over telefoon. En je kunt zo tegenwoordig een mix streamen, dat je zo met audio movers zo gewoon kunt meeluisteren. Ja. Dus daar hebben we veel gedaan. En zo hebben we die samen zo wat afgewerkt door te pingpongen. En dan naar de mastering. Maar dus het grootste deel is gewoon thuis. Hebben jullie iemand waar je dat eigenlijk een beetje vanaf ketst? Als je zo een nummer maakt, dat je dat lot horen aan iemand en zegt wat vinden? Of houden jullie het onder u drie en denken dat als wij er oké mee zijn... Ik denk dat we dat nu wel meer en meer hebben gedaan. Zo wat nummers doorgestuurd naar mensen. Wel altijd meer in een latere fase. Ja, sowieso. Als wij al redelijk content waren, als het een demo was die al iets deftig was, aan onze vriendinnen en aan en onze dichtste vrienden meestal, denk ik. Ja, ja, ja. Niet zoveel naar externe muzikanten of zo per se. In een late fase misschien wel, maar in het begin vooral mensen rond ons... Sowieso moet dat in de eerste instantie moet het inderdaad wel kloppen voor ons, maar wij kunnen er ook zodanig hard op aan het werken zijn dat het op een duur kwijt zit of niet meer hoort. Het is een nummer gelijk zo andere orden op de plaat. Dat vind ik trouwens een van de beste nummers van de plaat. Ah, ja. Veel mensen zeggen dat. Grappig, want er is echt bij veel mensen zo. Ik heb maar één keer geluisterd. Hè. Het was laat op Spotify. Ja, nee, het is zo. Het is zo. Niet dat ik nog naar to Pieter bereid. Shout out to Pias. Ja. Voor mij was het te laat. Ik lag al in mijn bed. Sorry, Pias. Nee, ik wou de wonden niet nog eens open doen, maar het was laat. Het was nog wel echt heel laat. Het stond laat, hè. Allee, ik kan me... Sorry. Nee, sorry Pieter. Ja, ik denk dat dat nummer wel gewoon een beetje zo de vreemde eend in de bijt is op het album. En dat daarom opvalt. Als we allemaal zo'n nummers in die stijl zouden gemaakt hebben, dat dan minder... Ja, de single... Dat valt gewoon op. Zeker als je dat één keer luistert in het album, dan gaat iedereen zeggen, oh, dat nummer, dat springt dat daaruit. Dat is iets anders. Ja, en dat is ook iets wat ik ook mee heb. Dat is echt een compliment dat je weet wat onze achtergrond en zo is. Dat is maar wat ik wel... heel hard apprecieer, zeker als je dat begint te luisteren, dat is Nederlands, dat toch anders binnenkomt. He, textueel, er zitten echt toffe dingen in dat je schrijft en zo andere woorden. Ja, dat is een woord dat je eigenlijk niet zoveel... Hey, je hebt niet op café en... ik ga nog even andere woorden opzoeken. Maar eigenlijk is dat wel... zeg ik meestal als ik naar de wc ga. Kan, laten we dat niet. Ga even andere woorden opzoeken, lieve mensen. Dat is zo dadelijk. Nee, maar dat Nederlands het is... Het was bijna andere woorden. Ook, hè? Ja. In andere woorden. Ja. Ja, Nederlands is zo erg eigenlijk nog niet, hè? Maar het is wel... Nee, maar dat is een compliment. Dat, ik bedoel, als jij dat zo zegt, ik snap perfect wel, wat je bedoelt. Het is niet zo weg, maar het is wel een gedoe. Hè. Het is soms heel lastig. Maar ik heb vanmorgen hadden we dan een review binnengekregen van De Standaard bijvoorbeeld. En wat hij daar heel goed in zegt, Nick De Leu, is dat hij beschrijft het conceptbazaar heel goed, wat voor ons dat is. En dat is, ja, wij maken popmuziek in het Nederlands. En niet per se wat dat dan De Telegraaf in Nederland zei van, ja, prima plaat, maar geen kleinkunst. Dus, dan wat? Dat is totaal de boodschap niet begrepen. En dan denk ik zo van, ja, maar dat dragen we ook niet uit. We maken popmuziek. Dus ik snap dat als ik een poëziebundel zou willen uitbrengen, dan zou mijn teksten helemaal anders zijn dan de teksten die ik schrijf voor het project. Maar dat slaagt toch ook op niks, man. Dat is zo prima voetbalploeg, maar geen kickboxers. Nee. Hij zegt wel. Tuurlijk niet. Spot on, sorry, eigenlijk. Dat slaagt op niks. Ja, dat is een beetje zo. Dat is eigenlijk een titel. Want dat is goed verwoord. Omdat je ook denkt van... Al, dat is net hetgeen waar we het eigenlijk er straks ook even over hadden, voordat jij er was met u, maar wat ik ook al met u... Wat voor mij jullie zo bijzonder maakte, meteen was van te denken, wauw man, Nederlandstalige muziek, de 21ste eeuw in Jui.
het ontsnapt is van het imago van wat die man dan zegt. Ja, het is geen kleinkunst. Dat je denkt, ja. Wat dat ook perfectly ja, fine is, wat dat niks wat nee, is. Dat is gewoon niet wat wij maken. Ja, maar er is van alles mis mee. maar dat gaan we nu niet zeggen. Andere woorden. Nee, maar dat is waar. Hè. Ik bedoel, ik even goed, maar ja. Ik merk voor mezelf wel altijd dat muzikaal, de dingen die ik Nederlandstalig leuk vond, waren dingen gelijk Doe Maar of Het Goede Doel of zo. Of inderdaad, dan, wat jij zei er straks, Andries, de Kreuners, hè, die zo een aantal van die beetje punky-achtige new wave nummers hadden. Of zo, dat. En dan denk je van, ja, want daar voelde een soort eigen tijdsheid in. Mm-hmm. Terwijl, en dat hebben jullie ook heel hard. Jullie ontsnappen om die natuurlijke grens dat er precies aanhangt, want dat maakt ook niet uit met jullie muziek. Ik kan me best voorstellen dat je dat kunt beschouwen als Scandinavische pop, of die zijn er wel, dat je dat hoort in het buitenland en zegt, ik ken die taal niet, maar dat is een kei cool nummer. Ja, meer en meer lezen we dat ook wel zo op die YouTube-reacties of zo. Dat de mensen uit andere landen ook wel luisteren. I don't know the word, I don't understand the word, but I really like this tune of zo, krijg je dan? Of, I really love the lyrics. Wat is zo productioneel of zo? Als je hey, omdat de productie is wel, hey, de sounds en zo, we hebben het er straks heel even over gehad, uiteraard jij er nog niet hoort, Mathieu. Maar wat is zo wat is zo'n plaat dat tegenwoordig is dat je zegt, wauw, dat is wel straf. So, een plaat dat ik denk dat uitgekomen is, ik denk dat hij hetzelfde gaat zeggen. Heim, de Heim is, heeft ons wel, was wel productioneel in de juiste richting gestuurd. Of zo, denk ja, ik. Dat toch, was hè? Wel echt. Ja. Dat is gewoon echt heel straf gedaan. Dat is niet normaal. Ja. Ik vind dat ook zo een band, of zij zijn dan drie vrouwen, dat zo'n beetje wat ik me zo wel aan wil weerspiegelen of zo. Die eerste platen waren ook meer zo wat poppy, elektronisch. Mm-hmm. Die hebben nu zo ook wel weer die een rock kant gekozen. Een beetje wat dat, ja, dat was eigenlijk echt een rockgroep in het begin. Ja? Ja, die waren wel heel poppy in het begin, nee? Ja, met poppy, maar dat werd zowel gezien als een rockgroep. Ja. En die zijn dan beginnen met die eerste plaats, waar dat die in, hoe heet dat, Five... My Song 5. Zo met die dingen, zo was beginnen experimenteren met meer elektronica, wat een ongelooflijk goede nummer is. En waar zit het, als je bent top of the game hier en ook buitenland begint te komen en zo, maar wat zit dat dan nog? Zo dat je, zeker naar jullie, dat je zo productioneel gaat, dat je zegt die beats, wat is zo dat laatste stukje dat je voelt van daar kunnen we nog in verbeteren? Waarom kunnen die dat dan wel, dat je zo onder de indruk zit? Die hebben nog meer ervaring, denk ik ook. Dat zijn de die beste hebben ook wel producers. Zotte producers. Rostam heet die producer en Daniel Rechtsheid. En dat zijn, die maken echt de zotste dingen gewoon. Dat zijn top of the... Ik denk dat tijd ook is. Dat zijn gasten die nu 40 zijn. Die zijn nog wel meer dan 10 jaar ouder dan ons. Die ook al met alle grote artiesten hebben gewerkt. Die waren misschien 10 jaar geleden ook nog niet zo. Heim was ook 10 jaar geleden nog niet de band wie dat ze nu waren. Dus dat is groeien. En werken met mensen die heel goed zijn of zelf proberen beter te worden. En in die productie zoveel mogelijk vooruit te gaan, denk ik. Maar denken jullie erover na zo? Dat je zo... Omdat je zit daar niet meer af, hè. Of je zit er al, sommige dingen wel zo. We hebben zo'n soortgelijk gesprek gehad met Milo, dat was nou wel na de podcast, die dat dan op singer-songwriter ding had, zo van, hey, zeg maar iets wie dat de song schrijft voor Ed Sheeran of Taylor Swift, die Zweden, wat is dat, Max Martin en zo, al die gasten. Martin. Ja, maar dat juist zit, en hij had ook zo, ik vond dat ook boeiend hoe hij er dan over sprak, van dat soms ook timing, hè, dat die verschillen zijn zo klein. Mm-hmm. Ja, dat zijn ook wel, alleen in dat geval zijn dat ook wel machines of zo. Als dat echt bij Max over, Martin is dat nog. Dat is een factory, echt. Dat is een bedrijf. Dat is een bedrijf. Martin, die... Je kunt, als je een productie hebt van Max Martin, kun je blijkbaar niet. Zitten niet bij Max Martin zelf. Dat zou je allemaal in stages of zo. En dan heb je de songwriter stage en producer stage, weet ik wat. En eigenlijk werkt het niet met Max Martin alleen. Dat is een heel team, dat een heel factory. Bedrijf geworden. Je betaalt gewoon €1 miljoen en Max Martin maakt een hit voor u. Dat is eigenlijk crazy, Max Martin. If that's all that it takes. maar die gaat er wel 10 keer dubbelen uit of zo als het een hit wordt. Max Martin is echt Britney Spears groot gemaakt in de Backstreet Boys en nu nog altijd op deze manier. Dua Lipa. The Weeknd. Dat vind ik wel zot dat je in elk die werkt era... ook wel niet meer met Europese acts trouwens. Dua Lipa is Europees, maar dat is eigenlijk dat is wereldwijd. Met Europese acts die puur op de Europese markt
mikken, dan werkt hij niet meer met samen, omdat dat gewoon niet genoeg opbrengt. Ja. Dus dat zijn echt... Maar ik vind wel sterk dat je in elke tijd zo wel hits kunt maken of zo. Mm-hmm. Dat maar dat is hits, puur hits maken, dat is nog iets anders dan een zot album maken of zo, denk ik. Ja. Of een artiest maken. Die maken letterlijk hits. Hits, ja. Mm-hmm. Dat is zo nog dus een ander segment. If you want a hit, geef mij een miljoen euro en ik maak een... Ook interessant vind ik dat dat kan. En dat is echt métier en vakmanschap. Maar ook akelig. Dat is een dunne lijn. Ja, maar je moet het wel kunnen. Hij kent echt zo de formule om hits te maken. Dat is crazy. Dat is super fascinerend. Mega. Ja. Ik vind gisteren zo ook een heel mysterieus persoon. Hè. Je vindt daar helemaal niet veel over terug, voor die Max Martin. Je bestaat eigenlijk niet. He's a wizard. Maar we hebben het gisteren ook over gehad. We hadden dan gisteren die een livestream gespeeld. Voor de eerste keer dat we onze album speelden. We waren op bureau bij ons management. En we hebben samen gekeken. En dan waren ze nog wat filmpjes aan het kijken. En dan zo, gelijk de grootste band momenteel in de wereld is... BTS, die in Koreaans. K-pop. Dat is, bedoel, als je dat... Allee ja, dat is ons genre niet. We hebben daar geen voeling mee of zo. Maar als je dat ziet, dat is gigantisch. En zijn precies robotten. Alle ziel van live muziek of muziek is daar precies uitgezogen. Ja, maar ik. Ja, bon, dat is wel... Allee, bedoel... Ja, dat is echt. En dat is ook dat is wel... allemaal mega auto-getuned. Dat klinkt precies als robot. Omdat je spreekt over eng, moest ik daar nu aan denken. Dat van... is eng. Dat is eng. Mm-hmm. Allee, en nu gaan we waarschijnlijk, want als je iets slechts zegt over BTS, dan krijg je... Dat is echt een heel army. Maar die gast van de slechtste mens, Untem, die van Zwangeregie, die had er toch mis in. Ja, van Zwangeregie? Ja, de producer van Zwangeregie zat in de slimste mens. Umi. En die had iets slechts gezegd over BTS en die negent je weet dat. Ah, wel, ja. Dus ik wil niet per se slecht praten, dus dat wil ik nog wel even onderstrepen. Maar dat is wel zoiets van gevoel over het machinale dat we dan spreken. Ja. Over hitmaking, dat echt zo op den duur wordt, dat een formule en ding. Ik denk dat puur klankgewijs en muzikaal dan ook wel een probleem is. Ik vind dat geen aangename evolutie. Dat door het gebruik van autotune en dat alles perfect kan, mensen worden dat gewoon nu. Ja. Dat is de mens die niet super hard met muziek bezig is, maar die gewoon naar hitradio's luistert, die zegt gewoon dat alles perfect klinkt. Mm-hmm. En dan wordt dat zo'n nieuwe standaard, hoor, die niet zo prettig is, vind ik. Ja, alhoewel dat er dan ook, en ik bedoel, je hebt dat dan ook wel met uw eigen plaat gedaan, als dat dan gebruikt wordt als meer een soort van... Tuurlijk, je kunt elk effect zo gebruiken. Dan vind je dat dan wel weer interessant. Ja, want daar had jij met autotune wel dingen gedaan, tuurlijk. Dat ik denk, cool, ja, maar dat kun je er ook mee doen. Het gaat niet over het effect, maar het gaat hoe dat dan nu alles moet... moet niet perfect. Maar dat is zo. Dat is ook in tv-landschap. Merkte dat bijvoorbeeld het programma Idol van vroeger. Dat was fantastisch. Je staat er gewoon in hun blote voor juryleden. En zonder backing track of zo. Je moet gewoon zingen. En nu heb je The Voice. En alles wordt daar ook al getuned. Ja. Voordat dat op de tv komt. Dus je kunt eigenlijk allemaal niet meer echt vals zingen. Alles wordt al daarvoor getuned. En zo die echte dingen dat je bij Idol moest doen. Dat je gewoon in je... broek af en gewoon zingen en Uitlach TV mag niet meer. De auditie van Natalia, even, was bewonderenswaardig, hoor. Wat die daar doet, is echt wel zot. Ja, als je dan vooral zo'n gast ervoor hebt, die zo I don't wanna rock DJ. Ja, het was eigenlijk niet goed. Was ook zoiets met die Michael Schumacher, met die helm op of zoiets. Please. Een vrouw die altijd met haar hand zo aan haar oren zo. Zo zong die. Ja, maar dat is toch de beste tv. Ja, maar dat is ook... Kijkcijfergewijs is dat ook altijd. Hè. De audities is top. Maar dat bestaat. Ja, dan keldert dat. Hè. En dan heb je zo het trainingkamp toestand. Dan wordt het te goed. En dan richting de finale gaat dat terug naar boven. Maar de audities zijn ja, dat is maar dat is ook die evolutie. Hè. Er is geen uitlag. Dat mag niet meer, Uitlag TV. Dat is... alles moet perfect zijn. Maar alles die perfectie, dat is waar wat je zegt. Maar langs de andere kant kan ik me ook wel voorstellen. Ik zit die laatste plaat aan het maken. Allee, is zeker koptelefoongewijs is het fantastisch, de nieuwe bazaar. Mm-hmm. Ja, het is allemaal, maar dan voelde wat, dan merkte echt wat er allemaal in zit. Ja, dat is ook een plaat die waar ook veel controlefreak achter aan zit. Hè? Want elke zeker wel. Maar waar zit dat die grens tussen? Wat is perfectie dan? Want bij jullie moet het ook perfect zijn. Mm. Ja, maar op een andere manier. Hè. Ik luister. Ja, dat moet perfect zijn in zijn imperfectie ook. Hey, snap je? Dat moet goed voelen. Alles moet perfect ineenvallen. Maar daarvoor wilde juist... Wat wij goed vinden, is de rand eraan en het juist imperfect. Dus dat probeer je allemaal... Ja, dat moet allemaal wel juist op zijn plaats vallen.
Dat is een balans die je moet vinden. Maar laat ons ook zeggen dat mijn gevoel de rapper is, bijvoorbeeld. Maar dat is misschien ook ik kan misschien mij ook minder lang concentreren en ben minder de perfectionist. Dat zij twee dan misschien wel meer zijn. Maar zo, het gevoel dat ik soms al heb, van... Ik voel het nu al goed. Dan de tijd die het eigenlijk nog neemt voor datzelfde gevoel te krijgen bij hen of bij Olly bijvoorbeeld, is wel... Ja, dus. En is dat dan bij u nog altijd? Of heb jij soms het gevoel van, nee, ik vond dat toen dat voor mij goed was? Ik heb dat wel soms, dat ik zo'n demo... Ik heb vaak demolitisch een beetje, maar dat is ook omdat ik... Dat is heel herkenbaar. Ja, maar dat is ook omdat ik veel te veel luister naar een demo al. En Olly zegt van, je moet daarmee stoppen. Dat is ook echt gevaarlijk. Ja, je moet daarmee stoppen, want dat nummer is nog niet af. Dus we gaan... Je raakt gewoon aan een demo die we eigenlijk nog niet af hebben. Deze was de blik van herkenning, by the way. Ja, ik zag het. Ik vind dat wel een mooie ziekte, hè, demolitis. Ja. Dat is een schoon ziekte ook. Ja, dat is waar. Het is een onprofessionele ziekte, maar het is wel een schoon ziekte. Ik heb ooit gehoord van zo... Maar soms levert dat ook iets op, want bijvoorbeeld op de laatste plaat had jij ooit iets gedaan met gitaar dat we gewoon letterlijk hebben gekopieerd. Ja, maar dat hebben we gezien dat die sound soms, niet meer gekregen. Ja, maar dat doen we dat lukte niet meer. Je mag die prullen in GarageBand. Ja. En iedereen die GarageBand kent, dat klinkt... Op eerste horen is dat ongelooflijk. Ja. Eén trucje op een knop en er zit dan een... Maar dan moet je dat gewoon vergroten naar een plaat en dan overleeft dat niet. Ja, maar het is wel vaak dat wij dingen van demos hergebruiken, dat we dat gewoon... Heel veel, hoor. Want dan wilde dat doen en dan wilde dat deftiger opnemen en dat is allemaal beter van kwaliteit, maar dat werkt gewoon niet meer. Dat is letterlijk die ziel. Vocals op de tweede plaat die we letterlijk van de demo hebben gehouden, omdat ik ze niet meer kon zingen op dezelfde manier. Weet je dat nog? Ja. Dat wij zeiden dat wij dat honderden keren zongen en dat, maar ja, dat zit niet meer dat gevoel in van toen. Mega herkenbaar. Kom, fuck it, zet het er dan gewoon op. Ja, dat maakt ook niet uit, vind ik dan. Nee, oké, maar die tekst was ook maar van de eerste. Ja. If it sounds good, it sounds good, hè. Ja, het is zo, dat absoluut. Is zo. Ik heb zo een keer gelezen van, ik hoorde in de podcast, denk ik, van Fabrieo, die zei van, hij had marinebiologie gemaakt, een van zijn solo dingen. Mm-hmm. En dat nummer is uitgekomen bij een bepaalde mix of master, maar hij zegt van, ja, als ik dat nu luister ik nooit de versie van Spotify, maar altijd mix V.3.2, die in mijn mail zit. En alleen ik heb die versie, en dat vind ik eigenlijk de beste versie, want... Want op een bepaalde manier is zo die mix die erachter kwam, was ik het eigenlijk al wat meer kwijt. En de master al zeker. Dus, snap je, dat zo... Ja. Ik probeer nu ook meer, omdat inderdaad heel veel dingen in demos zijn beter. Mm-hmm. Dat gevoel krijg je niet meer terug. Daardoor probeer ik dat nu ook altijd zo goed mogelijk op te nemen ineens. Dus vroeger dan dat zo snel, inderdaad. Snel zo. Ja. Dus nu, ik zet ineens een goede micro met een goede preamp en een goede... Want je bent maar nooit. Ja. Als je dan hebt het wel. Ja, zeg, want als je, en dat is ook wel iets technisch, maar ja, eigenlijk zit je al een producer. Ja, nee, niet eigenlijk. Je bent producer van je eigen plaat, componisten, alles. Je doet alles met drie samen. En dan moet de staf, die we nou toevallig goed kennen, maar voor iemand die luistert, eigenlijk gaat dat over dezelfde taal spreken. Hè? Want het ene nummer is dat super gemakkelijk. Je krijgt je eerste mix en dat zit direct goed. En het andere nummer is dat veel meer zoeken, omdat hij inderdaad iets anders hoort. Maar we maken wel altijd een pre-mix, heet dat dan, hoe dat wij vinden dat het moet klinken. Hè. Ja. We zijn er ook heel ver in gegaan deze keer, doordat we soms vragen van de mixer, van maak deze nu eens, doe de ding eens en probeer er iets van te maken dat jij denkt dat goed is. En nu hebben we dat veel meer onder controle gehouden door zelf al te zeggen, dit moet het zijn. Ja. Ja, want fix it. In het verleden is het er ook wel al... We hebben veel met buitenlandse mixer. Jij ook, met je eigen plaat. De hel. De hel gewoon. Soms is dat wel echt... Amai. Dat is de hel. Dat je denkt van... Allee, kom aan. En je verliest ook... Doordat er zoveel tijd over gaat, dat je zoveel over en weer moet sturen, verliest op den duur ook het gevoel van de nummers en dat er gewoon geen goesting meer. Dus en dat is ook gewoon onbetaalbaar. Dus van die buitenlandse zotte mixen, dat is zo duur... Ja, dat is hier een pijnlijk feest van herkenbaar. Ja. Heel de tijd dat je hier zit. Maar dat is ook wel eens heel tof als je dan wel eens een mix terugkrijgt en dat je denkt, holy fuck. Ja, absoluut. We hebben dat wel waarvoor je dat je het eigenlijk initieel in de duist stuurt. Vindt, hoe hard had die deur dat wij hier wouden horen? Of wij hebben dat nog niet zoveel gehad, dat we de eerste mix binnenkrijgen en denken van, dit is het nu. Voor ons is mixen echt wel werken eraan en versie 10... Pas op, voor ons meestal ook wel. Maar het was wel zo, we hebben wel dat moment gehad. Dat je zo ene binnenkrijgt en denkt,
Ja, wat, okay. wat ik toen vond, deze heel zelden. Cool. Ja, ja, de drums, hè, dat was zo. Ja. We gingen altijd naar Amerikanen, die konden wel drums echt Johnny laten klinken. Zo, echt, echt zo. Zo, alles, er zat altijd een... Zo dat, de ticket sales hadden we niet, maar de sound was voor het stadion. Jongen, zou wel zijn. Jongen, we hebben muziek gemaakt voor stadions dat we nooit niet gespeeld hebben. Maar wat die ook heel goed konden, in ons genre dan, was gaan van als het moet invallen, dat je zo die... Ja, hit, de, dat je moet hebben. Ja. Dat gevoel van, die drop. Voor de young kids, de drop. Bij ons is dat, als het moet invallen. Ontploffing. Voor ons is dat, dat die een ding dat zo het stil is en het weer teruglaat, dan is dat top. Zo, ja, whatever. Je weet wat ik bedoel. Daar soms schrik van, heb ik de indruk. In Amerika is dat normaal, van, dat moet gewoon impact hebben, dat moet gewoon werken. Dat is, ja. En in België is dat zo'n soort van, ja, nee. Het is misschien toch mooier als we het niet laten. Ja. Of vooral ook, ja, deze riff is wat mensen verwachten, dus laten we dat niet doen. En dan denk je, ja, maar dat is de reden waarom dat mensen maar dat goed vinden. Maar snap je wat ik bedoel met dat, dat is dat Belgische dat daar ook in zit? Die, ja. Maar op het zo is, niet willen... Dat voorzichtige. Ja. Dat niet durven. Zo, oh nee, wat kan de mensen wel niet denken? Dat heb je al nooit gedaan, hè. In look, sound, Nederland, alles. Dat was toch... Was dat niet dat je elkaar alle drie in vond? Zo van, ja, niet dat je per se spreekt van we gaan niet Belgisch, want dat is ook een raar gesprek. Maar dat je zo voelt van ja, dat de sky is letterlijk de limit. Van, we gaan hier niet. Dat is wel iets zot ook op muzikaal vlak, hoe dat wij met drie matchen. Ik bedoel, ik heb ook al in andere groepen gezeten, dan was dat veel moeilijk als je een band hebt. Dat is eigenlijk niet zo simpel dat je met iedereen overweg komt. Je moet eigenlijk hetzelfde doel voor ogen hebben, je moet dezelfde muzieksmaak hebben. En dat is eigenlijk heel moeilijk, zeker als het een soort van democratie wordt, waar dat iedereen zijn mening wil hebben. En dat vind ik wel uitzonderlijk bij ons drie, dat wij weten wat dat we willen en wij gaan altijd dezelfde richting uit. De rest die daaruit voortvloeit is gewoon, dat wordt ook nooit besproken. Of zo, het is zo, want hij spreekt ook over hoe dat we eruit zien en dingen. Daar wordt veel minder over nagedacht. Nee, maar ik bedoel dat goed. I know. Maar totaal niet, als een fan genomen, maar het is gewoon... Daar wordt veel minder over nagedacht. Het is echt wel... Muzikaal wordt alles dubbel geplooid en driedubbel geplooid. Dus, we werken ook met een veto-systeem. Hoe we er dan gaan uitzien of zo, dat is meer eigenlijk een eigen stijl die je alle drie hebt en die je dan op den duur zo wel een keer op elkaar afstemt of zo. Maar dat is echt allemaal bijzaak. Hè? Nee, maar ik snap wel dat dat natuurlijk... Het is niet heel organisch. Want als je zo over elkaar zou kunnen zeggen, zo van, want ik bedoel, nog zo'n voorbeeld... Een stuk muziek. En één van de drie maakt het en de andere twee moeten hun mening hebben. Wat je van elkaar vindt van... Altijd goed. Wat is zo wat je zegt van... Dat je van elkaar echt respecteert van... Dat is echt een strong point. Dat is echt... Ja, dat kan ik wel echt zeer... Ik ken weinig zo goede zangers als de C. Als ze hem niet in de pinten gevlogen heeft een dag ervoor. En ik ken weinig zo getalenteerde... als op vlak van producing en dingen ken ik niemand die in België doet wat Olly doet. En dat, ik weet dat hij nu naast mij zit en dat wij in een band zijn. Dat dan niet eerlijk overkomt of zo. Maar ja, dat is gewoon echt hoe dat is. En als we dan daar ook nog een onnozelaar bij steken die wat poprijmpjes kan maken, dan zijn er al bij ons terug. Dat nutteloos figuur dat rondhangt met muzikanten. Dat veel te de lang zanger! Haar, en dat veel te lang haar die hemden open en... Maar wel van de Bee Gees. Maar wel één ding, want dat vond ik tof dat jij dat er juist zei, van joh, wij komen keigoed overeen en we hebben heel veel dezelfde smaak. Dat was iets wat je vaak hebt in bands, hè, dat je zo heel uiteenlopende smaken hebt en dat je dat allemaal moet proberen te rijmen. Dat is een psychologische oefening ook, een band, dat is eigenlijk allemaal niet zo... Zijn er platen waar jullie van zeggen, daar zijn we het allemaal over eens en hebben jullie ook zo... Bands waar je van zegt, daar kan de ene totaal niet bij en de andere wel. Ja, er is er ene. Maar dat gaan we wel echt dat niet zeggen. Niet zeggen. Nee. Allee! Maar internationaal moet het er ook zo zijn. Hè? Ja, je moet internationaal zoeken dan. Internationaal is beter. Doe het gewoon internationaal. Ja. Voilà. Dat je niet nationaal iemand erdoor sleurt, dat snap ik. Want die moeten nog tegenkomen. Wel, en dat vind ik dat gewoon. We zijn al met zo weinig hier in België. Samen. Ik vind dat we dat vooral elkaar moeten... Nee, dat is het niet uitspreken. Moet het vinden, moet het niet uitspreken. Dat is busjes afzuipen. Zo in het busje afzuiken, maar dat is nooit slecht bedoeld. Dat is plezant ook gewoon. Ja. Camera 3. De amount of afzeiking dat wij in busjes hebben gekregen, denk ik.
dat er toch ook wel over nee, ik denk echt, zelfs uw groot, ik denk dat Gelle wel een pijs zou krijgen gewoon eens iemand af te zeggen. Denk ik. Ik denk dat kon ik dan zo'n paar van die... Waar gaan we die inhalen? Dat zou goede merchandise zijn, zo van die couponnetjes dat je wel kunt invoeren. Ik heb hier nog 10 zo... ik heb er nog 10 bazaar afzeik te goed bons. dat zou ik keigoed. Ik weet wel. Wat jullie goed vinden, wat ik heel slecht vind, Ariana Grande. Daar had ik gisteren nog over. Ja. Ja, ja, dat is ik hoor een... dat, ja, ik hoor dat wel graag. Ja, ik vind, dat is een voorbeeld. Maar er zijn nog voorbeelden. En wat vind jij er dan zo vreselijk aan? Ik vind dat plastic, ik voel er niks bij. Mm-hmm. Ik vind dat... Ja. Mm. Die kan zot zingen, hè. Dus, ja, ja. Ik vind dat die zotte zanglijnen heeft graag. En die producties zijn ook zeer, zeer goed gedaan. Ik hoor dat vind echt niet graag, dat doet me niks. Je hebt wel de meest hilarische Celine Dion-imitatie aller tijden. Ja, dat is dat ooit gezien? Ja. Dat is crazy. Dan kon ik niet meer. Dat was bij Jimmy Fallon dat hij zit. En die doet ook een onwaarschijnlijke Christina Aguilera. Ja, waanzin. Maar die haar stem is te zot, die kan alles aan of zo. Maar Celine Dion, dat is een bepaald moment dat hij... Wat hij ook doet, is hij doet die dingen dat hij ertussen roept. En dat is zo kei funny. Dat hij iets zingt en dan roept naar het publiek. Maar zo al die kleine, rare dingen dat hij op het podium doet, doet hij spot on. Maar dat is echt mega funny. Ja, dat is echt heel goed gedaan, inderdaad. Dat wel. Maar ik ken eigenlijk weinig van die muziek. Ja, maar dat vind ik dat ligt dan misschien zo wat meer iets dat... Want, dichterbij. Ja, zo wat dichter bij ons genre ligt of zo. Want ja... Ja, ik weet het niet, maar de vraag was eigenlijk gewoon omdat jullie... Hey, ik neem aan dat jullie veel overeenkomsten hebben, omdat je samen goed werkt. Maar je hebt toch ook altijd zo allemaal wel zo dat één ding waar het een andere in de band van zegt, Jesus Christ, vind je dat nou goed? Ik denk dat, zonder dan een band te noemen of een ding, ik ben meer zo... ik neig dan meer zo naar... omdat dat is nu wel echt een popfenomeen, dat we, en ik weet dat jij daar... Maar wij neigen dan misschien eerder soms naar een beetje de roverpop dan... Wij zoeken daar randje op en ja. Olly... Totaal niet, denk ik. Je mag het zeggen. En dat is eigenlijk ook in onze writing, is dat ook zo. Wij zoeken dat kantje op en proberen Olly ervan te overtuigen van, deze kan wel. Ik zie Olly al zo koppen trekken van, boah, dat weet dat ik vind nou ik absoluut niet. Waar. Maar absoluut niet waar. Absoluut niet waar zelfs. Maar nee, Olly. Mannen, als het reggaeton is, je mag het toegeven. Nee, nee, maar ik ging juist zeggen, wij zouden al veel rappen een reggaeton track ik zou een maken. Een reggaeton demo maken, ik zou die doorsturen. En jij dan... zou een reggaeton dingen en je zou dan zeggen van, dat begint reggaeton. En als het op het einde van de rit, is het alles behalve een reggaeton beat. Maar het is hem wel veel cooler. Op het einde van de hit is het jaren 80 new wave. 100.000 keer hebt gehoord zo van die reggaeton. Ja, maar een goede reggaeton, ja, tuurlijk, een goede reggaeton, dat kan me wel echt bekoren. Dat is een soundtrack van een goede avond, zeg ik. We gaan zo allemaal van die testen doen, zo wat genres naar jullie smijten en zeggen, wat ga je daarmee doen? Zo, reggaeton, en go. Dat is ook altijd goed als de vrouwen op stap gaan, we gaan naar een reggaetonfeestje, dan weet ook, ai. Dat is niet goed. Dat kan wel eens laat worden. Dat gaat geschuurd worden. Ja. Ineens krijgen die ook allemaal een Latin kent, waar je nooit van wist dat ze die hadden. Zo, dat is ook wel tof. Wat zijn dingen waar je volledig mee overeenkomt? Zo, dat is misschien aangenamer om dan wel namen te noemen, want dan zeggen die het cool, maar wat zijn dingen dat jullie soms mee... Hè, wat ik me herinner, dat wij soms samen zaten en zeiden, amai, die plaat. En dat je zo dus bijna een uur kon bezig zijn. Ik denk dat onze all-time favorite band sowieso wel Radiohead is. En de plaat die... Ja. En ook Frank Ocean, denk ik, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Alles wat hij doet. Mm. Dat sowieso wel, jongen. Je moet dat filmpje van The Verve, Bittersweet Symphony op Glastonbury. Dat is we hebben nu zoveel tijdens corona veel van die festivalfilmpjes gezien, zo van The Verve. Zo met een traan wegpinkend in je oog, van kom het ooit nog terug. Ja, echt effectief. Als je te veel gezopen hebt, dan zo Oasis chant. Dit is het beste ooit, elke keer opnieuw. Ja. Altijd datzelfde filmpje. En Depeche Mode live in Berlijn. Zoveel gezien. Ja. En wat pikt je dan op, performance-gewijs? Want het is niet... Ik zeg het, wat ik altijd interessant vind, is dat je doet sportpaleizen. Hè, van een buitenlander is dat, ja, they made it. Hè, je weet wat larger than life is. En dan toch kunnen nog de verves in en denken, shit. Ja, dat wel een ritme dat je gast maar dat is echt zo... nog een andere leak. Ik bedoel... Is dat? Maar tuurlijk. Ook, wij zijn juist in het begin van onze carrière nog. Of is dit Vlaams? Nee, dat echt niet.
Nee. Dat dat realistisch is. Dat is gewoon... Maar bedoel... moet je zien staan en je moet je nog zingen. Die geeft ook een speech hier, dat is echt... Ja, die speech godlike. Moet je nou ook een speech geven? Nee, maar wat ik daar wel bijvoorbeeld heb uitgehaald... Working for a boss you despise, slave to money then you die. En dan begint hij een intro. Mega grotesk. Maar je wil wel zeggen dat de Richard er al wel beter uitgezien? Mag ik dat zeggen? Nee, die heeft er nooit niet beter uitgezien, Andrees. Die was lelijk van dag één. Dan heeft hij goede bandfoto's. Weet je wat dat gewoon is? Dat is een lelijke man, maar die wordt... Ja, die is Brits lelijk. Ja. En dat is cool. Voor een of andere reden komen die fuckers er altijd mee weg. Zo mager uit ook. Ja, ja, slechte man. Ook heel die... Een junkie uit, hè. De Oasis haircut. dat is zo. Britpop, hè. Ja, absoluut. Rob. Wat ik een keileuke periode vond in de muziek, eigenlijk. Snap ik. Zo, ja. Al die dingen gelijk, hè, wat Urban Hymns toen net die uitkwam, of dingen, wat was dat? Ja, Oasis, Blur, zo, al die waren, dat waren grave groepen, man. Echt. Ja, en heel die Manchester scene ervoor. Ja, 24-hour party people, die film Stone Roses. Ja. Dat is, ook wat ik er altijd zot om vind, is die want dat is misschien ook wel iets dat je op kunt antwoorden, omdat je zit hier, maar die dunne lijn tussen eigenlijk gewoon ongelooflijke klootzakken te zijn, tegen pers en tegen iedereen, en tegelijk ook daarmee weggeraken. Dat is ook een andere tijd. Maar niet alleen ermee weggeraken, ook nooit sorry hoeven te zeggen. Die vallen precies nooit uit die rol. Nee, dat is zot. Ja. Nee. Maar zou dat niet ook een beetje een act zijn? Dat is wat de mensen leuk vinden, hè? Drama en reality tv-shows en drama, dat is wat werkt. En nu zie je dat ook, nu de veel minder bands trouwens, maar nu de meer zo solo-artiesten en die gaan dan tegen elkaar zo wat gaan ranten op Twitter en zo. En dat ding, dat werkt gewoon. Eminem mokt elk jaar een nieuwe plaat over dat ze zijn vorige plaat hebben afgezeken. Dat is ook altijd een beetje dat. Ja. maar je had het dan nooit gedaan, hè? Want wij zitten niet in de positie of zo. Zijn ook niet... Maar is het dan niet, als je shit moet lezen, hè? Ik moet niet over de shit gaan, maar je leest shit. Hè? Iedereen leest shit, maar je leest zeker shit. Dat je zo denkt... Ja, we hebben dat vaak hier ook gehad. Moeten altijd de bigger man zijn? Of zouden gewoon eens moeten gewoon zeggen, hey, artiest B... Ik kende Peter Verrijden van Pia School en die heeft zo'n programma. En in dat programma kun je intikken hoeveel dat je eigenlijk verkocht hebt in de vorige week. Okay. En dat je echt kunt letterlijk zeggen, ja, ik heb meer mensen gezien deze week dan dat jij platen niet... verkocht. Ja. Dan zegt iedereen van, maar wat een klootzak is dat. Maar tegelijkertijd, dat is wel wat de Noel zou doen. De Noel Gallagher zou ik zeggen. We zijn niet Noel. Dat is zo een goed voorbeeld nu van een van de reviewers die nu binnenkomen. Zo. Je doet dan een interview met Humo, wat dan keigoed interview was per se, om dat met te vergelijken met die bands. En dan zeggen wij, we kunnen veel leren van Oasis, zeggen wij dan, gelijk dat we nu over Oasis en The Verve en dingen bezig. Uiteraard kunnen wij veel leren van Oasis. Ik bedoel, wij zijn beginnen een band, we zijn nu dat al niet meer, maar ik bedoel, dat is nog totaal niet de status waar dat we zijn. En we kunnen daar alleen maar van dromen dat we daar ooit geraken. Maar dat is dan wel zo de titel dat ze nemen voor het artikel op Facebook. Mm. En dan zo, dan staat er ook boven van, als we ooit afglijden tot de middelmaat, mogen onze vrienden dat zeggen. En wij zien dat verschijnen en we denken... Oké. Okay. Bring it on. En echt zo, popcorn knopen, pintje open gedaan. En zeven likes op de post en maar 30 reacties. Mathieu, ik heb je een vriendschapverzoek gestuurd. Wat was er nog? Als jullie mogen klimmen tot de dingen, tot de middelmaat, mogen jullie wel blij zijn. Fantastisch eigenlijk. Je ziet dat. Maar en, weet je, en dan, I love it. Wat ik dan wil zeggen van de bigger person zijn, wat dat we nu wel geleerd hebben, of wat dat we nu wel meer willen uitschijnen dan ons ooit is verweten, zo gezegd, dat we arrogante klootzakken zijn, terwijl ik denk dat we dat eigenlijk helemaal niet zijn. Dat is gewoon dat haar, man. Dat is niks om te doen. Is dat daar en dat hem en dat borsthaar. Die vier die erop staan, bedoel ik. Maar nee, ik dat bedoel... we dan zo wel een reactie... Allee, wat ik dan denk van... Wat we dan nu wel doen, is zo... Ja, ik reageer dan op van... ik had je nogthans geaccepteerd, dacht ik. Vraagteken. Snap je? Dat vind ik dan zo wel... Omdat je wel... We leven nu in zo'n social media ding, en als je dan... Beetje James Blunt bijvoorbeeld, is daar een heel goed voorbeeld van. De meest gehate singer-songwriter op de aardbol. Die is genius. He embraces fuck. It. Maar waarom, ik vind dat jammer dat dat niet meer gebeurt. Ik vind dat hilarisch. Ja. Ik vind dat hilarisch van die social media accounts die altijd shit krijgen. En op een bepaald moment stond die op en zeggen die, wel, we gaan eens terug antwoorden. Ja. Een van de beste tweets ooit vond ik, dat Shaggy had getweet, it was me. Ha 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 ha
Ah, maar dat is goed. Dat heb ik zo nooit geleerd. Oh, dat is keigoed. Ja. Maar dat is ook wel een beetje, dat is ook een beetje wat je wel voelt. Je voelt dat aan ons allemaal, hè, want we zijn er allemaal wat schuldig aan. Je leeft echt letterlijk in een andere tijd. Hè. Je leeft op sociale media. Je hebt al keihard de neiging om... Can't live a lie anymore, it was me. Zo goed. Dat is heel goed. Ik vind ook vooral die manier waarop dat hem dat uitlegt aan die gast in die clip. Say it wasn't you. Zo, dat, en de rest van dat nummer is... Wasn't me. Wasn't me. Ik heb ooit zo... Wat een topnummer, man. Zo fout ook, zo fucking fout. En ik had dat ook nooit niet gedaan. Dat is ook hilarisch dat je zoiets niks te doen hebt. Dat is zo de grootste opportunist in de muziekbusiness. Van die mensen die eigenlijk niks kunnen, maar toch hebben... Pitbull. Die kan niet heel goed rappen, maar die heeft wel, ofwel een goede klap, maar dat is altijd... Pitbull featuring J-Lo. Dus Shaggy heeft dat ook, hè. Die kan geen noot gezongen krijgen, maar die pakt dan zo een van een onbekende kerel die dat dan die top zanglijn zingt. Ja, dat is een businessman, hè. Ja, gaat dat zo. Maar dat is toch... DJ Khaled ook, dat is een businessman, hè. Die maakt platen. DJ Khaled was goed, dat is Dave Chappelle, dat zo zegt van die... Like, he releases demos every week. Another one. Zo, so, dat je nooit... weer al? Oké, ja, is goed, doe maar, hè. Maar dan zit er, je zit er al te zien, je zit er dan met alle talent. Ja. Naar Amerika verhuizen. Shaggy? Wat was die zijn andere hit? Carolina, Mr. Bombastic. Oh, Carolina! Ja. Die kwam in Mr. Bombastic. Nee, ik moet zeggen, we hebben ooit een... Dat waren wel de hits, man. Maar vooral ook zo... Shit. Mr. Romantic. Zo even laten hangen, zo. En natuurlijk, uiteraard, dat is een zin dat ik soms zing als ik binnenkom in de slaapkamer. En dat werkt nooit. Maar ik kan dat toch even zeggen. Smooth, just like a silk. En dan kijkt hij naar mij van, Donnie Onnozel. En dat is ook geen seks. Maar, kies maar dat je het weet. We hebben ooit een gitaartek gehad. En ook de gitaartek van Shaggy is geweest. En wel dus het redelijk, dat is al dichte bron, ongelooflijk fan vindt. Hè. Ja? Die heeft The Night of the Proms gedaan. En heel die crew, ja, de Geert Marks, maar heel de crew, dus de crew van de Night of Proms, allemaal mega fan van Shaggy. Echt lachen. Ja? Dat is wel een beetje de lolbroek wel, maar die zorgt voor ambiance. Geen streken, niks. Zalig. Gewoon, dat is een gast. Dat zijn toch wel de beste, vind ik. Ja, echt de absolute big ones. Allee, Shaggy is misschien... Zou die ook zo de telefoon oppakken? Shaggy! Zo zou ik dat doen. Ik hem was altijd. Als ik de telefoon oppakken. Shaggy! Oh. Gaat zo die een andere, dat was ook zo die hoe noemde die nou weer? Die kwam in Mr. Love, man, die kwam in Mr. Love. Oh, ja, die had ook zo'n heel zware... Jean-Paul, weet je? Jean-Paul. Jean-Paul heeft ook zo wel een... Mr. Lover Man. Nee, de Shabba Ranks. Ja, zo heette die. Shabba. Dat was Shaggy en Shabba. Ah ja, Shabba Die moeten Ranks. Met twee op één antwoordapparaat hebben. This is Shaggy en Shabba. En dan leave a message. Ah ja, Mr. Lover Man. Shabba. Ja. Ah, is dat iets anders? Je komt in Mr. Lover Man. Nee, dat is een totaal andere gast. Ja, dat zijn de jaren 90, man. Dat is, toen waren we er nog niet. Toen waren wij er nog niet. Fuck, hoe oud zijn wij? Ja, de jaren 90 was wel op een bepaalde manier zo een decennium waar dat er niet veel... heel fusion, hè. Alles komt. Oh, maar ik vind dat, je ziet dat ook in moden en al nu veel terugkomen en zo. Eigenlijk ook in muziek vind ik dat ook gewoon de shit wat er allemaal... Allee, als je nu kijkt naar de popsterren van toen, of de pophits die toen hits waren of zo. Gisteren hebben we even zo... Akon zitten opzoeken van, hè, die dan bekend geworden is met die... Lonely, I'm so lonely. Ah, ja. I have nobody. Ja, dat, ja. Maar die heeft... Ja. Ja. Dat is zo daar mega raar. Die chipmunk. My what? Juist, ja. Akon die ook zo... Die had dan zo, ik zal zeggen... Ik zeg maar niet, 7000 triljard royalties gegeven. En die heeft er zo'n 90% van afgegeven. Dat is heel weinig nieuws over geweest. En die heeft dan zo... Nu kon ik echt ignorant white man zijn. Ik zal zeggen, Oeganda heeft je volledig van waterputten voorzien.
Ja, ik denk dat het is in Senegal en hij heeft een stad gebouwd. Dat is niet normaal. Dat is niet normaal. Die heeft echt gewoon alles weggegeven. En die zien er wel een marginale blablabla. En is van, die gast heeft meer voor de mensheid gedaan. Dat is echt crazy. We hebben dat gisteren zitten opzoeken. Het is alleen dat ik weet dat Senegal... Hij heeft zo'n stad nu aan het bouwen, Aiken City, in Senegal. Aiken City, fantastisch. En met van die futuristische gebouwen. En zie je... Oh man, bangelijk. Dat ding, dat is Black Panther van ons. Ja, Wakanda. Dat is Dubai. Maar dan, maar dan moeten we toch... Hoeveel geld heeft die man? Ik weet niet of hij dat echt aan het bouwen is, of dat dan meer iets online is. Maar dat is wel... Zie je wel, dat is wel echt... Ik had dat toch vol een bak Wakanda genoemd, man. Hoe cool is dat? Wakanda forever. Maar dat is wel raar. Aiken City, my boss. Singer plans to build 6 billion futuristic cities. Ze laten Wakanda zien. Bangelijk. Ja, maar dat trekt het keihard op. Maar dat vind ik wel raar, dat zo... He made his millions en die geeft hij gewoon af. Maar dat is toch... Hoe basis is dat? Het is een veel een betere mens dan dat ik ben. Zal ik Niall direct zeggen. Ik zou zo één ding mee. Ik heb nog nooit miljoenen gehad, man. Zo aardig was dat niet. My wealth is vastly overrated. Maar... Ik weet niet, ja. Ik was aan het denken, jij hebt sportpaleizen gedaan. Ja, dat is waar, maar... Alleen. Dat is waar. Wij zeggen altijd van, god, stel je voor dat wij zo in een sportpaleis kunnen met staan. Met 3 spotlights. Met een spotlight, zo. Ja. Is dat iets wat je gaat... Ging het juist zeggen, bij Alex was dat niet met een spotlight. Dat heb ik niet gedaan. Dat heb ik niet gedaan. Dat was mijn manier van te zeggen. Had je niet zo'n heel ding hangen? Ja, bij mij ging dat eigenlijk van... wij beginnen altijd met businessplan worst case scenario 1. Namelijk, je verkoopt er ene het of niet, dan doe je het daarmee. Ook Vlaams. Dan neem je zo, er zijn er 2. Alright, dan kan dat er al. Ja, dat is zo. Hè. En zo hebben wij dat altijd bekeken, maar ik wou wel altijd iets erin steken. Dat is misschien inderdaad dat Vlaams. Dan hebben die kan dat, hè. Ja. Zo, Dave Chappelle, die kan het sportpaleis uitverkopen. Die wandelt dat podium op met een mat, met een C-hoop van Chappelle. Je stot er met een micro en die gaat gewoon met geld naar huis. En ik denk, als ze naar mij komen kijken, dan denkt iedereen, wie is die pretentieuze zak dat denkt dat hem deze kot kan volspelen en dat we niet op zijn minst ergens iets hebben waar dat vlammen uit schiet. Is er geen orkest bij? Want wat voor vragen dat ik ook allemaal kreeg, wat voor gasten hebben, gaat er dan muziek zijn? En ik had zoiets, nee, ik ga gewoon... Met een micro doen. Daar comedy doen. Zo, ik voel dat wel. Zo, dat je toch de neiging hebt om te zeggen... Maar dat bedoel ik, dan moeten we ze het wel geven, zo, die show daar. Ja, dus. Ja, maar dat is ook wel natuurlijk... Want zeker bij jullie of zo, als je dan die sportpaleis foto's zag of zo... Ja, je moest echt al wel van slechte huizen zijn om een kutfoto te trekken. Daar, dus. Ja. Ja, daar hing wel wat aan de muren. Ja. Hoe is dat als je daar staat? Niet het moment, hè, maar het speelt maar zo. Je komt binnen, de generalen of whatever. Je komt binnen om 3 uur en je ziet die opbouw. Dat is zo groot. Ja, dat is die zaalsportpaleis. Dat is onwaarschijnlijk hoe groot. Je ziet er 100 man ook werken. Ja. Dat is raar. Jij betaalt die al, maar je moet die uniten betalen. Mannen, niet met te veel. Dan gollen dat ook niet. Als je zo binnenkomt en die zijn allemaal aan het eten en zo. En die zitten in die kantine in een backstage. Dat je binnenkomt en dat je zo benauwd bent. Holy shit. Sorry, man. Zo, omdat die zo allemaal aan het werken zijn voor u. En jij denkt zo, en die kijkt ook zo. Rhythmse, de chef. En zo daar. En je denkt, hallo. Yo. Ik kan ook iets van het buffet pakken. Hè. Zo, dat is echt wel zo. Dat is zo, dat is echt, zo, ja. Het is allemaal mensen, dat podium. Ja, bedoel, het sportpaleis is leeg als je dat boekt. Hè. En dan zet jij dat podium daar. En dan wordt dat gebouwd voor u. En dat is eigenlijk het zotste. Als dat dan af is, komt er dan toe inderdaad zo in de namiddag. En je ziet dat dan zo, en je ziet al die mensen bezig, en dan denk je van, shit, dat is gewoon... Hoe zijn we hier terechtgekomen? Ja, echt. En vooral als zoveel volk eraan heeft gewerkt, you don't wanna fuck it up. Nee, ook al niet. Je denkt zo'n gevoel van, ja, goh, na een hele dag, zo, we gaan wel ons best doen vanavond. Amai. Ja. Ik weet zo wel, omdat we dan zo spreken over zoveel pyro's en dingen en onze back... en weet ik veel waar, dat dan allemaal beweegt. Zo in het sportpaleis hadden we dan zo 3 strepen die omhoog gingen. Allee, dat was eigenlijk wel crazy. Ik weet dan zo dat we Pukkelpop speelden na de zomer als de tweede plaat uitkwam. Dus dat is 2018, denk ik. Dat was een van de zotste concerten dat we hebben gespeeld. Mainstage, daar, Pukkelpop, Sundown, de Max. Ja. En dan weet ik nog dat we
we hadden van alles mee. Zo, op een gegeven moment waren er dan zo witte, dat waren gelijk wc-rollen die spoten. En dan op de climax van Goud hadden we zo een fire curtain, vuurgordijn, confetti, alles erop en eraan. Van alles. En ik had dan het idee van, ja, het is misschien ook... Het is misschien ook cool als ik op de PA kruip vanachter. En ik sta op de PA en ik spreek het publiek aan. Dus... Al die koppetjes zo. Ik sta daar en ik tel af. En op een gegeven moment, alles gaat af, maar heel dat publiek staat zo naar mij te zien op die PA. We stonden op dat podium en we keken zo achter ons en al die kopjes aan de andere kant. Het eerste dat zij zeiden van dat ze... Dat is je voor op uw rekening, zo maat. Ik zo, ah ja, fuck. Maar ik heb wel de meest epische foto van mij. Met dat vuurgordijn achter je. Ja, dat is wel echt. Ja. Was dat ook niet met die witte slingers, dat de wind fout zat? Dat is helemaal verkeerd. Al die witte slingers in ons gezicht kwamen. Dus dat spuut van dat publiek kwam allemaal terug. Ja. Een van de beste dingen dat ik ooit heb gezien op dat vlak was een Kempische AC/DC coverband. En die heette Ise Dase. Dat is al te goed. En die speelden het nummer For Those About To Rock van AC/DC, waar zo kanonnen afgaan. Maar die hadden overduidelijk geen pyro. Dus die kregen For Those About To Rock. Maar wij stonden nooit eens backstage op Werchter, denk ik, toen dat Rammstein... Dat was een Pinkpop. Was dat. Ja, Rammstein, dat was precies Wereldoorlog 3. Ja. Wij hadden echt, we konden daar gewoon niet zitten. We verschoten om de 10 minuten. Waarschijnlijk gewoon. Dat is niet normaal. Knalt, jong. Ja, dat was precies een wereldoorlog. Dat was echt een wereldoorlog. Ja, daar heb ik... Dat is nog wel lang geleden. We hebben toen die laatste show ervan gezien in... Waar was dat nou weer? De Koning Boudewijn Stadion. Amai, daar hebben die wat dingen de lucht in geblazen. Maar ongelooflijk. We hebben er al dikwijls eigenlijk op dezelfde dag mee gespeeld, maar ik heb dat nog nooit echt gezien. Is dat eigenlijk de ja, wel een dikke show. Volgens mij is dat wel de moeite. Zelfs als dat een nieuw ding is. Dat is zot gedaan. Rammstein ook in. Dat is eigenlijk pop, hè? Ja, eigenlijk wel. Zeker. Dat is ook zo was echt show, hè? Dat is circus bijna, hè? Dat is echt zo. Ja. Ah ja, daarin. Dat is hem. Daar is dat vuurgordijn. En al dat volk, dat kijkt naar de verkeerde kant. Gewoon even, want er zijn ook ondernemers die luisteren. Hoeveel heeft dat vuurgordijn gekost? Ik denk minstens 5000 was dat. Maar nee, zoveel. Ja, volgens mij is 5000 in totaal voor alles. Dat lijkt me te veel. Ik denk dat niet. Oh, toch een prijzig selfie. Het was de prijzige foto. Ik vind ook wel een goede Titanic vibe hebben. Zo, I'm the king of the world. De rest is allemaal aan het zinken en Gijs staat er zo, yes. Maar dat is toch zalig, dat is toch echt de kleinkinderenfoto's. Van. Ja, dat is wel echt een voor... Voor hem wel, ja. Maar Olly... ja, zo... Ik zal daar ook. Ik zie juist niks. Dan kun je ook zo zeggen. Ja, dat was een kick. Ja, pa. Ja, het zal wel. Sure. Ja, pa. Sure. Ja, pa. Ja. Sure. Ik zie alleen nonkel Nonkel Mathieu. Die ja. De toffe nonkel. Ja, de die. Ja. Ik hoop het. Ja, dat zijn goede foto's om te hebben. Hè. Dat je zo ooit denkt van... deze was opa vroeger. Ah, na guy. Hè? Toen klom hem nog op stellingen nog. Dat zou wel zitten. Godverdomme toch. Oh, kun je mijn glas eens even afgeven, jongen. Dat is zoiets dat ik ook nooit zal vergeten. Dat was zo... Ik denk dat wij er ook toen moesten spelen. Ik was niet van de Soulwax gaan zien, maar dat was wel na die echte mega doorbraakplaat. Ik kon dan zo frontstage, dus ik zat echt goed. En ik zag ineens Zakkie aan de zijkant. En ik zal dat nooit vergeten, die fiere blik. Want dat was die anticipatie van... Want dat was dan zo Soulwax 6 uur mainstage op zondag. Dus dat is eigenlijk het uur, hè. Just voor golden hour. Ja, zo. Golden hour, ja. Ik wil ook niet allerlaatst zijn. Ik wil ook niet dat. En je ziet die pa er zo zitten. En dat was, die kon niet stoppen met lachen. En dat is altijd iets dat mij is bijgebleven. Zo van... Want dat is ook wel, die gast is zelf ook een ster. En dan twee zonen die dan dat doen. Dat was vaderliefde of zo. Ja, dat was wel cool. Wel. Dat was echt raar. Ik bedoel, Soulwax is ook wel niet... Dat is ook wel... Internationaal. Ik ging het juist zeggen. Dat is wel... En dat DJ van de grootste... Dat is niet normaal. En dat DJ-verhaal is ook... It's crazy. Maar ik vind dat DJ-verhaal soms zelfs nog... Too many DJs. Nog niet genoeg geweten is. Of zo. Maar dat is daar zijn die toch bekend mee? Nou, de koningen van de mashup, die hebben dat eigenlijk bijna uitgevonden. De nieuwe generatie of zo. Want ik weet dat ze terugkwamen naar Lotto en zo. En dat toch moeizamer verkoopt. Je voelt dat er een generatie is dat eigenlijk terug zou opgevoed moeten worden met wat die twee gedaan hebben. Zeker wel. Dat is natuurlijk de...
Die Solveig Show, dat was wel niet normaal, hè? Met die witte drumtoestellen en al. Dat was die laatste met ongelooflijk, vond ik. Dewey, of weet je het? Dat is hun label, hè? Dewey? Ja, maar die plaat, ja, was... plaat het ook zo. Voor Dewey. Ja. Of, ja, ja. Dat was met die drie drummers. Dat vond ik wel crazy, gewoon. Ja. Heel die light show ook zo allemaal... Met die drummers, hè. Drie drummers, ja. Maar ook, zo, inderdaad, als we dan spreken over Too Many DJs en zo, die... Er is een tijd geweest dan die gewoon tegen de tijdzone invlogen om 6 nieuwjaars over heel de wereld te gaan shows te gaan spelen. Mm. En elke keer 12 uur 's nachts weer te halen. En die hadden echt... Allee, die waren echt zo... Ah, wat ik onlangs ben achtergekomen, bij Live Aid, Phil Collins heeft 2 keer een show gespeeld. Dus één in Engeland. En één in Amerika. En dan is hij gevlogen naar Amerika en heeft hij er nog één gedaan. Nee. Hij alleen op een piano. Ik wist dat dus niet, maar dan heeft er dus op Live 2 shows gespeeld. The fuck? Maar hoe baas is dat? Mag je... Phil Collins, die krijgt zijn moment nog wel, zo. Phil Collins? Maar die heeft een tour aangekondigd. Dat was pre-corona, denk ik. En ik kon kijken. Ah, ja, dus, nee. Ik zou gewoon kijken. Ah ja, voilà. Maar dat was sold out. En gelijk dat Billie Eilish nu haar een tournee aankondigt. Ja. Hè, op een uur was dat allemaal weg, hè. Er is een filmpje van, ik denk dat dat, goh, wanneer is dat, jaren 80 nog, denk ik, dat hij zo Coming in the Air, In the Air Tonight, dat hij opkomt gewandeld met zo'n koptelefonnetje, zo, met zo'n Madonna-koptelefoon. Yeah. En dat hij zo, dat hij gewoon opwandelt en je ziet er ook uit als Nonkel Fernay in een groep, want dat is die zo weinig rockster als dat je maar kunt hebben in zijn uiterlijk. En die komt opgewandeld en die is aan het zingen. En dan wandelt hij over het podium en op het moment dat de grote drumfil komt, gaat hij achter de drum zitten. Naar boven, en dan doet hem zo die... Zo, dat is echt... Ik heb dat ook gezien. Dus iedereen aan het rondlopen en die drum komt toch uit de vloer naar boven, denk ik. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat eens hij helemaal boven is, gaat hij erachter zitten en doet hij die een... Het is zo, hij heeft een wit hemd aan. Zo, hij ziet er zo... Allee, je kunt er niet minder wanneer rockster... Wanneer was dat? Sorry, wanneer was dat? Doe dit in the air tonight live. Gewoon zo, denk een van die. Er gaat dat gewoon meteen bij stonden, denk ik. Hè. Dat is zo een van die. Oh, man. Echt, hè? Dan die is het. In the air tonight live, de bovenste daar. Dan gaat die, want dan gaat hem ook op de rand van het podium zitten. Ja. Ken ik. Ja, en in het begin is hij gewoon aan het zingen, hè, want dan is er ook geen drum, hè. En dan gaat hij erin, maar als hij dan dat ding doet op die drum, man, dan heb ik altijd zo'n kieken van. Ah, Knapworth. Knapworth, ja. Knapworth, daar zijn er wel een paar legendarische shows gespeeld. Robbie Williams op Knapworth, ik bedoel. Wat een grave gast is dat. Dat is een van de grootste... Mag ik dat even zeggen? Ja, absoluut. Robbie mag... Dat is een van de grootste optredens ooit, hè, met het meeste aantal toeschouwers ooit. Hoeveel volk was daar? 160.000 of zoiets, dacht ik. Maar het was veel meer. Het was veel meer. Ja, nee, 300 of zo? Is dat 300? Ah, het was meer dan 300, inderdaad. Klopt. Veel meer. Ja, meer dan 300. Dat hemd ook. Maar hoe dat hier, maar de biologie komt, hoe dat ook komt opgewandeld. Dat is echt, dat is hilarisch. Hè? Dat is dat zo lezerke bij om op de PowerPoint te wijzen, precies. Ja. Maar goed. Ja. Jezus. Vooral ook wat ik ook zalig vind om dat soort, en dat gaan jullie met vier allemaal wel hebben, dat is zo, dat compleet ownen. Ik bedoel, er is nergens anders wat je wilt zijn dan daar. Ja, dat snap ik. Dat staat ook wel wat volks, hè. Ja, en ook zo dat want die zingt ook, hè, want dat is eigenlijk een keigoeie zanger ook. Phil Collins, crazy. En die zingt noten dat je denkt, daar zou ik mijn nagen al eens voor moeten gaan zitten. Je weet wat ik bedoel. Zo de noten, je zegt, nou, mijn eigen is even... want die moet ik vanuit mijn gat eruit proberen te krijgen. En die zit er zo... En dan komt er allemaal maar uit, alsof dat niks is. Ja. En die is precies... ziet je erna zitten. Dat je denkt, wat? En dan, vooral als je dan achter die drums en hoe dat dan klinkt... Er is ook kei veel wind, want er is zo'n gast met een lange baard erbij. En die is een baard zo heel de tijd zo. Zo goed heeft hij nu aan in headset. Ja, dat is echt precies zo. Allee. Dat is al wel even geleden, hè. Dat is wel cool, denk ik. Ja, dat is echt een heel cool clipje. Omdat ik... Die zit er gewoon. Ja. Die zit er echt te beurzen. Dat is echt beurs. Je ziet precies een helikopterpiloot die ook toevallig moet gaan optreden. Ja. Zo ziet hem er echt uit. Ja. Bitcoin, suggesties met Philippe Collin. Collin.
Heel goed. Philippe Collin. Bankie en Geel met Philippe Collin. Hoe kan ik je afdragen? Iets totaal anders, maar ik moet ook aan denken, over dat, omdat we over die een drumkit spelen, en dat is wel een link met comedy, mm-hmm. is sketch mm-hmm. van Rowan Atkinson, yeah. die op een onzichtbare drum speelt. Heb je dat ooit al gezien? Oh, nee. Dat is onwaarschijnlijk. Is niet normaal. Ja. Dat moet zo hard gerepeteerd dat is echt, zijn. Dat is ja, Mr. Bean uiteraard, maar die... Die doet dat perfect. Dat filmpje. Ja. Dat is een zot. Dat getuigt ook van zo'n muzikaal iets. Een gevoel. Ja, ja. Dat moet zwaar ritme hebben en timing. Ja, dat is een en al zwaar. Ja, ongelooflijk. Ja. Dat moet hij een 1000 keer hebben gerepeteerd. Dat moet niet normaal zijn. Dat is een choreografie. Ja, plus ik neem aan dat alles wat hem speelt, dat hem dat ook speelt... Juist, dat klopt. Dat allemaal klopt. Het klopt. Dat dat fantastisch en dat is super random, ja. Maar allemaal juist. Ja. Ja, bon. Ja, bon, ja, dat is iets dat je er wel... Minder interessant. Dat is... En dan zoekt hem niet in de rim. Dat is echt... Nee, hoe kan dat? Er gaat iemand achter de schermen zitten die op die midi duwt, console... Die denkt er dan? Maar dan zelfs dat is moeilijk. Ja, maar als je die bewegen... Je moet, wel, je moet het gewoon geoefend hebben, want... Ja. Maar wel cool. Vind jij die goed? Ja, of tuurlijk, is dat, ja, tuurlijk. Maar die is ook veel meer, die is ook veel meer niveaus ook goed. Hè? Want ik heb die eigenlijk leren kennen als Blackadder. En ook als stand-up comedian. Waarin dat die mega sarcastische, hele verbale humor heeft. Mm-hmm. Maar daarna bleek dat ook nog eens dat die fysiek enorm funny was. Dus dat die ook zo'n rubberen kop heeft en alles wat die doet... Maar nee, dat is een hele grappige gast. En een van de meest vreselijk sarcastische dingen dat je ooit gezien hebt, is Blackadder. Als je die daarin bezig hoort, dat moet je echt wel eens doen. Ja. Dat is echt heel cool. Want die heeft daar wel van afgezien, blijkbaar. Hè? Zo het typeke dat dan hij als Mr. Bean heeft gewonnen. Ja. Zeker als je dan al zo'n slimme, sarcastisch iemand bent. Ja, dat je eigenlijk als een figuur wordt afgeschilderd die heel, ik weet niet, al bijna dom en dingen. Dat moet wel echt een... Allee, dan moet je wel tekenen of zo, in want a way. Zeker als je ziet hoe dat die ook is als die praat. Hè? Want dat is een hele... Dat is ook een... Ja, die is ook verbaal enorm sterk. En hij is ook enorm sterk met niks te doen. Ja, exact. Van, wat spreken, dat hem dan dus, gekend mee geworden is. Hè? Maar dat is dat is hetgeen dat ook... Vooral wat dat cool was aan Mr. Bean. Ja, mijn dochterke vond dat ook cool. Als maar dat is tijdloos. Dat is iets universeel. Dat is dat ding. Terwijl Blackadder, dat vindt hij nu toffer. Ja. Dan als je wat ouder wordt. Dat is wel zot, hè. Tijdloos, wat is dat? Mm-hmm. Ja. Denk je dat de muziek tijdloos is? Wij proberen dat wel na te streven. Allee, dat klinkt nu zo hautain of zo, maar we proberen echt wel, als we, zeker nu met die laatste plaat, hebben we echt wel geprobeerd om iets te maken dat we, bijvoorbeeld met de tweede was het iets meer hipper en in de moment en in de tijd van de muziek, hebben we nu wel meer als een bewuste keuze gemaakt van oké, we gaan echt songs maken, allee, of wat dat wij goede songs vinden maken. Mm. En die we dan los van het... Allee, of die we in het arrangement eigenlijk ook wel tijdloos willen maken. Maar ik weet wel dat tijdloosheid en zo, dat dan vroeger anders was. Zo'n Bohemian Rhapsody of zo. Ik weet niet of je dat dan nu nog zo'n nummer kunt maken dat zo tijdloos is. Nee, dat, maar dat, alles is eigen tijd. Alles komt uit een periode of een tijd, denk ik. Ja. Maar je hebt sommige dingen die in je tijd zitten en die zo hard erin zitten dat het eigenlijk niet overleeft. Of dat het te weinig inhoud heeft of te weinig... Of trucjes. Ja, zo productioneel. Want dat gaat alles... Je gaat zo bijvoorbeeld... Ik zei nou niet... In onze 2002 Missy Elliott. Dat was dan zo dat Timbaland geluidje. Maar je voelt al zo... En je hebt daar een paar nummers in die daar... Drum en bass. Die overleven, maar je hebt er heel veel die dat ook doen. Je zei daar juist reggaeton. Je hebt daar een paar heel goede nummers in, die de tijd gaan doorstaan, denk ik. Maar je hebt er dan heel veel, doordat dat genre hip is, die ook zo'n dingen doen en dat nu in één keer werkt. Dat overleeft niet. Hmm. En dat is wel iets... Ja, ik weet niet dat wij eigentijdse muziek maken, maar we hopen dat we wel iets maken met...
Dat is met inhoud of context die je wel ook binnen zoveel jaar nog iets doet bij mensen. Dat hoop ik. Maar, Dat is voor ons eigen gevoel zo, hè? Want dat is altijd zo. Ik denk niet dat wij iets puur eigentijds maken dat enkel werkt door dat nu dat genre omdat onze smaak, zo, omdat onze smaak ook wel breder ligt, omdat wij onze interesses liggen meer uit dingen die wij tijdloos vinden dan. Ja, zeker. Dan en dan de nieuwe dingen vinden we dat er dan iets tijdloos in zit. Bijvoorbeeld, ik weet dat de plaats van Frank Ocean toen was een heel eigentijdse plaat. In Channel Orange, of hij nee, de latere plaat nog, Blond. Is een heel eigentijdse plaat, maar daar zit zoiets goed gedaan in die eigentijdse dingen. Dat is tijdloos geworden. Dat is sowieso tijdloos. Allee, dat is crazy. En dan er zit heel veel inhoud ook in. En ik weet, ik heb er veel dingen over geluisterd. En hij heeft ook heel veel, die plaat is eigenlijk heel hard gebaseerd op Abbey Road en zo van de Beatles. Dus hij zat een tijd na Channel Orange met ook een beetje inspiratieloos. En dan is hem beginnen heel veel naar de Beatles beginnen luisteren. En het is dat hij hem eigenlijk heel hard heeft in die laatste plaat gestoken. Maar hij heeft zo'n eigenheid en persoonlijkheid. Er zit zoveel inhoud in. Er zitten referenties naar films in. Ik weet niet, dat moet je niet eens snappen, maar dat voelde op een manier, denk ik wel, uiteindelijk. Er zit iets in dat gaat blijven, dat gaat overleven, denk ik. Je hebt ook muziek dat heel hard van zijn tijd is, maar daardoor dan ook weer iets wordt. Hè. Je hebt ook heel typisch 80s muziek. Tuurlijk. En dan gezegd, je krijgt anders een, vaak wave. Een hoop one-hit wonders ook. Dikwijls, maar die wel, en dat is waarschijnlijk waarom dat die dan wel overleven, omdat die toch die song wel hadden. Mm-hmm. Ja, ik denk dat hetgeen is dat het altijd overleeft, dat is de song. Vaak, ja, heel vaak. Zo, de sound kan van een tijd zijn, dat je denkt, typisch die synths die zo klinken van de jaren 80, of voilà, typisch exact. Dat. Maar doordat die song zo goed is, zie je er voorbij of kun je dat aan? Absoluut. En dan heb je dingen gelijk Queen, dat zo insane is. Ja. Dat je zegt, dat is niet zo van de pot gerukt, eigenlijk. Dat is niet van een of andere tijd. Dat is gewoon, dat zijn zo vier aliens die hier geland zijn om eens even hier te komen doen. Dat is crazy. Zo waar je van denkt, wat is dat? Rock, opera, pop? Dat is alles, hè, Queen. Dat is ook zo dat Freddie Mercury, man. Maar je vertelt die invloed, dat je het zo Frank Ocean of dergelijke of zo. Het is soms dan, je hebt het sowieso niet uitgebracht, maar je bent aan het demo, je bent aan het repeteren, dat je soms zo die stijloefeningen probeert te incorporeren, dat al meegemaakt, dat je dacht, ah fuck, dat moeten we niet gaan doen of zo. Dat je soms te veel die invloed pakt. Ik zei niet dat je niet eens begint te rappen of zo, dat heb ik niet gezegd, hè, maar zo. Het is wel soms als we vastzitten of zo met een nummer, dat je daarmee experimenteert en dat je dan zegt, van dat is totaal niet. Deze is het niet. Deze gaan we echt niet doen. Ik heb een demo waar dat Tjur zo half aan het rappen is. En dat gaat zeker niet online komen. Jawel. Dat gaat zonlicht of nooit zien. Maar soms als je vastzit, dan luister je naar andere artiesten of andere nummers en dan haal je daar dan wel weer inspiratie uit. Hm. Niet dat je dat pikt of zo, maar dat helpt wel. Nee, wat dat er dan ook in zo een van die reviews stond, omdat we hebben er nu veel gelezen de afgelopen tijd. En momenteel enkel goeie hout vasthouden, we zijn heel blij. Maar wat dat er dan in staat, bijvoorbeeld wat dat wij doen, is genre-overschrijdend, zei hij. Niet letterlijk in die woorden, maar gevoeld. Dat er verschillende genres zijn die wij nice vinden. Mm-hmm. Het is niet omdat wij nu per se dan, omdat we nu op Frank Ocean, stel we vinden nu de nieuwe plaats van Frank Ocean supergoed. Dat is absoluut niet dat we een plaat op maken gevoeld, denk ik wel, bij onze muziek. Dat wij heel dat bedoelde ik niet, maar gewoon. Je zit van 9 to 5. Je in welk genre dan ook, je kunt wel een goede song kunnen eruit nemen. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Je hebt genres en maar wij luisteren inderdaad naar alles, maar een goede song die springt er altijd uit. Nee, maar ik vind dat interessant, want er zijn ook mensen die luisteren die zelf in groepjes zijn of zo, en die zien dan door jullie van. Het is ook soms gewoon een soort puzzelen, hè, samen en invloeden en zo. Mm-hmm. Het is altijd tof, hè, dat is zo, je wilt niet erover gaan, maar je wilt wel zo ver mogelijk gaan dat kan. Maar je kunt in een arrangement heel de tijd bezig zitten in een filosofie of in een. Dat zit in een soort van Oasis vibe, dat je denkt van dat zit meer rock in. Maar dat kan bijvoorbeeld een missing link zijn, een topline, dat ik dan zing, dat mega hip-hop is, of dat mega R&B is. Dat is zo, ik weet dat bij Onderweg bijvoorbeeld, dat er een ding was, en dan zong ik een bepaalde frasering dat eigenlijk een beetje los stond van het genre waar we in zaten en zo.
Oh, ik wil niet meer terug. Dus. Hè, dat dan van ergens anders kwam, naar mijn gevoel dan. Mm-hmm. En dat... Voelde je al dat moment als je zo dat je zegt, ai, net niet? Of ja, sowieso. Een millimeter terug en ja, we zitten zo, goed. Dat vinden we direct. En is dat ook wat je eerder dan als het goed is. Want is dat ook wat je voelt als je dan andere bands ziet? Hè? Want dat kan niet anders. Je luistert ook naar de andere Vlaamse of Belgische of internationale acts en dingen waarvan je zegt, ai, die doet niet goed. Voelde je echt zo van de erover gaan? Nee, ja, want elk ding moet in zijn genre of in zijn dingen bekeken worden. Of zo. Denk, bij ons merken we dat meteen van iets werkt of iets werkt niet. Eerder iets werkt niet dan iets werkt wel, want we zouden al veel... Iets zou veel langer blijven hangen van... Goh, ja, dat is toch misschien... Ik kan vrees zo in die demolitis zeggen van... Goh, ik ben echt wel zot van die zanglijn. En dat zij zeggen van... Ja, nee, het is geen... Ik voel het echt niet. Goed genoeg, gewoon. Bij andere oorden. Nee. Ja, nee, maar dat is echt... Nee, maar ja, dat gewoon... Ja, ik snap dat je dat gevoel van die demo goed vindt. Zeg je diplomatisch of zeg je hard? Diplomatisch hard, laat ons zo zeggen. Nee, maar ik snap dan ook waarom dat je dat gevoel goed vindt. Maar dat blijft een demo. Je zingt er geen tekst. Dat staat op zich... Niet sterk genoeg. We moeten een manier vinden om dat gevoel dat in die demo zit over te brengen in een echte opname, met een echte tekst, met iets dat goed genoeg klinkt in een arrangement dat helemaal ineen past. En dat is het moeilijke vaak. Mm-hmm. Omdat ik dat ook snap waarom dat hem die een demo zo goed vindt, maar we kunnen die een demo zo niet uitbrengen. Maar meestal snappen we dat gevoel wel. Ik zou die zelfs zonder tekst gewoon uitbrengen. Fuck it. Dat gaat niet. Fuck, is keigoed. Ja, van je zingt niks. Ja, fuck it. Wat doe je dan? Doe je even een wat doen ze seconde? Is dat dan... I want to show, want to get loud. Ja, verder. Er zijn mensen die dat zo'n singles uitbrengen. Hè, dat je echt denkt: what are you singing? Bob Dylan. Ja. Here is ik heb nu al veel podcasts geluisterd van jullie. Ja, Bob Dylan heeft altijd die gedaan. Neemt echt wel, die neemt echt wel verkorven. En dat is ook altijd een Andries. Bob Dylan. ik was daar niet bij hè, op dat optreden. Ik heb dat niet gezien. Ik vind dat niet erg. Ik zeg het altijd: het zit wel diep. Was dat een optreden? Amai, fuck, die heeft ook nog iets met een piano player. Ja, ik was daar ook. Ja. Vond jij dat goed? Ik heb dat gezien. Nee, dat was verschrikkelijk. Zie! En ik ben wel fan van Bob Dylan, daar niet van. Maar, dat was de moeilijke, hè? Ja, en was dat niet op het einde? Dan, ik heb dat gezien, ja. Met en Paul McCartney was dat ook, hè? Ja, was dat niet een dubbel bill met Paul McCartney? Nee, ik heb het gewoon de lotto gezien, dat hij alleen was. Ah, oké, ja, ik heb het gezien met Paul McCartney. En dan ging hij ineens op het laatste nummer ging hij dan van het podium. En dan ging hij ineens al die lichten aan. En dat was super raar. Want iedereen verwachtte zo dat hij nog terugkwam en die kwam niet en iedereen bleef staan en was van, huh, what the fuck is happening? Maar die was gewoon even... Voor de gezelligheid moest je nooit met een Bob zijn. Hè? Dat is een stem was zo echt, zo de Bob, de David, je kent ze allemaal. Maar eerlijk, jij bent er langs geweest, de podcast van Thibaut. Ja. Thank you, ja. Boomer. Wat er wel was, de aflevering over Bob Dylan, wat er wel echt fucking cool was, was die een keer dat er dus, dat was een hele overgangsfase, dat hij van de folk naar dan de rock and roll ging. Mm-hmm. En al die folkies die hadden zoiets van, ja, dat mag niet. Judas was er een in het publiek. Bob Seger met de bijl die dat zo de elektriciteit wou gewoon doorkappen. Dus dat was muziek nog. De folkies zeiden echt van, jij mag geen rock and roll maken. Niemand in het publiek roept, Judas. En dan zo, en de Bob Dylan, en hij reageert er dan op van, waarom zou je dat zeggen tegen mij? En zo, draait hem om naar zijn band en zegt, play fucking loud. En dan de hardste versie van Like a Rolling Stone, echt snerpend, zo pijn aan je oren bijna, mm-hmm. Maar gewoon dat het daar echt, van dat je zegt van, the fuck you, dat die het doet of durfde doen. Ja. Elke versie ook anders spelen, elke show. Dat is super, super annoying voor elke fan. Ja. I totally understand. Maar de badass fuck you dat je daarmee doet, vind zal ik wel... Zou je dat doen? Zou je dat doen? Nooit. Zou je dat doen? Nee, zeg ze... Nee, nooit. Goud, dat doen we niet. Tuurlijk niet. Maar natuurlijk niet. We hebben alles te danken aan de mode niet doen. Je mocht dat niet doen. Dus wij zijn geen band die gaan zeggen, we gaan ons hits niet meer spelen. Ik bedoel... Dat is wel onze zoals Radiohead die Creep nooit meer wilt spelen. Hè? Ja, maar dat bij Radiohead... Nu speelt ze dat terug snap na ik dat 30 dan nog wel jaar. Ja. Waarom snap je dat Storm Shadow? Omdat Radiohead meer... Dat is ook een band geworden
in experimenten en dingen. Oké, maar dat publiek dat er naartoe komt, die komt daar wel naartoe. We zijn dan naar Radiohead shows geweest waar ze geen creep spelen. En I really didn't mind dat ze dat niet deden. Maar er zijn veel mensen die enkel de hits kennen. En die ik vind creep. Radiohead wel natuurlijk heeft meer dan één hit. Natuurlijk, ook al. Maar de bands bijvoorbeeld vond ik echt wel een oké plaat. En dat was ook momenten dat dat zo was. Ah ja, dat. Terwijl ik zoiets de band is wel meer dan... Ja, wij speelden onze hits ook nooit, hè, Andries. En terecht. Sorry, die moest ik even zien gooien. Zelf relativeren, dat komt er net mee. Dat was even nodig. Ik ben totaal niet zo mee in jullie genre, uiteraard. Ik heb daar veel respect voor, maar ik ken daar niet zoveel van. Maar hoe bedoelde dat? Hebben jullie geen een radiohit gehad? We hebben afrekeningen zo wel. Recht op ingaan. Hier moeten we even dieper op ingaan. Maar nee, maar ik ben daar gewoon in geïnteresseerd. Ik bedoel, je zegt dat nu zo lachwekkend, maar ik weet daar niks van. Dus ik wil dat dan wel weten of zo. We relativeren. We hebben echt wel coole dingen gedaan. Niet wat geld gedaan, maar we hebben heel coole dingen. Wat wij gewoon, daarom dat wij dit ook altijd, vind ik, goed kunnen, is omdat wij hebben heel goed meegedaan met de grote, ook internationaal. Ja, maar dat zeggen die er altijd. Maar dus we hebben een internationaal deal gehad. Nee, wij doen er niet vals bescheiden over, maar wat wij altijd wel gehad hebben, en dat gaat je dan misschien heel hard snappen, als je doet wat wij dan allemaal doen, er is een heel groot ding, is perceptie. Mm. Hè? Perceptie is alles. Maar als je in een sportpaleis staat, dan is er geen perceptie. Want je kunt dan niet gaan staan als je niet effectief 15k tickets verkocht hebt. Maar heel veel bands komen er nooit niet en dan zit je in de grijze zone. En dan hebben wij heel vaak andere bands gezien die deden wat wij deden. We altijd dachten, ze gaan nou echt van deze stront ontproberen om daar iets mega cool van te maken. International tour. Terwijl je weet, dat zijn gewoon 7 cafés die gewoon niet in Vlaanderen lagen. Mm-hmm. En wij zijn er soms een klein beetje te nuchter in geweest, maar dat is gewoon hoe dat wij waren. Mm. Dat is eigenlijk, als wij met keitoffe dingen gedaan. Maar geef toe, er wordt wel wat afgeblazen in het in muziek, hè. Tuurlijk, ja. Alles moet... Ja, het is altijd een beetje... zeker in de tijd waar we nu in leven, is zeker perceptie alles. Je moet alles laten schijnen alsof dat... Ja, maar als je een sportpaleis doet, dat is het coole aan het sportpaleis. Want jij zegt dat ook altijd van, dat is keigraaf. Maar eigenlijk, financieel zijn er betere dingen. Ga je heel nuchter over, maar je hebt wel zoiets. Dat is altijd, als mijn vrienden of zo zeggen, nu niet meer, maar vroeger, ik ken ten Alex. Sportpaleis. Oh, die doet sportpaleis. Mm-hmm. Die is goed bezig. Terwijl ik dacht, nee, die speelt eigenlijk 6 keer per week in iets van 1600 man. Ja, maar, maar dat interesseert niemand. Dat terwijl 6x 1600 elke week. Eén keer sportpaleis. You made it, man. Ja. Nee, maar dat is bullshit. Hè, Allee, bedoel. Nee, maar dat is waar. Dat is hetzelfde. Dat is gewoon. Ja, het is alleen. Dat maakt u een soort. Dat geeft u wel een soort. Ja, status dat je niet hebt. Ja, maar andersom werkt dat dan ook wel weer, snap je? Als je gezet dan wel in de sportpaleis bent, en dan worden bij degene die dan wel veel krediet geven aan die bands, die dan wel die 1600 doen, meerdere malen per week, dan zijn ineens wel ook op die een piedestal, waar dat je dan ook moet... ik spreek dan in ons geval, omdat we willen dan wel een soort van waardevol iets brengen. Hè? En dan zijn de kritiekasten altijd van, vanaf dat je het sportpaleis doet, vanaf dat je arena-band wordt, zijn er dan ineens minder... Maar wat is het niveau? Want dat heb ik nooit meegekregen. Wat is eigenlijk het bazaarniveau geweest voor de grote doorbraak? Wat speelde jullie toen? Ik heb het niet over dat weten we. Allee, dat is bij ons is wel... De AB is bij ons wel ontploft. Hè? Ja, wat was al een eerste show eigenlijk? Echte show. Ik heb het niet over AB Club hebben wij. Echte shows hebben wij ook wel. We hebben ook wel surfkampen gespeeld. We hebben surfkampen, Gentse Feesten. Gentse Feesten was een van de eerste. Feesten hebben wij wel veel gespeeld ook. En wat was dat dan? Eigenlijk zijn wij begonnen op... De Gormarkt en zo speelden we. Wat zag je dan als je op bazaar ging zien? Wat zag je dan? Gullen 3 met een band? Ja, met een band, met 5 altijd. Maar dat was toen ook al wel... Van, we gaan hier niet flanellen hemmen aan doen. We hadden waarschijnlijk ook al flanellen hemmen. nee, maar gewoon, was dat toen al... Hey, Rammstein is bijvoorbeeld geweten. Hey, er keek 8 man naar, maar die hadden al wel levensgevaarlijke pyro bij. Die stonden in jeugdhuis. Ja. Nee, bij ons hadden nog wel de folkies ook mee. Want we speelden ook wel folkie muziek. We waren gewoon een jong bandje. We waren 20 jaar.
En dat was gewoon, ja, een jong bandje. Dat er vanaf het begin stond. Dat wij dat met ons twee ook deden, helemaal in het begin, was dat ook van, ja, we gaan iets in het Nederlands doen. En dat was zo wat meer, we worden dan Kings of Convenience zijn in het Nederlands. Wij zijn eigenlijk nog gestart op als buskers op de Gentse feesten. En dus op straat gaan, nog beter. Gaan jammen. En... Maar dat was niet Nederlands dat wij dan zo... Wij hadden al een paar eigen nummers. Zwaar. We vrachten maar ook een paar Engelstalige covers, omdat we niet genoeg eigen nummers hadden. Maar dan gingen wij wel spelen. We gingen vooral pinten drinken samen met geld. En dan gingen we pinten drinken en dimsum eten met geld dat we hadden verdiend. Wat een leven. Pinten drinken en dimsum eten. Maar dat was zo. Dat zegt eigenlijk ook al alles. Wij gingen dimsum halen in de Walkaway, was dat ook toen? We verdienden €250 per dag of zo. Zoiets, wij. Dat was de beste vakantiejob dat we ooit hebben. Ja, voilà. Ik toch. En heb je er ook geleerd hoe dat je moet optreden of zo, dat soort dingen? Oh, nee. Dat heeft er bij hem altijd al in gezeten, denk ik. Ja, nee, niet per se vandaar of zo. Maar dat, jij dacht ook op een podium van het Sportpaleis, eindelijk iets wat mijn status waard is. Nee, dat niet. Ik heb wel geleerd dat ik het niet meer zo moet opkomen. Ja, dat heb ik een keer verteld. Met de Mario op drum en zo. Ja, Dat voelt alsof ik niet meer moet zo... We zullen zien. Ja, maar dat gaat... dat is wel een cynische brother, zo. Dat is altijd... Dat ze dat stemmetje hier, zo, dat ze dat duivelje hier, zo. Ja, ja. Zijn is kalm. Ja, dat is zalig. Dat is wel een hele goede... Dat is wel tof om wel eens met drie te, maar dat is echt fun. Ja. Cool. Dat is een goede vibe. Je ziet, de liefde top. Spat eraf, maar dat is zo... Hey, hey. Yo. Ja, maar dat is liefde bij ons, hè. Maar ik ook altijd wel eens... Ja. De volgende grote show gecontroleerd op dat podium zien staan. Nee, wie weet, verrast hem ons, maar... Ik wil het wel zien gebeuren. Ja? Sarcasme, wat een schone... Maar nee, maar ja, als we het publiek zien, dan wordt hij een... Zotte, ja. Dat is een sterkte ook, hè. Dus als jij frontman bent, of zo, is dat... Dat is helemaal anders. Ja, Thieu is gewoon gemaakt voor... al van heel jong heeft hij een naturel om op een podium te staan en show te verkopen, hè. Dat is bij mij Simon minder. Dus als wij als frontman op het podium staan, dan is dat misschien meer gecontroleerd of beredeneerd. Bij hem is dat gewoon, ja, die gaat op het podium staan en die begint show te verkopen. Dat is gewoon zo. Ja, maar ik denk ook dat dat... Je kunt dat ook niet zijn als je dat niet zegt en andersom. Ja, dus ja. Dat is zo dat ding. Dat je eigenlijk kunt wijsmaken van, ik kon het wat kleiner maken en zo. Ja, kunt dat ook niet, hè. Kan dat niet. Ik heb het ook geprobeerd. Ik heb dat geprobeerd. Dat sukt gelijk fuck, want je gelooft ook niet in jezelf dan. Maar ik had onlangs gehoord, ook in deze podcast, dat jij vertelde over... Het ging over de zonnebril dragen op podium. Mm-hmm. Ja, ik vond het dan wel interessant hoe dat van bij sommige mensen dat dan gewoon kan. En dat jij had dat nodig om jezelf in te leven in je... In uw rol of zo? In het begin wel. In het begin wel. Op het einde niet meer. Maar in het begin wel. En dat was ook omdat dat deed mij heel hard denken. Ik werd heel zelfbewust als ik met een band op het podium stond. Dat is heel raar. Ik was dat keihard gewoon van er alleen te staan. Mm-hmm. En dat vond ik helemaal niet erg. Maar vanaf het moment dat je zo ineens de rockster moest gaan uithangen, dan leek dat zo raar bij mij. Dus daarom had ik jij in het begin nodig. Je hebt al wel altijd, sinds dat je comedian bent, altijd het rockster. Dat wel, ja. Dat was wel wat ik altijd had. Dus ik wou comedy ook bezien als een concert, hè. Ik bezag dat niet als een... Ik vond comedy had altijd iets heel... Zo, zeker in België, maar ook ten opzichte van Nederlanders, hè. Iets heel lullig en loserig. En ja, je moest altijd een beetje de underdog zijn. En je had dan zo in Nederland, hadden zo gasten gelijk Theo Maassen en Hans Thewe, die daar wel een andere vibe bij hadden. Ja, toch wel. Maar bij mij was dat dan zo, ik dacht, ja, nee, ik ga gewoon op het podium, gelijk wie dat ik ben, en met de muziek en wat. Hè. Ik luisterde ook nog punk en hardcore en metal en rock en dat soort dingen. En ja, ik deed dat ook met een intro en met dat soort. Dus je wou direct al wat meer ervan maken, zo. En ik denk dat dat toch wel, ook al van in het begin, hè, dat soort... fake it till you make it idee, zal ik maar zeggen. Dat je al doet alsof dat je in een arena speelt voor alleen dat je er staat. Voilà. Zo dat is wat dat er mij ook altijd... Ik heb ooit een show, of wij hebben een try-out gespeeld in De Pinte, na een week in de Ardennen te zitten, helemaal in het begin. Dat was de Baron in De Pinte, was. Ik weet niet of dat nog bestaat. En ik weet dat toen de vriendinnen van mijn toenmalig lief zeiden toen van, jij staat hier in een jeugdhuis
En je doet alsof dat je in een fucking sportpaleis staat. Ja, 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 ja. Dus dat is zo van, ja, inderdaad, van, dat zit ergens in ons dan zeker? Mm-hmm. Ik denk dat, ja. Ja. Ik denk dat dat vooral, ja, ik weet dat niet, dat is zo ergens een soort... ik kan bijvoorbeeld ook, wat ik ook niet kon, als ik in een band, als wij optraden, ik moest dat publiek van alles laten doen. Ja, voilà, dat ik vind dat ook, ook, superleuk. Ik denk, nou, allemaal deze, nou, allemaal dat. Op de duur werd dat zelfs al wat vermoeiend van om uit te komen. Maar dat bedoel ik met dat opkomen. Je kunt ook gewoon een liedje zingen. Zo, maar bij mij was dat de hele tijd... dat je van dat podium af ging en dacht, oh man, dat is fucking vermoeiend van mij te moeten zijn op deze moment. Dat was bij mij, dat is wat ik bedoel. Allee, ja. Dat is meer dat ik bedoel van dat ik niet waarschijnlijk like, een uitgelaten zot dat podium ga opkomen, maar dat het niet gaat zijn van A tot Z, van nu dat, en nu moet bij het tweede nummer al het tak eraf en dingen zo van, dat iedereen in het publiek zo van, maar dat dude. Maar dat je dat niet doet, hè, dan zit heel de band naar uit te zien, hey dude, er is hier geen fucking sfeer. Ja, ja, want dat is, het, yes. Dat is het ook wel, hè. Ja. Dat je zo denkt, oh man. Hij heeft er weer geen goesting in van. Ja, ja, zo, oh, door, allee, wat is het, kan er geen Wall of Death niet meer af, hè? Open this shit up! Ja, come on, you motherfucker! Dat moeten we wel eens één keer doen, hè, op een bazaar. Zo één keer. Ja, please! Zo één keer. Nu weet ik wel niet meer met de sit-downs bazaar. Sit-downs hebben we echt wel aangenomen. Sit-downs wel, maar dat is wel wat pop-related meer. Ja, ja. Sit-downs. Dat je daar zo ineens allemaal recht springt. Zo van een vieze bijk langs zo. We hebben nooit zo'n keer een sit-down gedaan. Allee, in de... En ze blijven zitten. Nee, het was zo... Het was een Lowland show. We kregen daar niet zo'n goede kritiek op van een blad. Ik weet niet meer juist. En dat ze zeiden van, ja, bij de helft van de show liep eigenlijk heel de zaal leeg. Allee, of liep de helft van de zaal leeg. Maar er zijn foto's en filmpjes van mij, van in Lowlands. Een van de zotste sit-downs dat ik dan ooit gedaan heb, was in Lowlands. En dat was, ja, een, dat was massa vol. Een redelijk volle tent, me dunkt. Goeie recensies ook over. Daar kwam ik eigenlijk over. Ja, nee, daar kwam ik van dat niet klopte gewoon. En dan zie je mij, het is een foto van een fotograaf die we toen mee hadden, dat ik echt midden in die massa zit en dat zo grappig is dat niet klopte gewoon. Ja, ik denk wel dat de baron over te nemen. Ik zeg wel zo van de week, zwangere G of zo, denk ik. Die dat dan zo op zo een paar maten op straat, maar gewoon op zo ergens in een huis en een balkon. Maar echt letterlijk. Ah, ja, dat was frontaal zijn platen. Ja, frontaal. Maar gewoon cool. Van het zo, zelfs geen groot balkon, hè, gewoon een rijhuis met zo'n klein balkon. En die doen de deur open. Maar en, dat vind ik wel. Je ziet dat volk zo blijven staan, maar dat was gewoon. De volkstoel. Dat is niet normaal. Maar zo chaos, maar wel zo, ja. Dat is wel een. Dat is dan een artiest in België die echt mega over dat je m'en foutisme en dat fuck off in zich draagt. Dus zwangeren is daar de belichaming van, denk ik. Ja. En dat is ook omdat het in een hip-hop scene. En in een hip-hop scene is dat makkelijker, meer logisch dat je die imago draagt. Maar hij belichaamt dat wel, of dat je dat nu goed vindt of niet, dat maakt niet uit. Maar die belichaamt iets dat wel echt... Allee, je kunt er draaien of keren, dat is wel heel cool. Wat ik heel cool vind aan hem is, van hiphop is het imago. En ergens is dat ook waarom dat je dat leuk vindt, hiphop. Maar soms vind ik dat in België ook, dat ik denk... Come on, mannetjes, we weten ook maar wat het is. In de fijne gaan we het ook over tetten. Ik bedoel, ça va, hè. Maar dat is wel zo bij hem. Hij pakt wel het risico, om die stap te zetten. Want hij is altijd achteraf, zegt altijd, ja, het is hiphop. Maar nee, want hij doet toch altijd net iets. Ja, het is geloofwaardig bij hem. Hè. Hij verzet grenzen. Hij verlegt grenzen. Ja. Ik denk van, maar ik rok jij hiermee weg. Ja. Hij pakt wel een keer dat risico en de rest kan dan volgen. Maar zo dingen bijvoorbeeld, over wat je nu begonnen bent, bijvoorbeeld op dat balkon boven de Brasseurs, op de Danspag in Brussel, heeft hij dan frontaal zijn label en dan staat hij dan met zijn maten zo wat gewoon... Weet je, als je niet bekend bent, is dat aanstellerij. Maar in dat geval is dat zo... Dat vind ik dan wel cool. Dat hij doet dan ook wel de grote Telenet dingen met Arno, maar hij doet dan ook wel... Hij doet gewoon zijn goesting en dat vind ik wel. En die in een heel, dat klinkt keist, maar die in een keigoeie kop, hè. Die van een kop. Die in echt een kop. Ja. En zeven magen, denk ik. Die en Bokkie de Ripper, dan heb je wel een namiddag, denk ik. Amai. Dat je daarmee gaat hangen. Ja, de burgerplicht. Ja, met Bokkie weet ik het, maar met de zwanger ben ik nog niet gaan eten. Ja, hij zei, wat zijn er met een Bokkie? Het was zoiets, die doen zoiets.
Dat is een Franse naam. Jour du soif. Jour du soif. De kaart afgaan. Ja. Dan gaan ze gewoon alle cafés af en drinken ze gewoon... Ja. Maar het is absurd dat dat die kan eten op een dag, die een bokkie. Dat is toch onwaarschijnlijk. Maar dat die je binnenkapt. Ja. Als je sterft het toch gewoon. 12 restaurants op één dag en dan denkt hij, oh, die gaat hier en daar een snacksje eten. Nee, die zijn een cholesterol. Dat is 12 keer dat allemaal. Jesus. Dat je denkt, fucking hell, man, hoe doe je dat? Dat houden we toch niet dat is af en toe een filmpje van hem, dat hem toch eens gaat gaan lopen. Zo. mijn best. De gewetensrun. Ja, die gulzigheid, ja, dat is... Ja. Wel schoon. Maar die is zo, ja... Jij moet gewoon zien, Mathieu. Ja, ik moet eigenlijk door. Moet jij door? Ja, het was een blitzbezoek. Dat is eigenlijk wel cool. Jij zit hier gewoon binnengesprongen binnen en terug buiten. Ja, ja. Ja, dat is een echte frontman en man. Zo gaat dat, hè. Met de sterren. Voor haar zijn er aan de regels, hè, jongen. Super, the walk of shame. Dat was super simpel. Ik ga wel echt moeten doorgaan. Gaan we nog blijven, hè? Dat weet je. Ja, dat is goed, dat is gezellig. Ja, we hebben juist een nieuwe pint opgetrokken. Ja, dat was wel goed. Die zijn nog niet gedaan. Blijven. Ja, ik zal u even uitgeleide doen. Nee, maar het is de deur. Ja, je moet dat wel doen. Ja, maar toch? Ja, 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 ja. Ik zou misschien ook keukenrol nodig hebben voor de zeilen die een bassin uit te kuisen. Die in de cabine is zijn eigen brommer. Achter mij een brommer, hè? Ja, ja, zijn eigen brommer. Achter de ijskast. Je kunt dat gewoon luid opzeggen. Ze. Ja, ik moet toch weg. Deze is raar anders. Wat ga je doen? Achter de ijskast. Mathieu, achter de ijskast. Mathieu, kun jij nog één knop meer open doen, alsjeblieft? Want, zelfs, niet van uw broek, hè? Zelfs als man word ik daar een beetje excited van. Dat is wel tof. Zo, tot ziens, jongens. Mathieu, proficiat, hè, met de plaat. Ja, proficiat. Proficiat, hè. Dat is zo goed. Dat is wel raar. Je blijft ook gewoon een band. Het is gewoon dezelfde afzaak toestanden. Yes. Trouwens, dat hebben we niet gesponsord, maar Lupulus heeft ons een heel hoop bier gegeven. Ja, en, ik vind dat eigenlijk super lekker. In de Korsakoff Café, ja, daar hebben ze dat van het vat. En daar heb ik dat wel een paar keer... ik vind dat heel goed. Ja. Maar deze heb ik nog nooit gedronken. Dat is iets organicus. Ja, ik heb eigenlijk van hun... Ik heb een triple. We hebben van die hun... is goed, die triple, die ken ja, ik. Super lekker. We hebben van hun een hoop gekregen. Dat is eigenlijk wel tof. Dat is zalig. Ja, ja dat is dat heel goed. Maar is dat Belgisch of wat? Ja, dat is, denk dat wel. Ja, Lupulus, ja, dat is vooral Franstalig. Ardennen, hè. Ja, ja, in de Ardennen ja, ja. Zie je dat... Maar ze maken veel bieren in België. Hè. Dat is wel zalig. Dat is, ja. Ja. En dat staat hier in het Spaans of Italiaans op? Ik denk ja. Het. Ja, ja, bier. Belgisch bier. Ja. Ik hou van, wij houden wel echt van bier. Ja, inderdaad. Valt op. Het valt op. Nee, maar wij ook. Maar ik ben nu terug meer in bier aan het gaan dan in wijn. Ik heb zo'n periode dat we veel wijn aan het drinken waren, maar bier vind ik zo... I love it, echt. Ja, en vooral als je daarom begint in België, dan kom er niet mee. Terrasjes doen in de zon met een goeie kasteelbierke, dat is toch... Vind je dat ook zo tof? Zo, echt zo, want ik zie dat bij jou ook gepakt, ook iets dat je niet kent. Gewoon eens zien. Ah, ja, natuurlijk. Ja, ergens wat er kan gebeuren, dat je zegt, oh ja, dat is niet mijn ding. Ja, maar het is nooit... dat toch ik heb dat eigenlijk nog niet vaak gehad, dat niet mijn ding was, zo'n pintje. Ik denk dat wij verwend zijn in België, denk ik. Ja. Zelden slecht, hè? Ja, ja, ja. Mm-hmm. Minstens de 7 of zo, minstens 7/10 of zo. Ja. Ja, ik ben zot genaamd, maar ik heb hier ook al gezegd, ik weet niet of jij hem gedronken hebt, die Carolus met whisky. Ah, wel, nee, dat heeft een Alex heeft die binnengekegeld. Echt? Ja, ja, ja. Ja, ik... Dat is wel gek, hè? Met whisky, jong. Het is wel, geen gewone, het is een valse, hè? Maar ja, dat is 11,5% of zo. Dat is veel, hè. Dat is, ja, dat is heel veel. 11,7. Maar super lekker of fan, dat is wel een gekke combinatie. Zullen we het gewoon nog in de... Ja, ze liggen beneden. Dus, ja, ja, ik wil dat wel eens proeven. Ja, dat is straks nog eens testen. Ik ga wel al mijn plannen voor ze biedt ook moeten afzeggen. Ja, plannen? Ik ging nog verhuizen en al. En, ja? Van die, ja, ik ging nog kasten in elkaar zitten en zo. Dat. We hebben dat met een Thibaut gehad, dat was de Thibaut Christiaanse, ja. Die was hier ook zo, hetzelfde uur, dat was dan gedaan na 2-3 uur. Die ging niet weg, maar dat was keigoed. Alleen Thibaut is nu wel echt... Nee, helemaal niet. Oh, nee, ik pak het altijd. Nee, dat was top. En drinken er nog een beneden, dat gaat bij jou ook zo zijn. En ja, dat was zo 5 en dan ging de alles dan even weg, maar die ging dan terugkomen. Ja, en dan gingen wij eten en we hadden nog 5 guys besteld en die moest nog ergens naartoe. En ja, en dan was het eten en voordat hij het wist... Ik moet eigenlijk nog naar Engeland rijden van de avond. Maar ja, ik kan dat misschien ook afzeggen. Naar Engeland echt? Rijden? Ja. Maar is dat bij jullie elk weekend zo? Zuipen en babbelen? Nou, het hangt er wel vanaf eigenlijk. Maar het is, de weekends is het wel... Want soms doen we het in de week, maar bij ons was het in het weekend. Ja, okay, omdat de vierde... Omdat, ja, ging dat niet gisteren aandoen. Dat je wel genoeg te doen hebt. Maar het is wel af en toe gebeurd, hè? Ja. En dat begint wel te wegen, zeg. Het is wel gezellig. Valt mee, maar deze is wel weer zo... Ik zei het er juist al tegen de Mathieu onderweg naar beneden. Zo,
goede vibe hier. Ja. Ik denk dat hem niet gaat doorgaan. Nee. Ik wil niet weten... Hij haat dat, echt waar doorgaan. Is dat een FOMO-koning? Ja. Niet normaal. Zeker als je een pintje... Mega FOMO-koning. Ja. Zeker, ja. Als er dat bier wordt gedronken en wat geluld, dat is echt waar hij voor leeft, denk ik. Pijn in zijn hart heeft. Ja, maar dat kan ik me voorstellen. En Dries, kunt de camera misschien een beetje draaien? Dan zitten we terug een beetje zo wat meer... voilà. Dan ziet het er wat mooier uit. Voilà, kijk eens aan. Super. Zo. We eindigen dat we begonnen zijn. Dat is toch ook het leukste, dat er is bier drinken, op een terrasje gaan zitten en lullen. Ja. Ja. Niet? Mogollen zijn echt een kei toffe binden. Allee, dat is nou niet... Ik bedoel, wij hebben vaak gasten die dat echt heel leuk zijn. Maar dat had ik ook wel met Mathieu toen dat hem hier was. Maar het is nog toffer als je allemaal bij elkaar zit, want dan voel je ook zo die vibe die dat jullie onderin hebben. En dat is heel tof. Ik denk zelf ook dat dat anders is als we met drie zijn dan met twee of zo. Als je zo met drie bent, dan dat is dat nog net iets anders. De energie klopt en de ene geeft de juiste teken aan de andere. En ja, dat is constant, anders met twee. Dat is zo. Dus misschien een vraag voor u, Oliver, met Warhola en zo. Als jij daar dan... Dat is dan uw ding en dat doe jij dan. Dat heeft ook wel een iets... Ja, misschien donkerder, een ingetogerder vibe, kan ik dat zeggen? Dat minder... Ja, misschien wel. Is dat... Hoe verhoud jij... Is dat iets dat je zegt van... Ik vind dat leuk dat ik dat evenwicht heb van die alle twee. Dat ik zo mijn ding heb dat meer dat is. En dat ik bazaar heb waar ik dat ander groter ding heb. Of maakt dat niet zo heel veel uit? Nee, dat is niet zo hoe dat ik dat zie. Dat is wel heel hard gesplitst voor mij. Omdat dat gewoon... Ja, in bazaar ben ik niet... De frontman, hij is toch niet de leadzanger, dat is meer Mathieu. Dus en dat is Nederlands, dus dat is sowieso mega gescheiden al. Ja. Maar het is niet dat ik zoiets heb van, ik moet dan iets donkerder doen bij Warhola of zo. Maar dat is organisch gegroeid ook weer, want eigenlijk was ik met Warhola, heeft er ook rally gewonnen voor dat we met Bazaar eigenlijk vertrokken waren. Dus dat is allemaal zo, dat was er al voor mij. En ik had toen al de ambitie met Warhola ook om dingen te maken en dingen te doen. We hebben dan daar ook alleen gewonnen. En dan heb ik de eerste EP gemaakt. Die was volgens mij nog ongeveer... Was dat nog voor de eerste plaats van Bazaar? Of de juiste naam misschien? Dat weet ik zelfs niet meer. Geen idee eigenlijk. Dus dat is er gewoon altijd geweest. Dat is niet dat ik er zo over denk van... Ik moet daar iets anders doen dan dat. Ja, zo van ik moet even mijn ding gewoon doen en afsplitsen van... Maar ik wil dat ook niet loslaten. Ik wil dat wel blijven doen. Dat is ook even belangrijk voor mij. Dat is eigenlijk, die muziek maken is even belangrijk voor mij dan de bazaarmuziek. Maar toen doet hij al dat bot. Het gaat Felix Pallas en zo. Ja, dat is gestopt, hè. Maar ik alleen, had dat vroeger, ja. Maar ik wil zeggen... als we fout zitten, moet het zeggen. Maar laten we zeggen, Bazaar is de moederschip. Is dat altijd zenuwachtig dat je tegen de ander moet zeggen, tegen de andere twee moet zeggen van ja, ik kan even, het is even me-time, of is dat heel, is dat nooit een probleem? Nee, maar het was wel bevrijdend dat we nu konden zeggen, het is nu 100% Bazaar, denk ik, voor de derde album. Ja, ik heb nu bewust dat was wel gezegd dat ik even niet aan Warhola ging werken tot als de Bazaarplaat klaar was. En dat was ervoor nooit, omdat alle beide projecten organisch zijn gegroeid en dan... Op een bepaald moment, dat blijft allemaal redelijk gescheiden. Je kunt dat combineren tot op een bepaald moment. Is er een clash? En dat was in ons geval met de tweede plaat en mijn debuutplaat, die op dezelfde moment moesten. Eigenlijk ging mijn plaat, de Warhola-plaat, af zijn voor we begonnen met de tweede plaat van Bazaar. Maar je kent dat, zo'n planning loopt altijd uit. Dus mijn plaat loopt maanden uit. En de andere moet wel beginnen, want dat sportbeleid was aangekondigd. Dus dat loopt gewoon dan op een bepaald moment toch samen. En dat was een beetje een clash. Niet persoonlijk, maar dat was gewoon niet zo leuk werken. Omdat je kunt niet twee dingen zo intensief combineren. Ja. En dat hebben we nu dan niet gedaan. En heb ik gezegd, van ik ga wachten voor mijn Warhola. Nu ben ik terug gewoon muziek aan het maken voor mezelf. Het was gewoon niet haalbaar, denk ik, om dat op een leuke manier nog te doen. Op 19 november staan jullie in de Lotto Arena. Ja. En, kijk er naar uit, zenuwachtig voor, enorm, zin in. Enorm. Er is nu ook een tweede aangekondigd. Hè? Oh, yes. Kijk, goed dat je dat er even bij zegt. Man. Dames en heren, dat stopt hier niet met die mannen. dat is wel een goede vraag. Dat stopt echt niet, hè. Ik hoop het niet. Maar is dat niet... Dat is toch zot, jong? Ik zie dat bij jou ook wel. Het is niet dat ik, maar dat is wel zo zot, hè. Dat is...
Mm-hmm. Op een bepaald moment heb je het in je leven en dat, dat je hard werkt. Er is loon naar werken. Dat moet wel heel leuk zijn, dankbaar zijn. Dat gevoel hebben we nu ook wel, denk ik. Dat zo, ja, gisteren hebben we die tweede deugd, mogen aankondigen. Ja. De eerste is bijna op de laatste tickets is hier uitverkocht. Oh, fantastisch. Keigoed, mannen. Ja. En dat hebben we, ja, dat is toch wel echt een goed gevoel dat we die nieuwe plaat ook weer voor zo'n groot publiek kunnen... Ja. Voorstel, maar dat is niet zo evident eigenlijk. Hè. Nee, het is vooral ook om zo lang geleden. Dat gaat zo'n deugd als je terug in de lot waarin je kunt staan voor je eigen publiek. En... Ja, want voelde ook niet dat gevoel soms dat je denkt van er gaat niemand nog weten wie dat was. En voelde dat soms niet zo irrationeel gezien? Als je soms negatief begint te denken, dan doe je dat wel, ja. Soms hebben we gewoon geen maatstaf meer van wat is ons publiek nu? Wie gaat er nu juist allemaal tickets kopen voor hebben ons? Hebben de mensen eigenlijk nog wel boodschap aan onze nieuwe muziek? Ja. Omdat je totaal je voeling meer hebt. Dat is de enige maatstaf, is de ticketverkoop eigenlijk. Van hoe groot dat je bent. En de optredens dan, hè, festivals en zo. Maar... Ja, maar je voelt wel, en dat is wel tof, dat je straks al dat momentum of zo, dat voelde. Mm-hmm. En misschien is dat moeilijker dat je er echt los in zit. Maar soms is het ook goed om even jezelf te afzonderen en dan terug te komen, dan heel te proberen te willen zijn in dat momentum. Ja. En dat is misschien met twee... dachten wij van, kom, we zitten hier op een raket en we moeten aan boord blijven en we moeten blijven presteren en dingen. Maar dat is niet altijd nodig. Als je een goed debuut hebt, kun je ook even chillen en dan na een paar jaar terugkomen. De tweede plaat bedoelde. Ja, misschien hebben mensen wel meer... kunnen die wel ik meer... denk dat wij misschien te aanwezig zijn geweest. En dat mensen op de duur hadden die iets van... Fuck, jongen, die bazaar, elke radiozender dat ik hier opzet, dat wordt hier door ons trots geramd... Maar we waren dat tegen. Maar wij kunnen er ook niks aan doen, want mensen weten dat kot gebeurt. Op elke radiozender en Stubruk, die hebben ons kapot gedraaid en mensen werden er een nozel van. Zonder dat wij daar eigenlijk iets van aan konden doen. Maar dat is... Maar het is toch cool om te merken dat je dan wel dat moment stilte net gehad, hè, door COVID. Je hebt wel singles gereleased, maar dat was allemaal... Zo'n beetje, uw singles waren ook allemaal een beetje verrassingen. Dat was zo poef, ineens is dat er. En jullie... En dan voelde wel zo... Je kondigt dat aan, die plaat komt het, en er is toch weer ineens keiveel rond te doen. En ik denk dat dat wel een goed gevoel moet zijn. Ah, wel, ik was wel heel blij zo, dat er heel veel... Gisteren waren we wel er echt aangenaam door verrast. Ja. Veel promo kunnen doen, en ik weet niet, dat is wel leuk. Iedereen was wel zo excited, en ik vond ook dat zo... Je merkte wel dat alle kranten, en dan de rest zei iets van de Telegraaf, dat die iets hadden geschreven over die kleinkunst, maar... Het feit dat de Telegraaf in Holland er iets over schrijft, dan is dat wel van, oké, dus... Het is relevant, zeer relevant. Dus dat was wel een aangename verrassing, vond ik. Dat iedereen er wel... Ja, je voelt dat niet, of dat iedereen erop zit te wachten, maar dat was dan blijkbaar toch wel ergens dat mensen er toch nog aandacht aan geven. Dat ze echt goesting hadden om ernaar te luisteren, denk ik. Nou, ik denk dat je een tijd ook hebt nu, omdat je zo dat ding had, hè, wat ik er straks zei. Ik had dat misschien een beetje... ongelukkig verwoord, want dat was helemaal niet wat ik bedoelde, maar toen jullie begonnen hadden jullie ook een beetje dat, zonder dat ooit te zijn geweest, zo dat boyband, beetje sensatie, de mooie jongens, dit en dat, maar je hebt die fantastische platen gemokt en die keigoeie nummers, je bent een tijd weg, je komt terug en ineens heeft ook iedereen door van, ja, maar dat waren twee keigoeie platen. Dus je voelt wel dat er zo nu een soort laag onder zit, dat er daarvoor niet was of zo. En niet bij jullie, maar bij perceptie van mensen. Ja, omdat er nu denk ik wel een objectievere kijk is op zo'n dingen. Op het moment dat alles zo over the place is, dan is dat veel moeilijker voor mensen om daar een objectieve kijk aan te geven. Ja, en die film, de film dat je gemaakt, de documentaire en zo. Begin voorbij. Ja, maar dat is ook... maar dat is ook achteraf. Ik weet dat Mathieu ook van... Eigenlijk stonden we erachter, maar dat is gewoon, er zat zoiets. Alles ontplofte toen en wij hadden gewoon een cameraman, een vriend van ons laten volgen in de hele tijd. En we dachten, kom, we maken daar iets tof van voor de tweede plaat. Maar ik vind dat nog altijd leuk, die documentaire. Dat is superleuk. Ik vind dat toont al wel zin. Hoe dat wij zijn en hoe dat... Maar dat is toen... Maar dat is te hard, zo van, oké, de mannen, ze voelen al zo groot, zo. Wij moeten... Terwijl dat gewoon iets was van, oké, we moeten dat uitbrengen rond de plaat en dat waren... kansen die of mensen die zeiden van we willen dat wel doen, Kinepolis, we willen dat wel doen. Oké, ja, cool, we doen dat gewoon. En in die hype, dan wordt er weer op een heel andere manier naar gekeken. Ja, die vonden dat arrogant natuurlijk, dat wij ineens een documentaire, de jongens voelen zich al zo groot, en ze moeten al ineens een documentaire over wat ze allemaal hebben meegemaakt. En dat was helemaal niet onze bedoeling. We hadden die beelden en we hadden gewoon een beetje een andere kijken.
Mm-hmm. Ik denk ook wel dat je hem gaat krijgen, maar is dat misschien nog iets dat je voelt als een droom, dat je zegt, ja, er moet ook ooit wel eens een belpop over ons gemaakt worden. Dat hangt er vanaf. We zijn nu nog zo jong en zo pril in we de carrière. We hebben nog zoveel te doen. Mm-hmm. Als we, stel je voor dat we binnen 2 jaar stoppen. Je weet nooit wat er gebeurt. Ja, dan zal dat niet gebeuren. Hè. Zou er dan niet toch alleen verdiend hebben met wat je gedaan hebt? Dat lijkt me toch wel vroeg. Denk wel dat je dat sowieso gaat krijgen. Ja. Allee, gewoon de Sportpaleis. Wilt het dan niet zeggen dat je je top dan al bereikt hebt en dat je niet meer verder? Dat dus ik wil dat nog zo lang mogelijk uitstellen. Dat snap ik. Dat is een goede antwoord. Zolang we blijven spelen, gaat dat sowieso niet gebeuren. We zijn veel te jong. Dus we hebben nog niet de carrière. En zeg, in zo'n buitenland, is dat iets dat je in Nederland, je zit in hetzelfde taalgebied, maar is dat zo? Zit er soms mee bezig? Je weet dat dat geen gemakkelijke weg is, maar... Niet echt, in Nederland zouden we wel heel graag nog iets verder geraken. Daar doen we zowel Paradiso en wel deftige shows. Wat AB-clubs doen we daar. AB's, gewoon de grote AB's. Daar hebben we wel nog veel speling. Daar kunnen we nog wel veel groeien. Thijs, denk wel nu... We zijn absoluut niet bezig momenteel met anderstalige gebieden. We hebben ooit wel eens 3 songs in Duits opgenomen. Ik vond dat eigenlijk veel beter dan in het Nederlands. Maar de Duitsers vonden dat niet. Ik vond het de waanzin. Maar de Duitsers die volgden niet die mening. Niks van. Dat was liebe snel naar die hulle als langzaam in himmel. Ja, oké. Liever snel naar de hel dan traag naar de hemel. Zalig. Maar dat was zoiets. Dat heeft iets heel zangerigs. Liever snel naar die helle. Heel sappig, eigenlijk, dat Duits. Ik vond dat heel hard werken. Dat de Duitse plaatfirma's dachten er duidelijk anders over. Maar dat was eigenlijk een soort demo dat je... Allee, demo, maar dat een was soort promo een idee. Dat je... Dat was een idee van... Het was eigenlijk ook een idee dat we dat niet zelf gingen brengen. Mm. Dat we die nummers, omdat dat in België en in Nederland zo goed werkte, van dacht van ja, die nummers gaan stellen dat hij in dan een Duitse band dat zou kunnen brengen. Zoutelanden, is een Duits nummer. Ja. Dat vertaald is... Frankfurt aan... Voilà. Dus dat idee van ja, waarom zouden die nummers niet kunnen werken in Duitsland? Maar we hebben dat dan wel zelf gaan inzingen. We zijn daar een weekend naar Duitsland gegaan, met vertalingen. En dan hebben onze publishers en zo dat gepitcht aan Universal Duitsland en zo, denk ik. En die waren wel mee met dat idee, maar absoluut niet meer als Duits. En dan is, dan is dat eigenlijk ergens gestorven, dat idee. Maar, als dat dan niet lukt, gelukkig nog wel relativeren. Dat is ook wel zalig in te zien. In Berlijn, dat was een epic weekend. Dus zijn we wel 5 jaar ouder geworden, denk ik. Ja? dat was Berlijn, dat is dan niet normaal. Hè? Dat, vertel. Vertel. We kennen Berlijn, maar heb je het over de opname of gewoon... We hebben er wel veel opgenomen en weinig geslapen. Tjeu heeft daar veel inspiratie uit gehad voor Maanlicht. Dat weet ik wel. Ik ben met Tjeu eens naar Berlijn gegaan en dan hebben we daar samengeschreven met mensen. En dan zijn we daar ergens beland in een of ander striptease club. En dan was daar een meisje, een paaldanseres, en die heette Sunny. En, Maanlicht geworden. En dat is dan de zon hier in het maanlicht, dat gaat dan over Sunny eigenlijk. Ja. Voilà. Dat is zalig. Also Sunny, wenn du das anhörst, du hast einen Song und der heißt Maanlicht. Ja. Dat is toch zalig. Dat was heel tof. Ja, absoluut. Ja. Ja, dat is cool, hè. Avonturen. Ja. Mm-hmm. Dat is wel fijn. Dat is van, want wij zijn zo ooit eens ene keer met de tourbus, zo echt met een nightliner, omdat we dat gevoel is wilden hebben, naar Nederland gegaan. Daar hadden we maar 2 shows of 3, denk ik. Maar we wilden zowel eens... Hey, we hebben een week gespeeld en dat was wel niet puur voor het gevoel. Oké, achteraf gezien, was dat een leuk gevoel, maar dat was de overweging. Ofwel gingen we elke dag op hotel gaan slapen, ofwel gingen we een week met een nightliner en dat was eigenlijk even duur. Dus we zeiden, kom, we gaan dat gewoon doen. Ja. Ja, want wij zijn een Vlaamse band, wij kunnen niet heel Europa toeren. We wouden gewoon dat gevoel eens hebben om in een tourbus te gaan en naar Nederland te gaan. Dat is wel een goed idee. Als je dan... En dan hebben we ook gemerkt, van dat is niks voor ons. Nee? Overleven dan nooit. Dat gaat niet. Dat gaat niet. En hoe dan? Waarom? Ja, na 3 dagen zijn we kapot. Ja, er was een geluidsman die snurkte. Echt, ik heb dat nog nooit gehoord, zoiets. Zo luid. Ik heb geen oog dicht gedaan. De volgende dag moesten we terug on stage. Dat was...
We hebben een beetje het probleem dat we ons niet zo goed kunnen inhouden ook. Nee. Dat is, oh ja, we zijn op tour. Hup, en zappen, dat is wel niet dat geleerd. Ja, ja. Allee, we hebben, allee, dat is dan één waar wij dan meer gedaan hebben. Je kunt dat, je stopt dat niet vol, hè. Ja. Alle bands die veel toeren, die zijn veel minder erg. Die hebben hun periodes gehad, maar ja, dan vallen er dooi. Of je kunt niet meer zingen, of je kunt niet meer... Dat zijn altijd... Dat loopt nooit echt heel goed weg. Nee, er zijn ook wel heel veel mensen die dan bijvoorbeeld nadien dan eigenlijk... Het ding is altijd, als je zo echt een puur Belgische band of dus als je gebied relatief klein is, dan is altijd de druk, het gras is groener aan de overkant, je wilt dan internationaal gaan. Maar heel veel mensen die het dan zo half gedaan hebben, zeggen wel, man, je weet niet hoe goed dat je het hebt. Eigenlijk, als je in een situatie zit als jullie, waar je huge bent in je eigen land en alles praktisch, dan gaat dat met comedy ook, hè. Ja, maar met Diablo ook. Ja. We hebben wel allee, op de mainstage van Graspop 30.000 man uit zijn dak zien gaan. Hè. En als je dan zo ergens in het buitenland, dat kan ook heel cool zijn. Ja. Want dat maakt, dat draagt allemaal bij om wie dat je zit en wat dat je doet. Er is ook iets tof aan het, je hebt ook een paar buitenlandse shows gehad dat supergoed waren. Dat je ook voelt van, wauw, we hebben hier ook... Dat is iets raar, hè? Fans hebben in een land waar je totaal niet vandaan komt. Ja. Dat je echt denkt, oh, oké. Okay, ik heb dat met Warhola, dat is niet vorige zomer, want vorige zomer was corona zeker. De zomer daarvoor, de zomer dat mijn plaat uit was, hebben wij ook in Kiev gespeeld. Ja. Op Atalas Festival, dat is zo, een van de grootste festivals daar. Dat was met de Black Eyed Peas en zo. Wij speelden daar zo op een klein podium. En dat publiek dat ging gewoon helemaal loco. Ja. En ik denk van, Kiev, wie kent onze muziekje? En ik denk ook niet dat die echt onze muziek kenden. Maar die stonden daar allemaal, dat was wij vol. En die gingen helemaal zot. Dat was zo'n absurd gevoel. En ze hebben daar een hele dag gebleven. En dan op datzelfde podium, daarna komen ze van die local acts. En dat is dus volledig geschift, hè, die muziek daar. Dat zie je en die mensen die gaan helemaal zot. En je denkt zo, what the fuck is deze allemaal, die muziek? En zo, dat gaat alle kanten uit. En dat is van die techno, en dan ineens doen die van die halve gitaar metal, en beginnen in die taal daar te roepen. Maar ik zat toch ook op het Songfestival van, dat is echt iets nummers dat je... Ja. Dat is wel een goede segue. Wat vind je alle daarvan, als je dat ziet? Zonder, je moet niet over hoe vond ik wat je vindt, maar is dat, hoe, als je nog zoiets ziet... Ik vind dat weinig nog te maken heeft met song. Want je weet dat je die vraag ooit gaat krijgen of ze al gekregen hebt, hè? Nee, dat niet. We merken nu wel zo, vaak op Twitter wordt er wel gezegd van, zouden we Bazaar niet... Allee, ja, als je overvond ik het kan doen, kunnen alle... Wow, we gaan dat niet doen. Mm-hmm. Nee, ik weet dat je niet gaat doen, maar... Ik vind dat wel goed dat je dat direct zegt. Zo, maar nou, je ziet er wel aan. Zie je er niet anders in dan nu? Want je begint dat meer te merken. Anouk heeft het al eens... Niet dat ik al... Je weet wat ik wil zeggen. Vroeger was dat een parallel universum, hè. All the way, hè. Dat waren allemaal artiesten waar je nog nooit van gehoord had. Maar nu voelde al wel eens... Ja, af en toe komt er sowieso iets. Nou, ja. Cool. Maar blijft... Ik heb de show dit jaar gezien. Hey. Proberen te kijken. Ik heb echt nog niet de helft moeten afzetten. Dat is een genre op zich, Eurovisie Song. Er is zo'n film van gemaakt. Ja, die is te gek, hè. Die vond ik fantastisch. Dat is hilarisch. Die songs zijn beter saga? Dan... Fire Saga. Keigoed songs. Hoe goed is dat? Ik heb mij doodgelachen. Ja, en het is erg, maar dat is gewoon zo. Dat is Eurovisie Song. Dat is wel heel grappig dat IJsland dan die play dat ze die naar de... En dat is dat gewoon. Kijk, top. Ja, die film is geniaal. Ja, het is... Ik durf zelfs bijna te beweren dat die een Eurosong film Eurosong een beetje cooler heeft gemokt dan dat eigenlijk 100%. Was. Daar ben ik redelijk zeker van. Ja. 100%. Ja, veel mensen die dat deze jaar gekeken hebben, het feit dat die een dude er al bij was om dat te doen, maar dat je denkt, en dat stelt dan ook niet teleur, hè? Want als je dat ziet, dan denk je, dat is echt dat circus dat die ook voorstellen in die film. Hè? Lion of Love. Misschien wel een van de graafste nummers. Ja, want die film, dat is ook zo stiekem, maar daar hebben ze ook songwriters op gezet. Dat zijn niet zomaar... Dat is allemaal goed gedaan. Als je zelf al eens een song hebt proberen te schrijven, dat zijn betere nummers dan dat er deze jaar allemaal geweest zijn. Zeker dat belletje dat hij daar zingt, zo. Lion of Love ook, man. Als dat er gestaan had, dat gewonnen, zo. Wat een topper was dat. Vooral zo die Russische gay guy die zo zegt van, there are no gay people in Russia. Vooral dat. Dat is zo'n bepaald moment... Dat
dat zij zegt, you're gay, maar die is dat ook overduidelijk. Mm-hmm. Maar dan is hij zo, no, in Russia, there are no gay people in Russia. He, zo heel dat Poetin-ding zo. Maar dat is wel funny dat ze maar zo wat probeert te paaien, dat hem dan ook zo alleen maar van die... Ja, zo rijke, foute Russe dingen voorstelt. Hè. What you want? You want aeroplane? You want boat? A big car? You want tiger? Personal submersible? Zo een dogboot voor één persoon. Dat je denkt, ja, Russen, hè. Zo, dat insane... allee, ja, zo... Wat is dat? Robbie Williams? Party like a Russian idee, zo. Ja, fantastisch. Echt keigoed. Ik ben er zeker van. Ik geloof ook dat de kijkcijfers voor dit jaar ook veel hoger waren. Ja, daar ben ik zeker van. Je leefde ook harder. Mm-hmm. Ja, ja, ja. Het is een belevenis. Hè. Maar ik vind dat wel... Ik blijf dat, zelfs als kind al, dat je een parallel universum hebt. Ja. En dat vooral ook doe alsof dat de rest van de wereld niet bestaat. Dat vind ik er zo zot aan. ABBA, hè? Een van de weinige uitzonderingen die dat hebben doorgetrokken. Dat is toch iets totaal anders dan wat je nu hoort. ABBA, dat was... Ja. Zo goed. Ja. En dan deze is nu Cirque du Soleil bijna gewoon. Dat is echt. Dat is gewoon een circus, hè? Meer is dat niet. Zo. En ook, wat ik ook nog wel boeiend vind aan Eurovision, omdat jij vertelt van Kiev en zo, dat is ook wel, hè? Azerbeidzjan of zo, die sturen hun Kate Ryan of hun dingen. Ja. Dus voor die mensen is dat, die hebben allemaal gestemd. Ey, dat is wat daar leeft in de hitparade. En dat is wel soms zo... Dat is soms wel zo... Dat is echt totaal anders dan wij muziek kennen. Dat is echt een heel ander... Ja, maar dat viel ook op. Ik snap niet hoeverfonic. Als je die act zag tussen al die andere circusacten, dan dacht ik, hoe saai is deze eigenlijk? Ja. Ja, terwijl die eigenlijk... Hier vinden wij dat normaal, dat die dat doen. Want dat klopt alles, hè. Ja. Ja, het is... Ja, en ook die song, hè. Het was heel duidelijk niet... En nu gaan al de lichten aan, song. Het was zeker niet... hoe zeg je dat? Dat mikte niet op enige vorm van euforie naar het publiek toe. Nee. Waar heel veel van die andere dingen wel deden. Er zat vooral geen modulatie in. Dat was ook helemaal. Dat is echt... Lion of Love! Dat is echt onwaarschijnlijk. Hè, ja, het is... fantastisch. Wat een topfilm is dat, man. Dat is... Fantastisch, jongen. Er zit ook zo'n scène in, die vind ik ook ongelooflijk, dat die zo in dat huizen, zo'n soort Eurosongfeest, en al die acts lopen er rond. En die beginnen ook ineens zo'n waanzinnige medley te zingen van allerlei Eurosong-hits. Dat is toch ook zo'n moment dat je denkt, dat gebeurt niet in het echt, maar toch... Zou het moeten gebeuren of zo? Ja, en dat is ook zo goed dat wij toch allemaal, allemaal wel cool willen zijn. En dat zijn we ook wel. Maar als dat zoiets komt, zijn we wel zo. Oh. Het is toch altijd een voorliefde voor zo'n complete kitsch. Zo. Ja, dat is, zeker dat op een ander. Zeker op een ander. Zo. Ja. Maar die film vond ik ook op een of andere manier zo'n oplichting van. Ah, het is Eurosong en het is zo crazy. En mensen weten dat het crazy is en er wordt een crazy film over gemaakt en je kunt ermee lachen en het is maar dat of zo. Maar wel goed gedaan. Ja. En mega goed gedaan. Maar Het relativeerde heel veel. Het relativeerde heel veel. Ja. Ik heb dat ook met die Mies van Stad, hebben jullie die zijn hier ook geweest. Ja, dat is een en daar hadden jullie het ook over relativering. Hoe dat hij dan vanuit zijn perspectief kijkt naar de wereld en dat ook zo een soort van relativering is. Ja, maar dat is ook waarom dat podcasten zo tof zijn. Hè? Ja. Dat is, je hebt groepsfoto's en je hebt de mens erachter. Hè? Ja. Dat is wat zo cool is, dat je alle met drie ziet. Dat zijn gewoon drie gasten die een tijd van hun leven hebben, kei serieus met hun job bezig zijn, liefde voor de muziek zo, zo graag zien. Maar uiteindelijk, het is niet dat je heel de dag zweeft of zo. Dat is het leven niet, hè? Tuurlijk niet. Dat zou ook raar zijn. Mm-hmm. Dus ik moest heel hard lachen met dat dingen. Ik weet niet wie mij dat vertelt. Jij dat niet om mij verteld, Andries. Maar ik had zo'n ding gezien van Dansaert Vlamingen. Dat ging over die Bo Burnham hype. Ja! Dat is ook kei funny. Zo, ja, Bo Burnham, voor de mensen thuis die het misschien niet weten, is een comedian. Hè, die zo heel veel met muziek doet. Heel veel liedjes doet. Het is wel echt cool wat je doet. Maar het is nu overduidelijk ook wel zo'n hype waar iedereen opgesprongen is. En zij heeft dan zo de enige mok erover van handen omhoog, iedereen daarna mee is met die hype. Deze. Zo. Wacht, hè.
Ah, ja. Peter wordt niet meer uitgenodigd op terrasjes door zijn vrienden sinds hij zei dat Inside van Bo Burnham toch wat overrated goed, is. Die Dans van Vlamingen. Ja, man. Ja, die, dat is ja. Die ook niet geweest? Die ja. Een stuk van goed. Ja, dat is, ja, dat is gewoon vinger aan de pols. Ja, dat is want een... want Bo Burnham, ik zag dat ook en ik dacht, zo, ja, dat is niet slecht, maar ik dacht wel, je wilt precies rondom u zien, denken van... Dit is toch niet heel de tijd goed, hè? Come on. Zijn de enige dat die leak is buis na 3 seconden? Maar je durft het niet zeggen en die benoemt het. Die benoemt het. Ja, ja. Die gast is... Zij benoemt inderdaad echt zo de pijnpunten. Ja. Ik ken dat zo omkeer van... Shit, ik weet... Als ik het nou zeg... Ja. Gek. Dit is niet slecht, die een Bo Burnham. Nee, maar ik moest al lachen, omdat ik ook zo... Ik zag zo dat trailerje, dat is zoiets heel duidelijk sinds Netflix en comedy dat een heel succesvol huwelijk heeft. Maar er is wel iets als de pretentieuze Netflix special. Er is ook wel iets als de pretentieuze trailer voor een Netflix special, waar dat comedians ineens allemaal zo'n ding hebben, waar ik van denk, ah ja... Zo, jij zit daar zo en ineens kijkt jij even naar de camera en dan is het Bo Burnham. Oh, wat gaat er gebeuren? Terwijl dat ik denk, ja, moppen, hè. Gelijk dat wij allemaal... Ja, nee, maar laten we eerlijk zijn. Dat is ook, en ik snap dat ook wel, want comedians zijn eigenlijk ook allemaal gefaalde rocksterren, maar dat is een beetje wel waar. Zeker keiveel van de groten hebben altijd zo'n houding van... Hè, Bill Hicks was bijvoorbeeld iemand die zo'n graven intro had met vlammen. En ja, dat is, je kent dat, is hoe de... Ja, ik kon eigenlijk niet goed genoeg zingen voor in de groep te zitten, maar ik ben wel funny. Ik vraag me altijd... En dan denk je, ja, dat is een beetje ook wel, hè. Ik vraag me altijd zo, recensenten, zijn dat niet vaak gefaalde muzikanten? Mensen. Oh, nee, die krijgen er elke week van gefaalde muzikanten. Het is al geschreven. Ah, ik dacht mensen, maar muzikanten, mensen maar muzikanten allee, is ook in onze sector dan, hè, muziek, ja, recensenten, ja. Is dat niet... Ja, vraag me dat af. Soms niet, maar ja. Je voelt wel bij sommigen ervan... Ziet dat er wel in. Ik denk dat ze het allemaal wel hebben, maar je hebt er ook goeie. Tuurlijk. Het jammer is gewoon altijd, en dat is eigenlijk altijd raar vinden aan een recensent. Ik heb altijd zoiets, als ik soms lees ik dat en dan denk ik, schrijf dan beter en steekt weg dat er iets persoonlijk in zit. Ja. Dat is op zich. Ja. Dat is. Als je, eigenlijk, iedereen, je bent een mens. Stel, je gaat naar jou dat je al niet zit, je hebt een scheidtekel aan hullen, dat is nog altijd je recht, maar het dan wel de skills. Voilà. Om het weg te steken en gewoon te schrijven dat die plaat is. Want als je, en dat is gewoon jammer dat die daar soms vandaag de dag, anno 2021, gaat mee weggeraken in een wereld waarin dat iedereen alles kan luisteren. Ja. En daarom ook dat hun kracht ook ontminderen is. Hè. Dat gaat niet alleen over het feit dat iedereen Spotify en die plaat zelf kan luisteren, maar gewoon mensen, het is niet omdat mensen dat niet uitspreken, maar onderbewust beginnen dat te voelen van, ja, maar wat wilde hij eigenlijk zeggen? Maar het is zo sensatiegericht allemaal nu. En zelf al menen ze het niet, je moet gewoon slecht schrijven en er gaat gewoon keihard reactie op komen. En dat werkt voor hun, dat is pure clickbait. Bij Humo, wij hebben eens, Humo heeft eens 6 keer een slechte recensie van ons optreden opnieuw gedeeld. Zo van, heb je onze recensie al eens gelezen over Bazaar en Sportplaats? 6 keer opnieuw gedeeld. En gesponsord. En gesponsord. Dat, wie gaat nu een slechte recensie zoveel keer opnieuw posten? Dat is en er kwam maar veel reactie probleem op. Is, het probleem is, dat is niet altijd... bijna nooit die journalist zelf. Dus ik heb al een paar keer met mijn plaat ook een mega goede interview. Dat was met Katja Vlering bijvoorbeeld gedaan. Ja. Een super goed interview. En, ik lees daarna supergoed. Ik zeg, ja, merci. Superleuk. En dat komt online. En die had er een quote uit. Dat ja, je denkt uit de van... Context. Ja. Wat is dat nu voor een quote? Dat ging iets over... Ja, ik heb door Bazaar heb ik genoeg geld verdiend om nu mijn zin te kunnen doen. Dat was dan de quote. Helemaal uit de context getrokken. Mm. Ik stuur ook naar Katja van... Allee, dat is nu toch wel een heel ongelukkige titel. Ja. En zij zegt, ja, dat vind ik ook. Ik vind het echt super jammer. Dus dat zijn gewoon mensen... Die, dat is marketing. Die moeten... Dat zijn niet die journalisten zelf altijd. Dat zijn mensen die daarvoor werken en die moeten zien dat er zoveel mogelijk likes had. Ja. Ja. En dat is wel erg, vind ik. Nou, ik denk dat we allemaal wel alle twee kanten van de medaille gezien hebben. Zo van de goeie, hè. Want je hebt ook recensenten, want dat is ook het grappige. Vaak zouden zeggen dat iemand een slechte recensent is, omdat hem slechte dingen over u schrijft. Maar je hebt de ergste, vind ik, degene die dat deed kagoe over u schrijven en je leest en je denkt,
Ja, snap er echt geen klote van. dat vind ik eigenlijk soms nog erger. Dat is alleen minder schadelijk. Maar dat is minder vervelend. Maar je kunt dat wel lezen en denken, ga je echt geen idee. Maar dat is ook een beetje waarom... Ja. Allee, dat is zeker geen oproep, maar als iemand... Je brengt je plaat uit en je leest een slechte recensie, gaat dat niet delen op je socials. Nee. Dat is logisch. En dan zeg ik ook, we moeten erboven staan. Maar eigenlijk zou het ook een goede recensie niet mogen delen. Nee. Dat is eigenlijk een beetje opportunisme. Ja, want dan ineens is het allemaal niks. Tuurlijk, zeker tuurlijk. Maar je zit ook maar een mens natuurlijk. En een plaat, dat is ook wel iets... En je hebt een plaat die je wilt, dat verkoopt. Dat je wilt werken. En je weet dat als je een goede recensie deelt, dat helpt in de perceptie van de mensen. Ik denk toch wel inderdaad dat mensen daar veel naar lezen of kijken naar recensies. Van zodra het iets 4 sterren krijgt, kan het daar anders naar luisteren dan iets dat 1 ster of 2 sterren krijgt in de krant, denk ik. Ik denk dat er zelfs heel weinig gelezen wordt, maar niet verder gelezen wordt dan 4 sterren. En waarom is dat? Omdat ik dat ook zie. Ik zag dat bij alle bewijken. Ik 4 sterren. Kijk hoe plezant, dat leuk. Allee, zo bla bla bla. En niet dat ik alle ken, maar je hebt zoiets. Oh, leuk voor de mannen. Maar ik heb die recensies niet altijd gelezen. Nee. Maar je hebt wel zo van, maar ja, die bazaarplaat, het is duidelijk een goede plaat. Je creëert al een perceptie rond die plaat. En dat is wel belangrijk voor ons. Gewoon. Want je kunt ook redeneren, als je het deelt met alle platformen, dat is een pak groter dan vaak het bronmedium. Hè. Mm-hmm. Dat is ook nog eens... Nou, je merkt toch wel dat toch die recensies er minder en minder toe doen wel. Dat voelde wel. Omdat er zoveel andere manieren zijn dat je mensen kunt bereiken. Want elke recensiezak is heel raar. Dat blijft heel subjectiefs. Mm-hmm. Dat is van één persoon. En je hangt heel hard af van degene die je recensie schrijft. Hè. Je kunt chance hebben in iemand die je muziek echt goed vindt. Het is niet per se dat die het blad vertegenwoordigt. Die doet dat wel, maar niet per se de journalist die naast hem aan tafel aan een bureau zit, kan dat wel supergoed vinden. Maar het blad heeft geschreven dat het super slecht is. Omdat dat de journalist ernaast is. Je kunt zeggen van, die heeft recensie geschreven. Die vindt onze muziek goed. We zijn een safe. Ik vind het altijd... Ik heb er altijd iets liefde-haat mee gehad. Omdat ik zoiets heb... Dat ik er straks ook zei van, je tweede of je derde plaat... Allee, er zal wel verschil in zijn, maar het verschil in recensie klopt niet. Of zo. Ja, ja. Er is altijd... Dat traject zie je te veel. Eerste plaat succesvol, tweede plaat moeten boeten, derde plaat is... They have redeemed themselves. Mm-hmm. Terwijl dat gewoon dezelfde Jackies zijn die gewoon een lief plaat hebben gemaakt. Je ziet het er. Het is soms... Ja, het onderscheid is zelden zo groot als dat de recensie doet uitschijnen. Hè? Zo, Het is een goede vraag. Omarmen griep, dat was niet dat ik dacht, wat hebben we die gedaan? Mm-hmm. Wat slaagt dat? No way, toen ik die song schreef, dacht van, amai, shit, kunnen we dit wel uitbrengen? Dat heb ik al no way gedacht. Nee, natuurlijk niet. Je dacht van, dit is gewoon de bazaar, dat is wat we zijn. Mm-hmm. Dat is een goede song, hook, catchy, dat komt uit. En ineens, als dat op deze plaat had gestaan, dan had niet in een review gestaan. Prachtige plaat, maar dat grip, omarmen nummer, wat doet... No way dat erin staat. Dat is inderdaad echt perceptie. Ik vraag mij ook af, stel dat dit onze tweede zou geweest zijn, zou die reviews zo gezegd die er toen waren, zou die dan... Dat is gewoon een te slechte tijd voor ons. Dat is ook typisch Vlaanderen. Je ziet de mensen graag groeien, je ziet ze graag naar de top gaan. Maar eens dat ze daar zijn, en ze trekken nu gewoon naar beneden. Dat is typisch Vlaanderen. Ik weet niet. Er is een soort van trotsheid dat Vlaanderen niet kent of niet... Ja, het is een platenfirma, het gunmoment. Maar mensen gaan ook denken, dat is geen echte band, dat is een commercieel gedoe, er zit keihard geld achter. Mensen gaan echt denken dat wij totaal niet authentiek zijn en zo. Mm-hmm. Dat is iets heel gek. Vlaanderen, Ja. Engeland deed dat ook een beetje. Dat zeggen Amerikanen altijd ten opzichte van Engelsen, hoorden dat ook vaak. Dat ze zeggen in Engeland worden op een piedestal gezet om eraf geschot te worden, terwijl in Amerika houden ze u er graag. Mm-hmm. Voor een of andere reden is een Amerikaan echt een fan van succes. En ook van geld, hè. Ja. Als je zeggen bij me... ik zeg maar niet, waar rijden in Bentleys rond en waar we loften, dan zeggen iedereen van, you guys made it. En bij ons is dat...
Ja. In Nederland is dat ook, hè, met geld smijten en ja. dingen echt op sociale media. Nederlanders zitten op dat vlak gewoon veel dichter bij, ja. bij Amerikanen. Ja. En dat was eigenlijk wat Mathieu er straks zei, wat ik nog op wou inpikken, maar hij is erna jammer genoeg niet meer. Maar zo wat je maar kan doen, het is hopelijk toch iets voor de band, neem ik aan. Gewoon eten waarschijnlijk. Ik kan me ook niks anders... Ik kan me niks anders inbeelden. Welke dag is het? Zaterdag. Zaterdag, nee, is gaan eten. Is gaan eten. Zo goed. Ja. Maar dat is hetgeen dat hem zei over het Vlaamse ten opzichte van het Nederlandse. Dat wij vaak een beetje bescheidener zijn, of dat je toch zo die houding hebt van dat. En dan denk ik, ja, ik hou eigenlijk... Ik ben altijd fan van mensen die een enorme ambitie hebben. Wat ik bij jullie zie, wat ik bij Milo bijvoorbeeld zie, dat ook. Zo mensen die verder denken dan de kerktoren en zeggen, nee, we gaan groot en we gaan graaf. Maar als ik dan Nederlanders bezig zie, dan denk ik altijd, ja, het is toch toffer hoe dat wij zijn. Zo, heel vaak denk ik daar zo van, dat snap ik mannetjes, ook, zo, seriously. Ik ben in Holland geweest, hè. It's not that fucking great. Allee, en dan heb ik het niet over dat geen cool land is, of dat geen cool artiesten zijn, hè. Maar dat gaat gewoon meer over dat is te hard willen een Amerikaan zijn. En dat voel ik soms, als die zo die gala's hebben, of die zijn dan samen en dan doen die zo al die dingen, dat ik denk... Ja, maar ga ik om dat Alkmaar, daar denk ik al ooit geweest. Je ziet ook al in die hip-hop scene, dan beginnen die te rappen over L.A. en over de Bronx, weet ik wat, zo Compton. Maar it doesn't make sense, want je zegt gewoon een Nederlander. Ja, jij komt uit Amstelveen. Ja, en als starting from the bottom, now we're here, zo heel dag gedoe. En ik had vroeger nooit valt geld. Valt wel mee, en... denk ik. Dat valt dan wel mee, want je komt uit... Dat vind ik dan zo... Ja. Niet oprecht. Starting from the bottom, Freude, Vlaan, België, Antwerpen. En overal. Started from the bottom. Starting from the bottom, man. Komt te doen. En de leraar zei dat ik nooit iets ging worden, maar ik ben toch iets geworden. Straight out of B-town. Daar is niks oprecht aan. En nu kom ik ineens op die C6 Steve. Kent je dat verhaal? Ja. Dat is toch ook wel straffend toeback, niet? Ja, maar die blijkt fake te zijn. Of wel, ja. Ja, dat was toch dus het heel ding. Dus een homeless guy, die dan zo van op een zelfgemaakte gitaar met twee snaren, weet ik wat, muziek maakt. Ja. En dat blijkt gewoon één groot verzonnen verhaal. Ja. So it turns out that C6 Steve was a bullshitter. Ja. Dat is de eerste. Maar dat is toch crazy? His age was a lie. Ja. Dat is wel niet crazy. Dat is wel niet fan als we een eerste Google search dit is. Ik vind het wel grappig, C6 Steve. Dat was een pintje te veel. Maar dat was met whisky. Dat is met je whisky infused. C6 Steven, C6 Steve, is just the latest in a long line of rock and roll liars. En dan kreeg je The White Stripes, Bob Dylan, Jim Morrison. Fucking Jim Morrison. En ding is Joe Strummer van The Clash. Want die zijn vader was een of andere rijke diplomaat. Ja? Ja, dus dat bleek ook zo... Maar die heeft er wel nooit niet over gelogen, maar die hadden zo heel hard dat... Dat is wel iets gek, maar dat zie je wel vaak terugkomen, zo geld in van die bands. Ik heb ook gehoord dat Tom York van heel goede afkom is. Ja, dat is zo. En ik heb gehoord dat Mumford & Sons, ik zeg niet maar iets, ook van heel goede afkom zijn. En ik dacht dat wel iets is... Dat kunnen ze van ons ook gewoon zeggen, hè. We zijn van... Nee, heeft niemand dat ooit tegen u gezegd, Andries? You need a rich guy in the band, zo... Ik weet dat van ik weet als de Explosion. Ja. Explosion was een punkrockband, maar die wel op Conan gezeten was, zo na de Blink-182 ding. En die hadden een bassist, ook zo een hardcore icoon, ook een ding. Maar die zijn vader had echt zo, in Amerika, ik zal zeggen, een supermarktketen. Mm. En dan weet ik dat in altijd, always make sure you have a rich guy, want... En we hebben dat ook al gezegd, wij hadden dat met u, hè. Ja. Allee, ik bedoel... Ja, maar ja, the rich guy. Maar inderdaad, wij hadden een plaats. Nee, pas op, we hadden ook bij Pia's of bij Sony, dus wij hadden ook al een budget. Maar ja, dan wouden wij naar Amerika gaan, dat was zoveel dingen. En was van, we komen er niet... Al was het maar voorschieten. Ja. Soms, je budget... Dat zijn de labels die dat dan normaal doen. Maar die doen, die deden dat dan niet meer. Die zijn crimineel gewoon. Ja, nee, niet meer. En dan hadden we wel niveau. Ja. En bij ons was dat vaak van, we hebben nog 10... nodig, 15k, wij weten dat niet. En dan schoten jij dat voor. Maar ik vraag me altijd af, als wij dat niet hadden gehad,
ja, dat moet je zelf persoonlijk bijleggen. Dat kun je nog één keer doen, maar dat doet ook geen drie keer. Dat is een te groot risico. No. Maar ja, dat is het erge, hè. Je hebt geld nodig om in iets... En dat is die heel dat label gedoe, de plaatlabels zijn zo crimineel, die schieten dan wel bedragen voor, maar die pakken dan 75% of 80% van alle... Zijn jullie al niet een eigen ding eigenlijk? Nee. Licentie? We hebben nu juist licentie onze... licentie bij PS. Ja. Wij zijn getekend voor 3 albums, dus dat is nu ons laatste bij PS. Want ik had gedacht, eigenlijk met al een netwerk of zo, dat je dat... Allee, je moet dat nog niet zeggen, misschien is dat een vraag, maar ik zou denken, ja, de volgende doe je toch gewoon alleen. Ja, we gaan dat allemaal bekijken. Ja, je moet dat niet op antwoorden, maar dat is wel het klimaat dat kan. Het kan, zeker. Zeker. 20 jaar geleden. We hebben getekend bij Pia's eigenlijk toen wij niks waren. Die hebben eigenlijk toen zo... Ja, ik heb hetzelfde gedaan met mijn comedy. Het risico genomen, zo gezegd. Dat zijn contracten getekend en die hangt eraan vast. Ja, en je zegt gescheten ook, want dat kon ik er ook bij zeggen. In mijn geval was dat wel, maar dan ik heb dat wel kunnen recupereren op andere manier. Een andere kant... Ze geven nu ook wel die een opstap. Hè. Ze zitten nog een dag zelf zitten de plaat op Spotify en zo. Ja, allemaal... Je kunt er wel op rekenen. Sarcasm. Sarcasm. Come on in. Pieter, shout-out naar de Pieter Verrader. Voor de rest dan een goede gast. Ja, maar wij kennen ook. Pieter is ook onze ENR gast. Een lieve gast, ja. Zeker. Ah, echt? Ja. Daarom hebben we de achternaam wisten, de Pieter. Love you, Pieter. Maar kun je niet garanderen dat het niet meer zal vallen deze. Je kunt ook eens een M gewoon kopen voor Nick Cave, zeg ik altijd. Maar het is wel cool of zo. Ik vind dat wel interessante tijden, zeker als je een bepaald niveau, hoe dat lot in eigen handen nemen. En ik denk dat dat wel... Dat eigen beheer gedoe, hè. Zo Chance the Rapper en zo, ook zonder labels, is gigantisch geworden. Of Frank Ocean bijvoorbeeld. Dat kan dus, hè. Twee platen was getekend, Channel Orange, en dan moest hem zo'n lang verwachte opvolger. En heeft dan hoe heet dat? Hij heeft een plaat uitgebracht vlak voor de release van zijn opvolger, die dat eigenlijk gewoon een lange stream was, een mega vage plaat, om uit zijn contact te geraken. En hij heeft een blond de week daarna uitgebracht, onder eigen beheer, omdat dat dan de plaat was. Dat is wel slim gezien. Dat is cool. Endless heette die, denk ik. Endless was met zijn contact geraken. Ja, je ziet dat wel meer en meer, dat mensen... Dat is ook heel... Ja, dat meer alleen gebeurt. Niet meer van deze tijd, denk ik. Heel die platencontracten en zo, dat is van... Nee. Vroeger hadden ze ook bij publishing agencies, dan tekende een publishing contract en dan tekende dat van uw nummers 75% of zo, weet ik wat, van uw auteursrechten worden gepakt voor 75 jaar lang of 100, of forever. En je geeft gewoon uw auteursrechten af aan een publishing agency, en dat is eigenlijk zo crazy. Maar ja, nu kunnen we zeggen van ja, we zouden dat zelf kunnen uitbrengen omdat je de luxe hebt, maar op het begin heb je geen geld om een plaat op te nemen, je geen geld om niet te promoten. Dat is nu ook die nieuwe tendens. Nu verkoopt Bob Dylan heel zijn discografie, de rechten, masterrechten aan iemand, weet ik wel, hij stelt dat te koop en dan... Ja, dat is nu wel echt een nieuwe vibe, zo. Heel veel grote artiesten die verkopen hun rechten zijn aan het verkopen. Ja. Bob Dylan, heel de dingen die worden verkocht en dan... Chili Peppers hebben denk ik ook... En dan krijgen die er biljoenen voor. Ja. En dat is dan van, ja, oké, zalig, want je hebt ineens keiveel geld. Ja. Universal heeft Bob Dylan verkocht. Ja. Dat is iets nieuws en nu zie je dat meer en meer terugkomen. Dat mensen heel hun discografie aan rechten verkopen. Omdat die waarschijnlijk ook redeneren, ja, al die rechten bij elkaar, dat krijgen we toch nooit niet bij elkaar, wat we er nu in één trek voor krijgen. Of je moet er nog een 1000 jaar voor leven. Ja, ja, maar hij kan nu ineens al de dingen van de rechten... 400 miljoen. Hij kan nu cashen, ja. Ja. En geeft dat geld in. Dat is iets... Ja, man. Voor 400 miljoen zou ik het nou ook wel eens overwegen, beetje... ons plaat, Andries. Ja. Is dat je ziel verkopen als een Bob Dylan zijn? Ja. Dat is een beetje... Is dat je ziel verkopen? Ik weet dat niet. Ik denk misschien... 300 miljoen? Ik denk misschien ook op een... Ja, dat is ook waar. Maar ik zou wel willen proberen om te zien of het mij lukt. Het ding is wel, je kunt dat geld, je krijgt dat geld, je kunt dat investeren en je kunt er wel 600 miljoen van maken op den duur. Hè. Ja. Dus je kunt... En dat heb je niet... Als je dat gewoon zo ontvangt. Dus je kunt eigenlijk van dat geld veel meer maken, denk ik. Ik denk dat dat een beetje de drijfveer is, niet? Ik kon gewoon Alex City bouwen in Afrika.
knieën. Zijn benieuwd die hoe dat eruit ziet. Neffe Akon City, zo, dat wij met tweeën op elkaar kunnen high-fiven. Zo, hey, dude. Zou dat werken? Nee. Maar ik vind het wel een toffe tijd, want vroeger eigen beheer, dat was eigenlijk een soort synoniem voor... Wat geen is succes. Niemand wat wil is niemand het? Wil dit tekenen? Ja, ja. Niemand moet u hebben. En dat is wel fijn of zo. Als je eerlijk bent, en je denkt nog altijd als muzikant of als iemand dat iets maakt, is dat wel... De ja, enige... te maken met sociale media natuurlijk, hè, dat alles zo bereikbaar is. Ja. Vooral te maken met hoe goedkoop dat platen maken is geworden nu. Hè. Hey, we kunnen letterlijk hier met die micro's kunnen wij een plaat opnemen. Ja. Dat is. Kon, 10 jaar en zeker 20 jaar geleden absoluut niet. Nee. Dat is zot. Ja. Nu zijn zo bands echt duur geworden om in een band te zitten. Nu zitten ze veel meer van die solo-artiesten die gewoon thuis op hun computer... bedroom studio, hè, die maken hun eigen muziek op de computer. En dat is helemaal veranderd. Dat wil technologie bepaalt echt heel veel van hoe dat de muziek er nu is. Dat is ook wel tof dat Gelle hier zit, want Gelle is echt... Allez, ik bedoel, gewoon mijn bedroom. Allez, je maakt het echt in je eigen appartement. Zo gemakkelijk zo nu. Billie Eilish, als zo Billie Eilish die een broer alles doet en je ziet die documentaire. Mm-hmm. Weet je, hoe heet je, Phineas of weet je gast? Phineas, die doet dat bij hem thuis. Is dat real, omdat Gillen eigenlijk hetzelfde doet? Is dat, als jij dat ziet, of ziet... Het is zo gemakkelijk. Vroeger waren de bands, moest je 1000 keer repeteren, moest je samen met een hele band muziek maken. En veel goedkoper geworden. Hè? Praktisch bedoel ik. Praktisch. Mm-hmm. Het is zo. Wat je ziet in een docu van Billie Eilish, dat is super realistisch. Iedereen maakt gewoon muziek. Want eigenlijk, stel je, alleen maar respect naar de staf, zal je vindt, maar stel, om een of andere reden, je mag het niet doen... Kun je al een bazaarplaat echt hier 200 meter verder beginnen en eindigen? En eigenlijk gaat niemand er echt... Gelle die afmixt. Nee, dat kan. Dat kan zeker. Ja. Ja, zeker. En dat is zo... technologie bepaalt heel veel, vind ik, zo de klank van de muziek dat je nu hoort. Zo van die hele... hippe schijven Drake of zo, wat je daar voornamelijk heel hard hoort. Dat zijn altijd heel lege nummers, er zit niet veel in. Een kick, een hi-hat en een snare en rapmuziek, en dat is heel leeg. Vroeger waren dat bands en big en dingen. En dat heeft ook volgens mij heel veel te maken met hoe dat wij nu naar muziek luisteren. Wij luisteren nu door onze iPhone. Het enige dat je echt hoort zijn die hi-hats en die snares en die zang. Is dat echt dat? Ik heb dat nog nooit gehoord. Dat klinkt heel leuk. Dat klinkt gewoon keigoed. Dat is een mega statement dat ga je even maken. Maar er worden nu nummers gemaakt. TikTok, heel die dingen, heel die TikTok-generatie. Er worden nu nummers gemaakt voor TikTok. Dat je Tootsie Slide of weet ik wat. One step ding. Ik weet niet, dat is allemaal gewoon puur gebaseerd op TikTok. En er wordt niet meer gekeken naar zeker muziek met te maken, denk in zich. Het is ook al een beetje, dan zijn we oud, hè, maar we mogen ook eens af en toe oud zijn als 40ers. Mm-hmm. Maar dat is ook wel zo, damn. Dat muziek en een iPhone. Ik geloof, ik geloof niet dat iets blijvend is per se. Mensen gaan het ook weer beu. Mm-hmm. Ik vind dat er nu eigenlijk het laatste 2 jaar dat je weer meer en meer organische dingen zie opkomen. Er is toch veel meer rock, heb ik de indruk. En altijd tegenbewegingen. Maar is dat en dan, zo? Ik vind dat wel. Bands, die zijn toch wel echt aan het verdwijnen. Je kunt toch niet meer vaak spreken van bands. Dat komt dan wel terug. En dat heeft ook te maken met technologie, omdat je zit met je selfie en wie kan een gsm vasthouden? Waar. Een individu. Dus je zei gewoon... Solo-artiesten zijn veel bekender nu dan super bands. Onaangenaam omdat heel onze samenleving gebaseerd is op dat individu, op dat ding. Je moet je eigen verkopen op sociale media, je moet je eigen selfies nemen op Instagram. En voor bands is dat moeilijker. Doe je al dat graag? Want voor ons was dat bijvoorbeeld een nachtmerrie. Allee, dat was echt wij sukten door wij heel, dat waren de slechtste dingen. Maar Gulle, om een of andere reden denk ik, Gulle zit ervoor geboren. En blijkbaar niet dan. Maar het is veel moeilijker om als band echt een profiel te hebben dan als individu. We hebben een frontman die er heel goed in is. Ja, hij... Dat werkt belangrijk. Ook beter bij hem als individu dan als band. Ja, maar ergens doe ik het me, en alles zal dat wel beamen, het doet me een beetje plezier dat zelfs een fenomeenlijk bazaar, dat heel het sociale media geven, dat ook iets is van, we doen dat, maar dat is niet onze... Wij leven het is niet voor niks dat Mathieu drie keer zoveel volgers heeft dan Bazaar. Ah ja, tuurlijk. Ja. Dat is een individu. Social media werkt niet voor een band. Dat werkt voor een persoon die mensen willen binnenkijken in iemand zijn leven. Ja. En ja, dan moet je dat willen geven, denk ik. En het, is ook wel tof om te zien dat je... Ja, ik vind het leuk, want wat jij zegt makes a lot of sense. Hè.
En dat jij dan direct reageert, ach, ik vind deze een heel onaangenaam gesprek. Omdat je ook wel gewoon voelt van, ja, en dat is wel tof, om als je er één ding kunt uithalen, dat je ziet, scholen hier samen, scholen zijn ook echt wel een band, hè. Mm-hmm. Jullie zijn ook echt wel, jullie bestaan het individuen, zijn, ja. Maar jullie zijn wel in de eerste plaats nog altijd mensen die dan muziek willen maken. Mm-hmm. Zeker. Ja. En dat vind ik nog altijd een heel belangrijk uitgangspunt. Want je voelt ook bij sommige soorten muziek, en het maakt ook allemaal niet uit, iedereen vindt ervan wat dat een beeld, maar daar voel ik, ja, hier zie ik een product. En mm-hmm. dat boeit mij eigenlijk niet. En hier hoor ik mannen dat die het aan doen. We zijn begonnen om muziek samen te maken, en al die dingen komen er bij op den duur. En Mathieu is er heel goed in al die socials dan en zo. Mm-hmm. En de ene denkt er zo over, maar... Ja, ik ben dat dan niet. Dus op den duur, ja, je blijft samenhangen in functie van de muziek, omdat niet iedereen hetzelfde denkt over alles. En dat blijft dan... Muziek is de enige gemeenschappelijke factor waar dat om draait dan uiteindelijk. Maar terwijl je die andere dingen, hoe dat je het nu draait of keert, we hebben chance dat er iemand is die dat kan. En dat de ander zich dat niet interesseert en de ander dat wel kan. Maar dat is ook onze luxe, dat hij zich daarmee kan bezighouden, terwijl dat wij dan misschien andere dingen zijn. Ja, dat is ook wel iets... Hij is er dan niet bij, maar dat is ook, ik weet dat er ook geen negativiteit is, maar je ziet ook wel, je zit drie frontmannen, maar tegelijkertijd heb je wel een gast die ook tv en stuff en zo doet. Ik zit eigenlijk heel, heel comfortabel in die positie. Ja. Ik weet, met mijn eigen bands vond ik dat eigenlijk heel moeilijk om echt frontman te zijn en je publiek toe te spreken. En weet ik wat. Daar moet je eigenlijk echt aanleg voor hebben, dat is een vak apart, vind ik. En dat is... Je beheerst dat heel goed. En ik voel me soms wel gewoon comfortabeler in die positie dat ik niet het publiek moet toespreken, maar dat ik daar wel sta en gewoon mijn eigen ding kan doen. En ik krijg daar stress van als je dan ook nog zit met van, je moet het publiek moet zeggen, die binteksten en weet ik wat. Dat, dus eigenlijk is dat kut voor mij. En je doet dat supergoed. Ja. En dat is echt waar, een vak apart, dat is een specialiteit op zich. Ja, dat... En ik vind dat wel heel opluchtend dat je dat niet moet doen. Ik weet niet of dat jij dat ook hebt. Dat is gemakkelijker, inderdaad. Ja, vind ik voor mij ook. Maar ik vind dat langs de andere kant, bij mijn eigen projecten, dan ook wel iets waar ik wel echt mijn best voor wil doen, om dat ook goed te doen. Ofzo. Wat voor mij wel meer echt vermoeiend is social media bij mij. Ja, wel, ja. Meer dan op een podium babbelen of zo, daar moet ik mijzelf ook voor uitdagen. Maar ik denk wel dat ik dat dan uiteindelijk kan. En performen en zo. Maar social media is echt wel iets waar ik mijzelf mijn voeten voor opladen en wat ik heel vermoeiend vind en waar ik last mee heb. Maar ik vond dat ook mega vermoeiend. Ja. Ja. Daar heb ik dan Andries voor. Niet zo beter in. Social media star? Nee, maar ik doe het. Nee, die is daar beter in. Die snapt dat beter. Het is wel waar wat je zegt. Het moet u liggen. Want ik doe dat voor u. En uiteraard vind ik dat deftig en goed. Maar je kunt niet winnen. Like de Mathieu bijvoorbeeld. En zo er veel. Nee. Als het echt je ding is. En het is echt dit. Dat zit in de. Ja, in wat dat je. Hey, bij ons is het altijd. Je komt iets aan. Het is altijd een reden voor mijn eigen social media. Skills zitten eigenlijk in het onverwachte groots maken. Dat is niet gekondigd iets aan, zo dat soort... Nee, dat merkte bij mensen dat echt YouTube-sterren zijn en zo ook, hè, of zo van die social media-sterren. Die hebben gewoon iets gevonden, waardoor dat die dat van maken. Ja, ik ben een beetje ouderwetser en ik denk, moet er niet iets kunnen om bekend te zijn. Maar onder andere kent hij dan iemand die dat ooit heel goed tegen mij gezegd. Ik heb dat nogal gezegd. Luc Wijns, die dat zei. Had hij dat gewoon doen. En het is er bonk op. Dan is het ook goed bij Alex. Ja, ja. En je denkt, dat is waar. Dus het is gewoon uw ding of het is het niet. Familie Bakkeljauw. Eindigen met de familie Bakkeljauw. Wat een schoon einde van een podcast. Dat zal wel zijn. Misschien om helemaal mee te eindigen. Jullie beginnen nu. Binnenkort staat er dan zelfs twee keer in de Lotto Arena. Er is dus ook een tweede aangekondigd. De 20e is dat dan? 20, ja. De dag daarna. Hè? Dus, een beetje... Dat is de start van, neem ik aan, een hele hoop optredens, festivals, dat soort dingen. Dat is nog moeilijk in te schatten. Momenteel, nu, we gaan van de zomer denk ik wel een paar festivals spelen, afhankelijk van wat er doorgaat. Hmm. En dan 19, 20 november is echt de voorstelling van de plaat, dus dat gaat echt een show zijn die draait om de plaat, maar ook natuurlijk alle hits en nummers van vroeger.
Ja. Ja, dat is stoem. Maar, nummers van vroeger. Onze hits. Ja, ik weet het nog. Ja. 1972. Ja, onze hits eerste van de jaren 70, 80 en 90. Geweldig. Was het nu 70, 80 of 90? Maar ja, daarna, ja, dat is november, dus ja, daarna gaan er niet meer veel festivals zijn. Nee. Maar, dat zien we. Nee, in ieder geval, tweede show net aangekondigd, dus ja. Dat is dan de 20ste oktober, klopt dat? November, 20 ja. November, dus jullie komen zaterdag kijken, 20 november. Wij komen sowieso, natuurlijk komen wij, uiteraard. Fantastisch, hè? We zullen wij zo'n plan met allemaal stuff meebrengen. Voilà, trouwens, nog even een kleine shout-out naar het... Bunch. Dus mega lekker allemaal. Bunch the other lunch. Ja, dat klopt. Bunch the other lunch, het is inderdaad een hele coole lunch. Deze had allemaal een beetje een soort Midden-Oosten vibe. Ja. En dat was allemaal super lekker. Mega cool, merci voor dat mee te pakken. Merci voor af te komen, mannen. Merci voor jullie de bedankt. Pintjes en voor de gastvrijheid. Het is supergezellig. Het is zeer graag gedaan. Ik heb ook het gevoel dat Gullen hier komt zitten, dat we er stilletjes aan een weekend voor moeten gaan uittrekken. De volgende keer doen we gewoon een sleepover op de podcast, als je iets nieuw weet. Sowieso 19-20 november. 19 is bijna uitverkocht, maar 20 is nu in de verkoop. Yes. In de Lotto Arena. Bazaar, nieuwe plaat net uit van gisteren. De single heette Anders, kun je nog altijd horen. Plaat heet Onderweg. Yes. Ze zijn platina in goud met hun... Denk maar niet aan morgen. Goeie schaaf, denk maar niet aan morgen. Ja. Goeie schaaf, goddamn. Dus man, het is alleen maar cool voor die dudes. Alle succes in de wereld, jongens. De mensen die op de beste manier een hemd dragen, dat ik al ooit in mijn leven gezien. Alle chance dat ze nog die coole beetje hip-hop Venice Beach vibe hebben. Die heb ik gisteren hebben. Gekregen van Mathieu, die t-shirt. Hè? Mega cool. En toch was het dan ook weer de stijl die dat goed. Hij heeft het mij niet gegeven. Zo. Ik heb iemand gezegd van, ja, ik krijg die wel. Die krijg ik nu. Die krijg ik nu wel. Voilà. Nu is hem van mij. Bazaar, een groep die ten onder ging aan financiële strubbelingen, dames en heren. Maar in ieder geval, gasten, Olly en Simon, merci voor hier te zijn. Mathieu, merci dat hem is binnengesprongen. Ja. En dat was het weer voor ons, voor deze keer. Ik ben Alex, dat is Andries. Wij zijn welcome to the AA. My god. Welcome to the... Niet zo echt. Er waren de reporten veel bij. Hi, my name is Alex and I'm an alcoholic. Hi, Alex. Maar dat was het voor ons. Volgende week zijn we er terug when we make Monday great again. Goeie einde. The first step on the road to recovery is admitting you have a problem. Welcome to the AA. Ik zit hier alleen voor de zorg. Als het ergens over moet gaan, zijn de mistakes. Not the face. Rivers of cum. Iedere overeenkomst met een bepaalde organisatie berust op louter toeval.